The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome to the AA. Ah ah, ik zeg het al jaren wat zo. Al van ergens over moet gaan. Zijn de listes. Not the face! Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval. Welkom bij de AA. Hoera, hoera en driewerf hoera. Dit weekend gaat de horeca terug open. Godverdomme, het werd tijd. Gesprekken over eten, drinken en het leven. Maar vooral over eten en drinken, daar lusten Andries en ik wel pap van. En onze gast van vandaag is er zelfs zachtjes een carrière van aan het maken. Hij is vlogger, <laughs> hiphopper en expert in calorie-rijk eten. Hij werkte bij MTV Networks, het productiehuis TV Bastards en DPG Media, maar is nu his own man. Zijn Game of Thrones Fox season 8 filmpje ging wereldwijd viraal op YouTube en zijn hip-hop band Geile Gleuf Motherfuckers werd met hun album Coke Tequila wereldberoemd in Haals, dames en heren. En dat is de enige plek waar je wereldberoemd wil zijn. In 2019 was hij panelit in onder andere Control Pedro en Beste Kijkers. Maar in 2020 werd hij wereldberoemd in Vlaanderen. Dankzij zijn ronduit indrukwekkend parcours in De Slimste Mens ter Wereld. Dit jaar, in januari, werden de allereerste Jamies, de Vlaamse Online Video Awards, uitgedeeld. En we zitten hier samen met de winnaar van de categorie. Beste lifestyle, geef toe met die trui, kan niemand hem ongelijk geven, mijn god man, zijn mama kent hem als Jonas van Bokstaal, maar jullie kennen hem als Bokkie de Rapper, welkom wow. Jonas. Godverdomme, cool, ik heb hè? al een paar afleveringen hier gecheckt, hè, voordat het naar hier kwam, mm hier -hmm. er veel bekendere mensen met een veel kortere intro. Jammer, jij... Ik, ik weet dat niet. Dat is shit gedaan. Jij gewoon wat? iemand die. Jij dat, dat, spreekt al direct tot de verbeelding. Hè. Dat ja? is kind of. Qua ja. uiterlijk of qua. Qua allebei. Ja. Zo. Ik zeg het erjuist, heb ik het al een paar keer gezegd. Zo, die, 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 die goed lachse, dodelijke tristesse in die ogen. Zo, dat zegt hij al schoon. Hè. Ik snap, ik ben blij dat je dat direct gezien hebt. Ja, er ja, ja. komt ik... nog maar een trap op. Zonder adem natuurlijk. Al, en geen dacht... Ja, ja. Het feit dat ik je eerst stellen. even tien minuten hebt moeten reanimeren. Heeft er natuurlijk ook wel iets mee te maken. Maar toch. Oh. Trouwens, het is uh, voor de mensen thuis ook. Uh, het is hier een en al gezelligheid. Er is wijn dat we niet ja. gaan uh, drinken. Er is ook uh, kaas. Er gaat vooral veel over eten gepraat worden, maar ook over van alles en nog wat. Weten we niet, het hetzelfde geld dan niet? Zullen we weer een uur over politiek. Uh... Er gaat er Goesting voor? Nee, zeker niet. Maar, wel, maar ik, ik heb da... kaas uh, mee. <laughs> <laughs> en Andries heeft voor kaas gezorgd. Ja. Wat is er allemaal en die Stilton? Wat is er nog? Uh, Hele goede wat... keuze trouwens, die Stilton. Ja. In dat klein corona -proefkamer. Ja, dat is fantastisch. He? Ja. Heel goed gedaan. Ja. Jullie, jullie mogen blij zijn dat het thuis niet in de is, people, want dat uh, would have been fun. Ja. Dus ik stel voor dat we daar wel mee beginnen, dat we die eerst. Uh... Let's nuke it. Ja. ja. Ik denk, aangezien dat jij toch, uh, ja, denk ik, zelfs geschoold horeca bent. Ondertussen. Uh, maar ik ben geschoold in alles door het vaak te doen. Maar ik ben ook geschoold dokter tegenwoordig. Door <laughs> zoveel shit op te zoeken op Google de laatste jaren. Ik kan dokters les gaan geven. Die gaan een hypochonder of iets het Ja, gewoon super hard. Ja? Ja, ja, echt heel neig. Ja. Die... Tegenwoordig het niet tegenwoordig zo aan hype, precies. Iedereen. Maar ik ben daar blij mee dat ik zo'n paar mensen heb die ik kan vastnemen. Uh... Ik heb daar heel neig van afgezien, al, al tien, tien jaar zo. Wie, ik heb... wie, van over wie heb ik daarna nog onlangs gelezen? Iemand dat Pedro? We, dat we kagen, de Pedro, Pedro heeft dat ook. En die heeft daar een geniaal idee van. En ja. is bij allemaal topdokters geweest om hem te laten testen. Wat ja, 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 hij ja. nu eigenlijk heeft, ik had hem direct gestuurd: van, Ik wil mee, ik zal mijn consultaties betalen. Mm -hmm. Consultaties, Maar het was al te laat. Maar dus ik heb dat ook, ik denk echt heel rap, ik heb een constante doods. Uh, doodsangst besef. ja doodsangst en besef ja, ja. En, en, en kun jij nog onderscheid maken tussen iets dat echt iets is en en wat echt nee iets... maar ik heb drie dokters drie verschillende zodat ze niet denken dat ik gek ben en ze weten dan niet van elkaar dus ik ah ga ze niet die nee. ene van ah hier is hem weer nee 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 ze je ook niet. naar elkaar bellen is een ba geweest dat is een tip voor uh, medegepensioners <laughs> zoek er genoeg dokters want mensen praten erop en ja. iedereen heeft al zijn specialiteit ene schrijft erop Zanax, de andere uh, Behandel je goed. Uh, dus... Oh, jij weet ook wie dat je, ja, moet ja. Ja. Dat je moet uitkiezen voor wat je moet hebben. Ik heb nu dat, dus ik ga ben die. Hein? En wat, wat heb je eigenlijk echt... Niks. Niks. Ja, ja. maar ik heb, wel, ik heb wel al aids gehad, ik heb al teelbalkanker gehad, ik heb wel longkanker, ik heb dat allemaal overwonnen. Maar wel want... volledig, ik heb hem genezen ook. Ja, volledig Zonder weg weg. enige gevolgen ook. Drie, drie dafalgans en, ja, en het was weg. Dat is wel, wel goed, dat is de beste kanker om te hebben. Ja, ja, ja. Als je dat dan toch moet hebben, destineren dat je oplost met drie dafalgans. Maar dat begint te beteren. Dus... Ja? Is, is die... Want heb je dat al lang? Is het? dat al heel je leven dat je dat niet hebt mijn Ja, van nee, zal, dat is echt wel niet? Van mijn drie, Samen met een psycholoog, daar is een keer. Ons neergezet en uh, een vijftiental sessies over gehad. Ik heb dat je ziet als ik erover babbel, gaat dat horen ook. In, ja, dan word ik zo. Ja, ja ha -ha. ik heb dat nu wel altijd met mijn overgewicht, maar dan wordt dat erger. <laughs> dat ik zo. En uh, ik heb dat nu van mijn 23 heb ik daar, ben nu 36 en dan begint nu pas wat te beteren. Uh, maar ik denk dat dat pas gaat echt stoppen als ik de dood omarm of zoiets. Klinkt dat te... Oké. Okay. <laughs> ik dacht dat we het dus, over dus gaat, hebben. This dus got dark really fast. <laughs> ja, ja. Maar, uh, maar goed, ja, dat is waarschijnlijk omdat het naar de dood ruikt, ja. met die stilton, <laughs> dat we het daar uh, constant over moeten hebben. Nee, maar ik snap wel, de doodzang. snap ik wel. Ik, ik, nou, dat, dat is erkend. Is dat is maar, maar, ja. maar wat ik dan niet zo ver ga, is, ik kan dan... Ik, ik heb dan ook weer een beetje angst om altijd te weten wat ik heb of zo. Ah, ja, ik niet. Nee, helemaal niet. Jij zou, ja. jij, maar zouden jij zo echt liever in onwetendheid toch? Nee, niet, nee dan niet, maar ik kan wel zo, ik, ja. ik, ik doe zo om de zoveel, doe, dan is het een bloedtest of zo. Ja. Dat is wel het leuke is dat ze tegenwoordig met een bloedtest kunnen ze al ja, veel, ja. veel doen. Maar dat is bij u toch altijd een beetje tijd. Ja, ik weet ja, dat, dat je dat gek ja. Stress. Ja, bij iedereen denk ik toch? Dus, uh... Maar hoe lang zit je... Stel, ga ik doen een bloedtest en, of whatever, je doen een test en het is dude, je zet, het is tip top. Hoe ja. lang kun je teren op dat op Dat gevoel, het het is een goede vraag, ja. Hmm. Dat, dat komt wel echt binnen. Uh, dus dat is echt zeker een week of twee, drie. Dat dat... Maar niet langer. Nee, niet echt langer, want dan... Want dan, wat, dan kan het al gebeurd zijn, natuurlijk. Laten we ook niet vergeten dat dit mijn eigen fout is. Hè? Ik mis meester mijn, mijn lijf niet normaal. Natuurlijk zit ik constant met... een keer tekort aan adem of een bolletje hier of dit of dat. Ja, dat is volledig mijn eigen fout. Het is zo een... Uh... Dualiteit in mijn leven. En heb je niet de, de neiging om dat zo wat uit te balanceren met, met sport of zo? Om zo te zeggen: van dan kan ik gewoon, hè, vol een bak gewoon eten, maar ik doe dan ook zo wat ja. dingen om dat. Of een paar ja, ja. dagen niet en dan weer een paar dat dagen ik... wel. Of zo, dat soort Mensen dingen. denken wel dat ik alleen maar vetten eet, maar ik probeer tijdens de week, wat ik ook super graag heten, zijn groenten en shit. Mm -hmm. uh, ja, is... <laughs> ja, ja, is... Die zeggen tegen mijn manager en <laughs> iedereen die mijn imago gecreëerd heeft. Geet uh, <laughs> wel, echt super graag groenten en ik probeer daar altijd net. Ik heb mm -hmm. uh, zo'n box, als ik hem wil brengen, die is vegetarisch. En dan maak ik drie keer per week vegetarisch. Om ja. dan volledig het zwijn te kunnen uithangen in, uh, in het weekend. Dus wat je zei, dat doe ik sinds een jaar of zo. Ja. Dat ik met een uh, frank viel van. Ja, deze kunnen niet blijven uh, volhouden, wat jij allemaal toen want Hoe oud zeg jij nu? 36, ja, 36 nog 36. Maar, 36. maar ik zie dat wel weg door. Uh, een scheef petje en ludieke uh, kledij. Ja. En dat komt de ver weg. Hè? Ik heb dat gedaan met een ketting om mijn broek. Ik, ik, kwam er, ik kwam er niet meer mee weg. Ja, wat we ouder worden. na een bepaalde leeftijd. They see right through it. Bij ja, ja. mij en lukt de, het nog. De jeugd ja. schat mij 28. Oh, dat is super. Ja, ja cool. Daar ja. heb ik al een keer onderzoek naar gedaan. Ja, ik heb ik zo lang geleden dat ik nog jeugd zijn tegengekomen, buiten mijn dochter, dat, nee, dat ik eigenlijk eh, niet meer weet. Ik wat, heb dat gezien... die nog, wat dat hij nog vinden van iemand gelijk mij? Maar... Ik heb hem gezien in de klas en ik verschoot. Uh, was dat de klas dat jij daar hebt? Ja, Want... ja, ja, ja de dingen, uh, hoe heet dat dan weer al? Uh, later, uh, later, als later als ik groot ben. Ah, ja. ja. Dat je het 50 zet. Bijna bijna Volgende, volgend jaar. Ik word, ik, zijn, ik word 49 deze jaar, dus ik zit er niet zo heel ver niet meer van. Ja. Af, maar, maar zolang dat er nog een 4 voor staat. Dan ja, zie dat is ik, bij uh, mij wel echt. Dan doe ik het klakken af, denk ik. Als de, het 50 is, dan is het. Maar jij ah, goed haar, eigenlijk? Nee, heel slecht haar. Ja, Zonder mensen dat horen, maar ik zie, je ziet daar al door vanaf dat ik twintig ben, ik zweer het u. Ja, je hebt dat soms. ze dus, nee, hebben uh, dat daar heel rap bij ja En een hè. pitje helpt. en ah, wel, Het helpt niet, niet waarschijnlijk. Nee, nee. Uh, maar dus het helpt wel om 28 geschat te worden als je al 36 bent. ja dat maar dat uh, met niks doet eigenlijk. <laughs> misschien, misschien moet dat uh, met een nieuwe truc worden, zo'n klak op. Een klak, maar en een beetje scheef dan... hè. Ja, ja, dat denk ik wel. Ja, ik, ja. al, ik, ik heb al moeite met die asymmetrie in mijn ah, gestoorde ja. kop. Dan begint dat al, dan, dan, kan ik, dan, kan ik, dan kan ik niet goed mee om. En die kledij dus, roept wel ook ja. oud of zo. Allee, ja, die dus, van mij? Ja. Is Niet dus, slecht wat... bedoeld, nee, roept serieus wat? of zo. O, zo. Serieus? Ja. Een, als zo'n patat op je bak, allee, zo Oh oké. Okay. Echt voor echt. Allee. Ja. Ik, had niet, alleen, ik dacht dat ik me meestal nog kleed gelijk een 15-jarige nee, ik pak enzo, dat van echt serieus. Enzo, van die nonsens. Ik, ik zou je geld heeft... geven alleen, voor te beleggen of zo. Ja, uh, ja, maar maar met, ik... die, met die trui komt dat wel <laughs> binnen, hè, dat je dat soort dingen tegen maar mij Ik, ik, ik denk, ik, denk ik. dat dat ook wel de essentie is van ouders, denk ik. Wat? Dat je zelfs al denkt van jezelf, ik heb toch een box t shirtje een jeansbroek aan, maar je moet nog eens zien wat een 15-jarige jarige aan. Nee, maar die dragen, dat is totaal niet waar. Tuurlijk, daar heb je gelijk in. Je draagt niet meer het soort jeans dat Dragen. Ik zijn nog niet dad jeans. He. Daar zijn ik nee. nog niet. Maar je, het wel zo, je voelt wel van. Ja, je jonge gasten zien. Wat dat die aan hebben. Dan denk je. Ja, ja. Ja, plus, dat, dat moet ik ook helemaal niet meer doen. He, man. Ja. Come on. Dat vind ik is, is, beste er iets, geest... is er iets zieliger dan zo'n <laughs> 50-jarige gast te zien lopen. Die zo. Ja, <laughs> hebt zijn best toe. Om van die t-shirt. Ja, ja, die een ont. Oh, ja, dat is zo goed. Hier, <laughs> deze. Ja, 30, over 35 <laughs> in skinny jeans. Dat is dat hè. Zo zie je er dat net in mensen. Dat, ja, dat is onwaarschijnlijk. Dat slaat op niks. Ik besefte dat ik oud was geworden toen uh, een ex-vriendin van mij binnenkwam met zo uh, kapotte jeans zo, hè, mm -hmm. uh, aan hun ja, 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 ja. En dat je dan de moed moest maken. Ah wel? Gevallen misschien? Oh, dan besef, ja, dan beseft dan, ik Oh shit. Heb die, je... die gemaakt? Die gemaakt. Ja, ja. maar dan beseft hij, ik ben hier de oude ja, mensen is het, in deze ja, situatie. Ja. Ja. Dat da, da scheef klakske, God, u niet meer nee, dat dan is... zo'n opmerking. <laughs> dan is het gedaan. Ik weet het. Uh, ja, ja, maar nee, ik, ik, ik snap het wel. Okay. Nee. Ik, ik heb van mijn eigen niet het gevoel dat ik mijn eigen mega oud kleed, maar ik heb ook wel door dat je er niet meer uitziet. Gelijk like ja. naar 20-jarigen, nee. dat is niet. Maar... Maar het, ik denk dat ik voor alle drie hier spreek, is dat wij wel mooier zijn geworden met ouder worden, en dat dat een kunst is. Als je wat... jong bent, ja, dan is dat mooi, proficiat, Je hebt goed sperma ja. van je pa en je ma heeft dat goed gedaan. Wij zijn er echt... Uh, wij zijn gegroeid. We zijn drie mooie oude mannen. Ja, ja dat is echt waar. Ja. Ik pak je dan het compliment. Ne? Ja, merci. Ik kon dat ook doen. En dat is veel moeilijker. Oud en mooi zijn. Dan en dat jonge, en, en oud worden duurt ook veel langer. Duurt ook langer. Het is niet dat It's not that life is too short, it's that you're dead for so long. Ja, dat ja, vond ja, ik man. een hele goeie oh. eigenlijk. Oh, dat is dus het probleem. Hè. Ja, ja. Dan zeg, als ik zo dood dan zeggen ze: Als je dood zit, dan weet jij het toch niet meer. Nee. Ja, dat is het fucking probleem natuurlijk. Ja, ja ik weet het ook niet, want de, de, een van de beste verklaringen die ik er ooit van heb gehoord, dat was: uh, Wie was dat dat, dat dat zei? Ik denk Ricky Gervais of zo. Het is een of andere comedian die vertelde over, over Lutheranen, dat hij daarmee gepraat had. En die had gewoon gezegd: Ja, na de dood is er niks. Ja. En die zei: Ja, maar hoe is dat dan niks? Dat kun je toch niet voorstellen. En die zo hoe was het voor dat je geboren wordt. Ja, ja ik weet het. dat. Ja, zo en dan denkt je, ja, yeah, it's frightening how much sense that makes. Ja, ja, maar dat dat's... je dat wordt en dat je zo denkt, ah oh ja, shit, <laughs> stel me voor dat het, dat dan ook gewoon dat dat, dat ook gewoon was. Maar dat ja, dat we ons niet moeten ja. laten geboren, hoor. Dat snap. Dat nu hebben we ervan geproefd van alle toffigheid. Mm -hmm. En dan moet je terug naar die fase. Ik kan dan niet, dat niet. is. Maar die had al lang zo angst voor de dood is dat? Ja, zonder allee, deep question ja. coming in, maar. Is het inderdaad van vroeger, mensen moeten afgeven? Ai, ja, het is dus wel. Mijn pa is heel vroeg gestorven ja. op zijn 47. Uh, ja. Redelijk rock en roll. Hoe, hoe uh, oud word je toen? Uh, 2009, dus reken je af en toe. Die is mijn volledig aan ja, hand. Uh, 12 je jaar weet. geleden, 24 ja. jaar. Ja. Ja. Okay. Dus dat was. Ik ja. had nog deftige kleding aan en het kon toen nog. Uh, ja, maar maar, Dat je hem ook nog, nog, nog best heel lang gekend. Hè. Die van ja, mij nee, gestopt. want die zat daar wel in een scheiding. En, ah, uh, okay. Dus dat is het grote probleem, denk ik, ook, ik die in, dat ik die redelijk gehaat heb. En dan, dan op één keer was hij weg. Dus ik heb dat nooit kunnen. Ik zit nu op de leeftijd dat ik dat kan relativeren en vermenselijken. En dat ik die dan nooit mm -hmm. meer ga kunnen zeggen. Dus misschien heeft dat daar allemaal mee te maken, ik weet het niet. Mm -hmm. Maar het zal wel zeker te maken hebben met je pa op zijn, met mijn pa op zijn 47. Uh, in de zetel is gestorven. ja. Dus ja. dat is, is zo'n magische leeftijd wel voor mij. Ik snap het, want ik denk dat veel mensen, als je in je 20 30 als je een beetje geluk hebt dat je ouders op een normale leeftijd gaan, dan zijn dat elk decennia dat je buiten de oma en de opa niet veel naar een begrafenis moet. Ja, ja. Mm -hmm. En ja. bij mij is dat veel gebeurd. In dat jaar ook. Met Peter, een, go een goede kameraad, met pa. Mm. Dat was echt een gek jaar 2009. En inderdaad, als je dat vertelt tegen andere mensen, dat nu zo wel eens ik ja, heb dat allemaal nog niet meegemaakt. Maar had dat, dat toen ook zo de klik gemaakt van, ik gewoon leven, of was dat er vooral al? Dat was er vooral. Dat is ja. dus altijd al geweest. Dat is denk ik een extra ding waarom ik ermee zit, is omdat ik het zo plezant heb gemaakt. Het is hier fucking goed. Het is mm -hmm. echt het is genieten, maar door het genieten gaat het zo rap stoppen ook. En daar... Dat weet je niet, hè? Wie weet zet jij zo weer een van die genetische wonderen, ja, die, die je zo op zijn uh, 104 ja. nog altijd zo... Dat ze zeggen, stop nou gewoon met die vette gevreed in je mond. En je ligt er dan zo... En ze moeten zo met een kraan oh. hoek de muur uitbreken. Ja. En nu zo naar buiten, zo daar. Ja, ja, ja. dat. dat vind ik altijd zo... wonder Oh man, maar dat ik ook denk van... Die, die, zo van die mensen die dan zo 450 kilo wegen. En je denkt, als je zo'n 190 wordt, had je dan niet een gevoel van... Misschien moeten we toch ergens... Misschien zo, zakken, zo ja. waar 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 is die, die The yeah. point of no return yeah, yeah. waar zit dat yeah. ja ja ik, ik vraag me af. heb je dat ooit gehad want eten eten, eten is het is ondertussen Je eet graag maar het is ook een deel van ja van het job en en, yeah. en, en ik vind ik vind ook ik, vind ook, ik, vind, ik vind, meer een ambassadeur dan wel een vreetzak of zo. Ja, dat, dat, dat is uh, belangrijk, denk ik, voor mij, want ik vreet helemaal niet. Ze uh, nodigen mij soms uit en als we uh, op de trapst uh, hamburger zitten al. Of, of, dat zit nooit in mij gezien. Ik heb nooit dat voendums gedronken. Maar ik zei dat ja, nee, ik wil genieten. Hè, zot, ik mag nu, het is vrijdag, ik mag, uh, ik mag eraan beginnen. Uh, dus voor mij is genieten veel belangrijker dan het volfretten. Denk het... aan het schrokken? Mm, ik, ik, ja, ik denk het wel. Dat ging langs alle kanten op. Maar ik denk dat ik wel heel. Rap eet, zeggen ze allemaal. Daardoor rap vol zit en dan een uur later weer al zo lekkere dingen kan eten. Maar Probeer gewoon altijd lekkere dingen te eten. Ook als ik shit koop in een Japans winkel, dan die doodles, Kost dan 2 euro. Dat is dan maar Dan allemaal nog shit bijsmijten. Dus je moet alles zo wat pimpen. Ja, maar, maar direct. Het, is ook, het is ook niet dat jij. Want ik vind dat ook zo. nu filmpjes ook. Hè? Als je, je ziet wat je gaat doen. Soms durfde jij wel eens te zeggen. Hey, we gaan gewoon naar een frituur of we gaan ja. dat. Maar jij doet ook heel vaak. Ja, van die bijna, hoe zeg je dat Ja, de, de culinaire versie van junkfood. Ja. Zo gemaakt met goede ik... ingrediënten ja. en met, met dat soort dingen. Wat, wat dat toch ook nog, denk ik dan, iets minder erg mag dan dat je echt ja. volledig alleen maar zo gefrituurd in, ja. in, 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 in nonsens. Maar ja, in het algemeen ben ik daar wel redelijk mee bezig. Als ze zo die vegetariërs, die willen vaak uh, het, de discussie aangaan, so va, maar mijn eerste dingen is het om te zeggen. Ja, nee, jij hebt gelijk. Ik weet 100% dat jij gelijk hebt. Het is slecht om vlees te eten, maar ik ben daar egoïstisch voor of also, uh, om die keuze te maken. Ik heb al geen kinderen, ik heb geen, ik heb geen rijbewijs, ik rijd niet met een auto. Ik heb vliegangs dus ik durf niet vliegen. Mag ik dan het vleesgedeelte voor mij nemen? of zo uh, En ik zal de rest dan laten vallen. Ja. Maar ik besef dat dat een egoïstische keuze is, dus ik probeer wel op zoek te gaan naar... Ik koop echt geen degoutant vlees meer in de supermarkt en ik ben daar tegen... Ja, dan gaan we met de dus 70% water dat je daar. Uh, ja. En opgefakte dieren. Dus ik koop geen vlees in de supermarkt. Ik probeer een slager te zoeken. Die weet van waar dat vlees komt. Of van bij een boer rechtstreeks te kopen. En zo probeer ik dat bij alles wat. Tot als ik een kater heb, natuurlijk. en McDonald's Laat afkomen. Of telt niet. Kater telt Dat is iets. Ja. Dus dan ja. hebben we allemaal al very questionable ja, ja, ja. choices gemaakt. <laughs> Om vier uur s'nachts. Ja, voilà. Zeg, we zijn onder kaas begonnen, dan kunnen we misschien ook wat de wijn erbij. Wat ja, voor wijn zeker. erbij eigenlijk? Um... Ah, wel, uh, dit is uh, Rosé. Oh, prachtig. Ja. Uh, go goeie omschrijving ook, uh, ik weet er nu ineens alles over. Ik ben stagiair sommelier, dus ik zit nog uh, in mijn opleiding. Hè. En waarom, waarom zit je daarom begonnen, als sommelier? Uh, wacht even. Uh. Dus jij hebben de mensen even moeten wachten, hè Gewoon, maar dat is... Die luisteren naar wijn dat ingeschonken wordt, dat is toch een prachtig geluid. Zeker, ze weten, ik zal het nog één keer doen. Voila, doe het nog één keer, voor de mensen die het nog niet... oh Dat is goed. is zo fucking goed dat ik hier ben. Ik ben er fucking goed in als zo geluidjes voorzien. Ja, ja, ik zie dat. Maar dat sommelier is eigenlijk wel uit de hand gelopen grap. Ik noem dat stagiair sommelier. De meeste mensen beginnen dat serieus te nemen. We hebben zoiets, de druivendoos noemt dat dan. Dat zijn drie van mijn favoriete natuurwijnen, die ik dan in een doos steek. En ik schrijf daar een menselijke uitleg bij. Wat dat voor mij heel belangrijk is. Want als je op een restaurant gaat en je zit daar vijf minuten naar een sommelier te luisteren, die over Trebbiano druiven, van daar en daar heen. Ik was slecht in aardrijkskunde. Ik weet, <laughs> ik weet niet over wat, je... wat dat je bezig bent. Dus ik probeer dat iets te, te vermenselijker Of alsof. dat vind ik toffer. Van... Dit naar, deze fles kun je alleen uitdrinken, bijvoorbeeld. Maar weet dat je morgen. oppassen in de, onderweg naar huis dat je dan en dan niet doet. Gewoon mijn ervaringen met de wijn delen. Of uh, dat je vrouw. Als je, de, een vrouw bedriegt wijn, of weet ik veel. Wat, uh, zo meer in... Een goede vrouw afraansel bier. <laughs> <Hey, this. laughs> maar, maar, maar dat is niet alleen humor. Dat is ook, het slaagt wel ergens op. Mm -hmm. zo. En ook zo... daar, eigenlijk dat je met vlees hebt, heb je hier ook natuurwijn. Dat is, uh, ja, daar zijn geen chemische producten voor gebruikt. Dat, dat, is op dat is een druif die op natuurlijke basis iets lekker Ik zou dat wel noemen een biologische wijn eigenlijk. Maar dat is zoiets als het biologische wijn, het biodynamische wijn. En dan heb je natuurwijn. Maar die is biodynamische wijn? Ligt... Dat is, dat is hippie dat is... shit, om het in mijn taal te zeggen. Dat is echt hippie shit. Dan graven ze koeienkoppen onder de druivelaar. Als het middernacht is, moet je die gaan plukken. En, uh, dus dat is op zo'n. Op zo'n manier landbouw uh, mm -hmm. teruggebracht. Maar dat is voor mij hippie shit. Maar dus zonder chemische stoffen. Biologisch, biologische wijn doen ze dat ook uh, zonder chemische stoffen. In uh, hun druiven laten groeien. Maar mogen ze wel in de tank mogen ze nog altijd smaakjes bijvoegen. En sulfiet erbij kappen. Voor als het uh, aan het mislukken is. Om, om het wat te redden. En dan hebben natuurwijn, natuurwijnen. Daar mogen de niks of, of bitter, bitter weinig aan toevoegen. En dit is een eh? natuurwijn. Ja. ja. Dat is wel uw ding hè, natuurwijnen. Ja. ja. Alcohol in het algemeen is wel. Ja, ja. <laughs> is ja, wel maar ding, maar ja. ik vond, ik vond dat grappig dat je daar net zo zei van ja, uh, dat sommige ding Ja, mensen zijn dat wat te serieus ontpakken. Yeah. Mm -hmm. Maar ik ga daar tegenwoordig niet meer en meer last van. Dat je en uh, dat je, dat je, Ja, dat je dikwijls moet zeggen, ik meen het allemaal niet, terwijl ja. dat je toch wel ontdoen ze of zo. Want wanneer gaat het stoppen met te zeggen van ja, ik meen het allemaal niet? Maar ik denk dat dat probleem. Ik heb dan nogal dit gesprek met veel serieuzere mensen als wij drie had. <laughs> Die zeiden van. Uh, maar je zegt altijd dat je, dat, je, dat je het niet kunt of dat je per ongeluk bent. Maar het wordt misschien een keer tijd om te beseffen dat je er wel iets van kunt of zo. Of dat je niet zomaar per ongeluk bent. En dat is zo moeilijk voor mij. Om, uh... Ja, ik denk, ik denk, dat, dat, ik denk dat, het, uh, dat het leuk is dat je de combinatie van de twee hebt. Als dus je totaal ja. niet weet over wat dat je bezig bent, dan slaat en dan, je het op ja, niks. Ja. Maar tegelijkertijd, ja, die je die serieus dat er soms aan eten hangt. Kunnen, kunnen ook van denken, ja, ja mannetjes, het is vooral. Allee, dat, dat is nu te kort door de bocht, maar het is heel vaak, ja, een baby ziet een patat in zijn mond steken. Een, mm -hmm. A foodie is not a thing. Hè. Mm -hmm, Zo, je eet iets en je vindt dat leuk en je vindt dat cool en je bent met eten bezig. En sommige mensen zijn meer bezig met ingrediënten of met combinaties, en zeker chefs en mensen ja. die dat doen. Maar dan denk ik ook, ja, soms, soms hangt daar zo'n gewichtigheid aan. Ik vind dat, ook, ja. dat je ook denkt, wat is dat voor nodig? Ja, is het lekker zo, of is het niet lekker? Ja, daar moet het om gaan. Dat, dat vond ik een van de coolste dingen. Dat ooit nee, nee, dat was zo'n gast die zo aan mij kwam. Dat was, die, dat was datzelfde ding dat ik, ik moest doen, zo'n reportage over de wijn. En die was mij zo van alles aan het uitleggen erover. En ik zeg, ja, ik weet daar eigenlijk niks van. En die zei, ja, Alex, je moet er eigenlijk maar één ding over weten. Zo. Vind je dat lekker? Die zei, als dat niet is, hè, dan. Voor jezelf, yeah. ja, als je niet een expert wilt zijn. Nee, want wat ik wel heel straf vindt, die neemt die mij zo een aantal dingen laten doen. Ja, dat ik nog nooit. Zo, dat, als je zo proeft dat je zo, dat, dat die vrij vrijkomt. Ja, ja. En ook zo. die had die ook zo'n spel waar je dat, dat kon doorkappen. En dat deed er wat meer lucht in. Ja. Of zo En dan veranderde die smaak. Echt ja. Letterlijk. Nou ja, dat is zeker. Dus er is dat is ook wetenschap. Eh, relativeren, dat stof. Maar je moet naar, ah, maar ja, maar Dus mm -hmm. ik heb veel wijnleveranciers die mij zeggen: Wat heb je daar met die fles? Gaat die als fles 8 opgedronken om drie uur s'nachts? Of zo van de teut. Mm -hmm. ja, ik heb dat al vaak verneukt. Dat, ik, dat is op een Er is één fles in België. Je hebt die gekocht en je hebt die zo behandeld. Mm -hmm. Voor mij blijft het wel nog altijd. Wijn zuipen met kameraden, snap je? Mm -hmm. ja. en in, mijn, in mijn kelder liggen er twee flessen. We zijn terug bij de doosangst. Ik kan geen kelder vol wijn laten steken, want hetzelfde heb ik doodmorgen. Ja. Ik wil je proeven. <laughs> moet ik daar dan nu tien jaar op gaan wachten? Dan ben ik 46. Ik trek dat ja, ook door in de rest. Er is een gast, ik ben me niet van spreken. Je ja, moet morgen daar naartoe gaan dat je vijf seconden zijn ingepakt. Ja, zeker. Zo ben ik. Drie petjes bij. Ja, nee, zelfs ik heb maar één pet. Ik weet het Ik heb één pet en dan ja, zie ik kapot. die gewoon even schuin, zo, en dan schuiven. Let's go! Ja, ja. Nee, meestal kom je dan inderdaad toe met een zak van de Lidl. Met mijn, met mijn onderbroekjes en Met één jeansbroek extra. En staat iedereen daar met zijn, met zijn trolleyknop? Uh, ja, zo ben ik wel. Uh, ik vind dat heel, heel handig. Ik heb alles. Ik sta okay. niet voor de spiegel van hoe zie ik eruit. Uh, ik, denk dat dat, ik ben heel gelukkig dat ik lelijk ben. Dat ik daar niet mee, mee bezig zijn. Of als je mooi bent, dan moet je mooi blijven. Als je lelijk bent, gaan je leven. What the so fuck? Ja? Wij gaan zo naar buiten. Dan kunnen, je, kun je gaan van, uh, van hij was lelijk als hij jong was naar hij heeft een karakterkop. Als hij <laughs> ja, is. Ja, 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 Dat is wel tof. Ja. Dat is altijd een mooie omschrijving voor iemand die vroeger lelijk was. maar nu hebben we karakterkoppen <laughs> en dat is heel belangrijk. Ik denk dat we daar maar maar wel ik weet dat niet, jij wordt altijd wel een good looking guy, hè, Andries? Ja, ja. jong ja, ja? ja, wel. En ja, dan, wel. dan he? heb ik zo mijn jaren. Nog Ja, maar dan is het de jaren gaat dat inderdaad, ja. Dat je zo er minder mee bezig wordt en zo. En ik voel nu ook inderdaad, wat je zei, zo met ouder worden, dat die karakterkop terug ontkomen is. Dus, ja. uh, maar ik heb het ook meegemaakt dat in mijn jonge tijd dat makkelijk was. Wat zeg jij nu? Uh, uh, 43. 43. ja uh. nou, je zit de jongste, man. Ik weet het. Hoe zijn jullie katers? Uh. Ja, gruwelijk. Ja, ja. is dat ook twee dagen? Dat is langer zelfs. Bij langer, bij ja. Soms hangt er ervan af, als, als ja. het een hele zware gewist is. Hè? Maar ik ben ook wel, want jij drinkt. Beter dan mij, die kan beter tegen drank. Ja. Ik, ik ben echt niet zo heel goed daarin. Ja, ik heb wel. Fucking goed. Ik ben heel rap, heel rap zat, maar ik kan dagen zat zijn als het moet. Je hebt even... endurance. Jij kunt ja, daar blijven volhouden. Ja. Ja. Soms een heel plezante, soms een echte een eikel die denkt dat hij te plezant is. Snapte dat ik? Maar... Okay. Soms heb ik wel een drang van ik moet hier een tofste zijn. Dat komt, dat komt anders nooit in mij naar boven, maar. Ik weet al zo wat pestgedrag te vertonen, ja. van... Uh, hey, ik ah, kan maar u een mopje zeggen die dat je dat, niet gezegd Dat, gezegd dat, dat je ver, vervelend eikeltje van dat filmpje in de Rode Duivels daar, dat is gewoon zo uh, die, die hm. Rode duivel lot struikelen en zo wat een de eikelet denkt. Ja, het is al zo is wat... Dat wat dat dan Ik ben al zo... Uh, oh, dat was eigenlijk een mop dat je mocht zeggen voor de sfeer en dan heeft hij het wel gedaan. Ah, dat, ah, ja. al zo, uh, dat snap oh. ik. Dat herken ik. Ja. Ja. <laughs> <laughs> zou jij, jij ook iemand... Uh, als ze op dat moment zeggen, ik denk niet dat jij dat gaat doen, het tegendeel wil bewijzen? Nee, dat heb ik nooit. Ah, ja. gehad. De cellen met die Advoendums drinken en een dranksprek is dan al vak af. Zo de peer pressure uh, nee, chicken ik zet, uh, bullshit. Ik zet mij drie dagen neer op je terras en niks heb. En dat is het enige. Er zit nooit een. Uh, ik heb wel kameraden die dat wel hebben, die dan van een omheining van 10 meter springen, omdat dat... Cooler, dat is het en dan in. zijn die dood. Ja, dat is super supercool. Zie je het wel? Dat was een van die 17 begrafenissen waar ik naartoe ben geweest op een korte tijd. Uh, dat waren mijn zatte vrienden. En... Ja, nee, ik, vind, ik, uh, ik heb lang niet gedronken. Ik ben mm. pas laat begonnen met alcohol, omdat mijn vader zo'n uh, slechte afdronk ah, ja. had. Als Herkenbaar. je dronk werd, je hij onwaarschijnlijk gemeen. En mm. ik, ik dacht, ja, hopelijk heb ik daar niet over geërfd. Maar ik, ik blijk zo'n. Uh, ik zie iedereen graag zat ah, ja. ja. op zijn op den deur ook irritant worden. Ik zie erbij zo, nee. Ja, nee, dat, niet. <laughs> dat is niet. is natuurlijk een ecstasy, <laughs> dat mijn brein aanmaakt als dus je dat combineert ja. met alcohol. Voor een of andere reden. Ja. Maar ja, dus, dus dat viel mij wel mee, of zo. Ik was ze, wel, wel blij dat ik niet zo werd zoals mijn vader werd. En, en zit gaan nu op het punt? Sorry, dat als dat allemaal serieus, we zullen straks wel mopjes over kaas maken. Maar. Uh, Zet je niet op het punt dat je zo wel gelijk je paase antwoorden of niet? Want ik ben daar. ik heb altijd gezegd in mijn jeugd, fuck dat, ik word nooit zo, dat weet ik 100% zeker. En nu ben ik alles aan het doen, waar dat mensen aan het doen ja, is. Kinderen, zijn, kinderen krijgen is altijd een hele goeie. Ah ja. Dan worden duistiek. altijd enorm hard geconfronteerd met hoe dat zelf zit opgevoed. Ja. En daar pak de dingen van mee, hè, of dat je dat wilde of niet. Zo, Er zijn dingen dat ik mijn eigen heb horen zeggen tegen mijn dochter. Dat ik letterlijk dacht: ja, dat was mijn vader. Ja. Deze. Ja, zo, dat ja. is letterlijk uit mijn mond gevlogen. Okay. Dus ik denk dat dat een klein beetje. Er is ook een, een onvermijdelijkheid aan, denk ik. Maar ik denk, denk niet dat je dat. Goed. Allee, ja. Ik ben ook op heel veel vlakken niet zoals mijn vader. Dus, dus ja. ik, ik heb wel een betere relatie met mijn dochter dan ja. dat die je met mij had. Allee, ja. Of ja, toch een andere zo. Er zit, er zit een. Meer een vriendschap in bij mijn, mm. bij mijn dochter en mij dan dat dat ooit bij mijn pa was. Ja, nou, andere tijden ook wel. Maar, mm -hmm. maar jij zegt van ja. Ik doe eigenlijk telde, mijn vader wilde zeggen van. Uw vader had ook een barokke leefstijl. Ja, ja, ja. uh. zeker, dat is juist. Uh, dus ik heb dat allemaal al wel leren vermenselijken of zo. Dat dan geen eikel was die niet voor kinderen was. Nee, dat was een, het was niet een expres eikel en dat vind ik heel belangrijk uh, mm -hmm. voor mensen. zijn expres een eikel of. Ja. Heb je geen handleiding voor het leven en zei ook maar al aan Thorstucke. Uh... Dat is wel schoon, een handleiding voor het leven. Ja, dat je eigenlijk niet krijgt. Hè? Nee, dat je ja. niet krijgt en heeft ja, hij die anders ingevuld of zo. Zijn handleiding was anders. Dus... Ja. Hij wou meer gaan feesten en hij had geen tijd voor kinderen. En, en... Maar op dat vlak ben ik wel hetzelfde, maar behalve dan de beslissing dat ik heb genomen om geen kinderen te hebben. Bedoelde je? Je die nooit? Ik uh... denk niet dat ik die dan mag aan. Ja. Dat je die... Dat mag ik doen. Je ik denk dat. Ik... <laughs> ik denk ik mag... dat... I, may, I may not inflict yeah. myself on children. Ik, ik vind dat wel een egoïstische keuze voor nu een klein op de wereld te zetten. Dan zit je met dezelfde vragen als dat ik zit. En, uh... Maar je, je, hebt een, je hebt een vriendin, hè, momenteel. Nee, dat dus, is niet. Is dat is nee. dat ook, uh, dus dat net gedaan. Het was een nieuwe Het was een, test. Nieuwe, het, een nieuwe, nu al oude. <laughs> een nieuwe test. Okay. En ik ben grandioos gefaald. Want het is ook Wederom, wel grappig dat jij, dat jij zegt van. Uh, ik, ben, ik ben lelijk en zo juist. Maar jij bent wel super populair bij vrouwen eigenlijk. Dat is nieuw. En ja. daar ben ik klaar voor om misbruik van te nemen. <laughs> <laughs> maar dat is wel echt nieuw. Dat is echt nieuw. nieuw sinds de bekendheid. Si dat nieuw sinds of... letterlijk de slimste mens. Ja. Dat TV Vlaanderen mij gezien heeft. Is het op een keer van 20 tot 50. Dat ik voel van. Zijn jij nu bezig? Ga je wat doen? Ik krijg je zo'n. Uh, een vibe als wat jij wil bin draaien. Ik ben volledig pro binnendraaien mm -hmm. uh, Maar dat is wel nieuw, dat heb ik nog nooit niet gehad. Ik was altijd het sukkeltje die je tot zes uur s nachts moest wachten op café van ja, wie is er hier nog over? En uh, hoeveel te klas zijn je Wie is er hier ja. nog over? Oh, kijk, hoe? Hij is niet meer wakker. Nee, 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 nooit. nooit. I'm just kidding. Hoe <laughs> dat management moet ingrijpen, die hebben het al moeilijk genoeg. Café, de laatste hoop. Ja, <laughs> zeker. <laughs> ja, gewoon aan het, aan het wachten. Ja, zo. Nog de volmolen. Voordat je gewoon door je jeugd al de, de, de aantrekkelijkste man in de keten ja Is ja. dat wel iets. Uh, ik, ik denk dat je het ook al eens in je gezicht hebt. Je gaat zelf altijd je hebt voor tv gewerkt, dan, dan, mm. je, weet wat, je kent tv, je weet wat, wat, mm. wat er kan gebeuren, dan overkomt u dat zelf. Ja. En je zegt ineens: shit, bv. ineens komen al die dingen relativeren. En je gaat ermee gaan lachen. Of je gaat zoiets, of je gaat ook zoiets, zoiets. Eigenlijk is het ook wel een beetje. Het is ook iets fout dan: gewoon bekend zijn yeah. en alle Ik deuren gaan open. Alle gevoelens, gaat, dus, je zegt, Al die deuren gaan op en een keer open van bij mij. De productiehuizen, waar ik al dingen heb had die zeiden van ah, ik, zie, allez, ik zie het niet echt, wat je bedoelt, dat nu zelf komen. Dus daar zitten heel veel gevoelens aan. Eerst de angst natuurlijk van, ik liep met de kater op de zaterdagmarkt in Aalst en letterlijk vijftig gezichten die draaien, dat was tijdens de slimste mens zelf, maar echt gelijk in een film. Vijftig gezichten die draaien van, ja, dat is hem, dat is hem. En ik stond oh fuck, deze maakt ik niet meer doen. Mensen die foto's trekken, dat was nieuw, maar ja, er komen ook wel Langs de ene kant kans dat je denkt, ah tof, en langs de andere kant kans dat je denkt, yes, die kan ik hier kapot maken Want mm. we hebben al eens een verleden gehad en toen waren we niet zo uh, positief over mijn shit. Zeg jij ranken neus Plezant ranken <laughs> De beste manier om ja, te zijn. Ja, het is dat. dat moet je Ze niet... hoeven het ook niet altijd te vergeten. Nee. Hè? Je hoeft het voilà. niet altijd te doen alsof dat niet gebeurt. Dus. Nee, ik vind dat wel plezant. Ja. Dat je also... denkt, ja, ja, ik weet nog wie dat jij was. Ja. <laughs> uh, ik, ik herinner mij dat nog heel goed ja. zelfs. Voilà. Ja, dat is wel top. Ja, ik, ik heb zelf nooit ervaren dat dat is nooit zo snel gegaan. Bij mij, bij mij is snel. Dus dat is dat echt ding, snel. Hè? bij u is dat echt enorm. Ik heb hetzelfde bij Big Brother is nu uh, op de. Ik weet niet wat, wat gevoeld hebt, ja. maar. Goh, je, ja, klein, die beetje. zijn van 4, met 4000 volgers, waar mensen nu eenmaal in rekenen in deze tijd, 4000 Instagram-volgers, daar binnen gegaan, en die zijn buiten gegaan met 90.000, 100.000 Instagram-volgers. Je, je ziet die op één keer doodgeslagen worden met reclame, en die weet, je voelt duidelijk dat die niet weten wat die moeten doen, en alles mm -hmm. aanpakken of niks aanpakken. Ik zat daar ook al wat mee, maar ik heb heel rap en daarvoor al de beslissing in mijn hoofd gemaakt, ik doe het alleen als ik het gratis ook zou doen, als ik het echt tof vind, mm -hmm. en je moet erbij voor betalen, waarom de fuck zou ik daar dan geen... Geen euro's voor aannemen. Ja. En is... Maar je hebt wel gezegd toen je gewonnen hebt. Toen, toen je een aantal keer hebt meegedaan. Je hebt dat Turkije goed gedaan. En je hebt ook mm. een van de hoogste scores gehaald. Dat ja, daar bijna. ooit gehaald is. Hè. En, um, en je hebt wel gezegd van oh, de week daarna. heb ik zo op alles ja gezegd. Ja. Dat vond ik wel, wel. Ik heb één week lang op alles ja gezegd. Op een week tijd was mijn tafel. En ik zweer natuurlijk, ik heb lelijke meubels. Maar in mijn tafel heb ik geïnvesteerd, <laughs> handgemaakt. Drie meter lang. Uh, eikenblad, prachtige tafel. Die stond vol. Ik zweer het u, die stond vol op één week. Mensen zijn gek. Zeg eens een paar dingen. Zo, ja, maar... Dingen die tot de verbeelding spreken. Onderbroeken, gesponsord de onderbroeken. We hebben gekregen: boeken voor te vermageren. Uh, die, dat was het een soort goede uh, het een goed hart van ja, we zullen die je maar helpen? een Chocolade, heel veel bieren. Heel veel bieren, uh, kledij. Mm -hmm snoep, schepsnoep, zo, zo, oh, zo, soort... oh. zo van dat van vette zo van ja, dat ja, metro op. zo 100, 100 kilo uh, shit. 1, 31 euro per 100 kilo ja, 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 snoep Ja dat. <laughs> dat dat dat, dat. Hetgeen, mensen shit. Het, hetgeen dat ik nooit heb afgeleerd van lekker te vinden. Ja. Nooit. Het is mijn favoriet ik, ik, ik heb dan ik zweer het nog u. altijd zo wij, wij noemen jij noemt dat ook altijd vette snoep. Ja. Maar dat zijn ze van die ja, denkt. Of ik dacht toch altijd van, er een leeftijd komen dat je daar niet rit, ja. of dat niet meer eet. Ja, dat komt daar, niet. Die, 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 want dat is, is, is bij mij nog altijd mijn favoriet. Nee, dat is nog altijd. Ik weet dat ik daar misselijk van op in Ja, he? Die ja, gelij ja, ja, dat daarin ja. zit, of je dat ja. zit op, op. En mijn pijn. Markt. En pijn, onder, soms zelfs onder glazuur Ja, dat is heel raar. Ja, dat is letterlijk iets dat je aan het eten dat waarvan je... Op al, je, alles in uw lijf zegt ook doe, dat je, dat slecht voor u is. Ja, dat is wel slimme snoep. Dat, dat zegt echt direct: wow, 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 nu moet jij stoppen. Ja, maar dat doet het niet. Want als je sta die zak vast voor. Hebt, dan je zit, dan zit je nog niet in de helft in je lijf, ja. zegt dat al. En de week nadien zit het wel vergeten. Ja. Dat gevoel. De, maar dat is bij de, veel. De dag maar ik herinner mij op één keer: de, <laughs> de meest zielige, denk ik, zijn een van de meest zielige, is uh, ik hier in Antwerpen, hoe noemt dat je het? UGC of zoiets? Ja, uh, ja. ja, ja. Daar uh, zat ik gans alleen, want ik had werk geskipt. Ik, had, ik, ik deed mijn stage bij MTV, nu mogen ze dat weten, ze kunnen mij toch niet ontslaan. Mm -hmm. Ze zijn zelf allemaal ontslaan. Dus. Uh, ik zat helemaal van boven in de cinema naar uh, Tintin uh, te kijken, die uitkwam. Kuifje. Ja, met echt drie zakken schepstoep. Helemaal de cinema voor mij alleen, bovenste rij en dan zo volstekend terwijl ik Tintin aan het zien was. Pinspijn. <laughs> mm. uh, ik weet niet wat ik het een mooie of een zielige zijde moet vinden, maar het is wel het moment dat ik ben blijven onthouden. Wat zijn uw, uw favoriete Zuur of niet zuur? Niet zuur, dat is zeker. Mijn niet galblaas zuur. is eruit. Ik mag, mag zelf al geen tomaten aan eten, dus laat, omdat ik daar zuur van krijg. Dus laat staan, uh, zure snoepjes. Uw galblas? Wat uh, happened? In 2007 zat er. Oh, mooi verhaal. <laughs> ik had zeggen 2007 had ik uh, galstenen. Mm -hmm. Zo twee uh, dikke bruine bollen. Uh, wat ik had er zes maanden mee rondgelopen. Ik had er zes maanden mee rondgelopen. Elke keer knock-out van de pijn. De dokter dacht aan een maagontsteking. Bleek galstenen te zijn. Die moesten eruit. En je krijgt dus die uh, twee bruine bollen mee naar huis. Als aandenken. Dus ik heb daar in een zakken, uh, waar dat ze wiet in steken, gestoken. Ik heb dat op Naval verkocht als hash. Heb ik iets echt gebeurd? Oh, fuck. Ik, <laughs> is. Stereus. ik heb meer dingen gezegd. God Ik heb met twee gal, galsteden verkocht op Naval als hash. Oké. Okay. Geld aanvaarden en hey, lopen. Hé, maar stel ervoor dat, er, dat, er, dat je die gast terug tegenkomt en dat je zegt: dat is een beste oh. stuf dat ik ooit heb gesmoeid. <laughs> En zien de mensen dat? Ja. ja. ja, ja, ja. Ziet, dat lijkt ja, ja. zo wat op hash. Ja. Zeker dat je in het donker op Ascan carnaval kan Maar is dat echt e... een steen? Ja, dat is echt super groot... hard, Maar je kunt er wel af raspen. Maar Jonas, hoe ja. groot is dat? Doet hij eens met je vingers. Ik... Want op... Maar ja, ik, heb, ik zal het zo uitbeelden. Zoiets. Mm -hmm. Oh, dus je ziet wow. dat wel echt liggen. Ja, ja, dat is een dikke steen. Er... Uh, Noodmuskaat. Ja, noodmuskaat achter. Zo verse noodmuskaat, dat ga ik het raspen. Want ik heb ooit eens een niersteentje gehad, een koliksje. zo, en dan heb ik het eruit gepist. En ik herinner ja. me wel dat dat tegen de porseleinen pot, want eigenlijk weet ik, dat niet zo. Ting, hey, ja, ding! En dat was zo precies een schilfertje van een bak. Heb jij ook al gehad? Nee, ja, ik heb uh, het dat he. verteld, maar ik, ik heb hem wel meegemaakt toen hij het had. <laughs> ja. Want ik, zijn, uh, ik weet dat ik nog gebeld zijn geweest, want ik was... De, god, dat ik, maar ik was in Merksem En ze hadden daar destijds... Uh, op de brede baan, was er zo'n winkel waar ze zo, zo allemaal van die poppetjes in book shit verkochten. En ik ben toen gebeld door uw vrouw, door Sabrine van ja, de Andries, die is er kaas. Ligt me dan zink ik nog afgereden, want ik, ben u, ik heb u nog niet ziekenhuis gereden. Ja, je kunt hey, serieus? Ja, dat was gedaan. Maar jij kon toch ook niks meer doen? Nee, nee. Dat was echt uh, futushouding op de grond gaan liggen als ik zo'n aanval had. Ik ja. heb ooit is dat een aanval gehad samen met tandpijn, dat was, oh. gewoon, dat was echt nee, het absurd. Ja, ja, maar toen heb ik echt gezworen: nooit meer. Als je dat, dat nooit geen dus... nieuwsteen meer. Nee, dat kunnen je niet veel noemen. Tandpijn ja. of zo, daar heb ik wel, dat je die niet voor maar dan heb ik wel echt mijn, hoe uh, zeg je dat? Uh, de keren per jaar echt wel substantieel verhoogd. <laughs> ja, he, ja, 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 ja. Nooit meer. Dat, dat, ja. Tandpijn is echt. Dat is niet normaal. Alhoewel, he. een niersteen, je, je ligt plat en je kunt niet meer. Ja. Ja, ja. Ik heb dat nooit gehad, dus ik zou niet weten hoe nee, dat voelt. Dat is niet cool. cool, is. Ja, niet ja. cool. Ja. Ja. Ik heb er wel veel gehoord. Ja, mijn broer heeft het over het laatste ook gehad, om te uitpissen. En het schijnt tot... je en had... uwe, uwe dat. En uw galsteen, dat was zo erg dat hij een hoek moest verwijderen. Ja, dat was een operatie in slapen, met, met messen en shit. In mijn buik en dat eruit gaat. Je kunt geen tomaten. Zijn er nog dingen dat je zegt? Ja, uh, geen alcohol en vettig eten, best. <laughs> True story. Dus je ja. zit eigenlijk bijna zo'n wandelende self-fulfilling prophecy. Jij ja, ja, ja. wilt wel tot op een bepaalde leeftijd het, maar gaan en dan, zeg je, en dan is het ook gedaan. Ja. Weet je wel, als ik dan kanker krijg op mijn 50 kan ik zeggen: zie het, ik heb toch altijd al gezegd dat ik het ging krijgen? Goh. Ik denk dat dat daar als iets. dat uh... ik, ik ook zot vind: geet mensen, ja, ik denk dat we op dat vlak al wel een band hebben, niet ja. nee zeggen tegen eten, maar je hebt ook mensen die de vreugde die wij hebben met, al is het een onnozel stuk kaas, dat hebben die met sport. Ja, maar echt afzien. Hè? Ik heb het niet over mm. die zo echt genieten van een wasbord hebben en gezond te eten. en mensen die dezelfde gevoelens hebben. Mm. Ja, dat kun je eigenlijk niet ontdoen. Nee, Natuurlijk nee. niet. Ja. Ik, ik, ik snap wel. bedoel, het sport en het geven en het je eigen goed voelen is plezant. Ik ben alleen. alleen dat is toen ik twintig was dat ik een pack, maar dat is heel, heel. Ja, maar lang je hebt geleden. altijd graag eten, maar mensen die ja, ja, ja. niet zo graag. Maar heen. ik kom ja, eten, eten. Ja, en, en dat is misschien een heel groot voordeel dat je zo iemand, hè, zo dat je jij graag zegt van, nee, voor mij sporten en eten, ook, oh, alleen maar om 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 hè, fuel voor mijn lijf, maar voor de rest niks. Dan denk je, ja, kijk tof, ik denk alleen dat die op bepaalde vlakken een veel minder leuk leven hebben. Ja, dat moet zeggen, er, ja, ja. er is iets, iets, en dat is misschien totaal niet waar, want ja, je dat natuurlijk niet hebt. Ik denk dan dat, ook dat ook niet. Als dus die mensen dat, gelukkig zijn, dus dan mag dat ook niks. Voor ons maar, niet snappend, maar. Maar ik denk wel dat de. de dat er er zitten ook... wel in de meerderheid, zijn. zo. Degene die graag iets. iets. come on. Er zijn ook, we kennen hier allemaal genoeg, er, BV's. Hoeveel BV's zijn er niet die... die. Wel graag eten, maar één keer per dag eten en de rest van die 23 uur liggen sporten en doen. Ja, zeker degene voor wie neemt, dan hebben wij weer natuurlijk kans. Wij hmm. moeten niet knap zijn voor hetgeen nee. dat wij doen. Dat bedoel ik. Terwijl dat er, dat er meestal zijn. En, ja, je ziet, ooit bij de Xander, bij de, de opname van zijn vanavond live, was Koen de Bouw erbij. Supertoffe vent, maar ja, er liggen geen pataten op zijn nee, bord. Nee, nee. Ja. Die neemt een stukje vlees, die neemt wat groentjes. Dat is ook geen groot bord. Ja, die event ziet er fantastisch uit. Ja, ja. Ja, dat is ook een reden waarom ze. Je hebt dan ook wel heel hard door van ja, daar was ik toen op dat moment niet mee bezig. Ze nee. dus hebben veel ABV's. Uh, mm -hmm. uh, Nathalie Meskes en zo. Dat is ook heel ge mm -hmm. gecontroleerde catering uh, achter de schermen. Dat die, die... Ja, en heel veel ah, sporten, met... he, je ziet dat ook. Ik man, heb altijd he. zoiets, ik zoiets van, en dat is, dat is ook echt klein wat ik nou gewoon zeg. is heel klein. Maar zo. Ik denk altijd, ja, yeah, ja. Yeah. vind dat. Hoe lang? dat weet ik nog niet. Maar er ja. komt een moment dat je toch niet gaat volgen. Ja. Dat is nee, zo denk... uw eigen weg ja, ja. zo, Ik kan het niet, maar, maar ga doe ook een dag hebben. Ik heb, ik heb de klein ja, ja. disclaimer ervoor. Ja, ja. Dat is wel mooi. Ja, het ik snap spannend. Ik denk altijd, ooit ga jij ook oud zijn en lelijk. Dus we zijn allemaal onderweg naar oud en lelijk. Dus waarom doe jij nu zo je best? Ik ben wel ijdel. Dus ja? ik versta het wel. Ja, ik, ik ga, man, maar... Ik, ben, ik, ben zo, ik, heb, ik heb karakter en geen karakter. Ik kan dat zo combineren soms. Als ja. ik zo heel heftige tijden heb, dat ik dan heel veel karakter heb in het niet te doen. En dan heb ik ook enorm veel karakter in het heel de tijd ja. wel te doen. Dat, dat ken ik een is, beetje. Dat is een beetje verschrikkelijk zo. Ik, niet, ik, ik, allee, ik zou niet kunnen leven met dat, met dat altijd alleen maar letten op elk. Als dus jij zo verhalen vertelden over. Over Ryan Bader van de UFC, die dat letterlijk zegt: Ik heb nog nooit in mijn leven een snoep gegeten. Maar ja, die man ja. ziet eruit als een action figure. Hè? Ja. Als je die ziet, dan denkt je, Ja, dat is geen echt lijf. Ja. Maar ja, die heeft natuurlijk ook niks anders gedaan dan, dan, dan dat. En ja. al die dingen, zoals chips, had je nog nooit gegeten. Hè? Snoep, nog nooit. Je ja. ja. heeft nog nooit een friet gegeten in zijn leven. Dat is een gast die zegt: Ja, nee, dat doe ik niet. Ja. Voor mij, ja, ik kan daar moeilijk ja. een oordeel over vellen, Want voor mij, en ik meen dat echt, Is, moet iedereen op het einde van de rit, als je de laatste keer je ogen sluit, van fuck, als je beseft ik ga dood. Zolang dat jij niet denkt: fuck, <laughs> wat heb ik gedaan? Mm -hmm. Maar was ja, het ook dat... zo? Want je zegt van ja ik, ik, ik ben niet ijdel, maar je, je hebt wel op een beslist van: uh, ik kan hier mezelf zijn. Zo, altijd al. Want, want gij, ik weet dat je het, maar gij, we gaan hier geen namen noemen en ik yeah. zou het niet direct een paar noemen, maar er zijn ongetwijfeld mensen geweest die, gelijk ja op een moment zeggen van: oh ja, fik, ik ben niet eens een schermgezicht of dit of dat. Die, het BV-dieet. Het, BV -dieet, eh, het, yeah. dus, het ja, wordt niet voor niks gezegd. Het ja, wordt niet voor niks gezegd of zo. Natuurlijk. Maar ja. gaat hebt echt zoiets van: ja, dat. En dat vind ik wel charmant aan u. Je ja. zit er wel in geslaagd om te zeggen er is geen voor en een na. Nee. En ik. Ja, door de slimste mens. Ik zat daar echt op mijn gemak ook gewoon. Ik vind dat daar een hele goede bende die. U... Ze gunnen uw u, u, u Shine, of zo moet ik het zeggen. En Erik is super. geeft u voorzetten zelf. De, als je Rome in de jury zet, weten, ja die gaan mij ook wel wat. Ze laten u naar voren komen en ik. Ik zat daar echt gewoon als ik op café zat met mijn kameraden. Gelukkig was ik niet zenuwachtig. Of... worden jij niet zenuwachtig? Ja, die eerste was ik wel bijna aan het flauwvallen voilà, maar dan puur voor. Patje, voor hetzelfde geld dat jij niks en sta jij hier uh, voor... Ik had schrik om die in te zijn dat de geschiedenis nul had, die, die niks van punten had en die daar zitten. No, ja. Die zitten niet geweest, die dus ge... al dat valt er al heel <laughs> goed mee. Uh, maar ik vind dat zo moeilijk om te babbelen, want ik ben dat is, dat is niet gespeeld of ik ben gewoon mijn eigen. Nee, nee, nee uh... we denk, dat, daar, twijfel, ja, ja. daar twijfelt niemand aan, maar dat is achteraf. Maar op dat moment, als je gaat beginnen, kan ik me wel voorstellen dat je denkt: Fuck, wie kon ik hier zijn? Gon ja. ik echt je gasten op café? Geen blad voor de mond houdt, die na elk vies vooral gewoon vertelt. En je had het ja. bal met gedacht, oké. Okay. <laughs> er was <toen lacht> na te denken. Uh... <lacht> <lacht> Daar zat bij de slimste mens zelf, de redactie zei van, waarom had dat hier gelukt is, is dat je niks te verkopen hebt. Je hebt geen boek dat uitkomt of geen cd dat uitkomt. Je hebt hier gezien... Jij was hier per ongeluk, ja. ja. <laughs> Letterlijk, ja, het, was nog, het was nog mooier, bij je uh, cafétest kreeg jij de commentaar dat je net iets te dom waart. voor je geringe bekendheid. <laughs> Dat is toch misschien dus, een van de meest gemene dubbele dissen die je normaal, kunt te krijgen. Bam bam op dat gezicht en dan uh... hoe, hoe maar, voelde u op dat moment dat je dat hoort? Dat was in een tuin van Woestijnvis en uh, <laughs> een, 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 een vrolijk meisje. Ik zag al haar gezicht van ja die moet mij iets komen vertellen en dan die, uh... En daar is die zin uh, zo wat uitgesproken en ik dacht ik ja correct correct ja. <laughs> correct ja daar. Uh... Ja, ze was die aan het liegen. Hè. Uh, ja. Ik heb daar hele domme dingen gezegd en ik was niet zo bekend, dus eigenlijk had ze wel gelijk. Maar dan doordat Jeroen Perseval uh, afviel. Zou ja. uh, ja, dat nou Jeroen Perseval Zeker te weten. <laughs> Jeroen perceval Jeroen perceval. En Corona, ook bedankt Corona voilà. daarvoor. Allebei die uh, de carrière ja. hebben gemaakt van uh, Bokkie de Ripper, dames ja. en heren. Uh, Want ik dacht altijd, ja, shit, maar nu met die Corona heb ik geen productiefeest, of oh, ik, heb geen BV, ik heb nog geen MBV binnengedaan. Uh, ook nog niet. Jij nog nooit. Nee. Nog nooit in een bev... maar hij zat al heel lang met je vrouw samen of zo. Ja, van ja. voordat ik bekend. Allee, ik was bekend. Oh ja, ga mijn. Ik, nee, ik stond aan het begin van mijn carrière. Dus ik had ook nog niet Leids Cabaret Festival ja. gewonnen. Dat was, echt, dat was echt lang geleden. Dus nee, nee, ik heb dat niet ik, gehad. Nee, ik nee. zal nee, dat ik... toch wel graag vinden. Maar ik ook heel dat vooral van dat zegt, Ja, ik werd dan bekend. En boem. En ineens kreeg ze zo'n zo vrouwen en gemerkt aan. Ja, dat is bij mij. Was dat allemaal zo. Dat is niet, niet gebeurd. Nee, ik heb nee, altijd ik gedacht. Heb al... Ik eigenlijk onwaarschijnlijk. Nee, nee, dat is niet waar. Wacht, 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 Het is te laat nu, hè? We gaan dat wel even, we gaan dat wel even oh. relativeren. Je ja. hebt wel één essentieel ding nooit niet gedaan, en dat is algemeen geweten, maar je zit nooit online. Ja. Ah ja. En ja. ik denk als je in de ja, vandaag ja, ja. van vandaag, waar jij het om voelt, denk ik dat voor een groot deel wel door. Het is onder... allemaal in de veiligheid zitten in met een Instagram chatbox of oh, zo? Ja, zo. Ja, ja, en dan heb je zo eerst ja, ja. de berichten van je vrienden, dat je al eens met je chat hebt, en, zo, en dan ja. zitten er uh, verzoeken. En dat is echt vuiligheid na vuiligheid. Ik denk dat... Door... Instagram heeft dat niet speciaal gedaan voor, voor nieuwe uh, celebrities, om eigenlijk direct al een ongelofelijke map te maken van... Ja, dit, ja. dit is wat, wat hebben we gewoon eten van de avond. <laughs> <laughs> pikantje. <Antwerp, mijn> <laughs> <laughs> uh, ja. Gewoon, man. Ja. Ja. Ik, ik, nee, ik heb dat nooit niet gehad. Dus ik vind dat altijd wel fascinerend dat ik mensen daarover ja. moet babbelen. Dan ik was, denk ik altijd, ah oh ja, oké, okay, cool. Ik, dat ik vroeg... heb dat heel weinig uitgebuit mijn tijd. Ja, wel... Maar dat zijn nu wel tot de gezinsmeten. Daar mogen ook vier op zijn. Ja, ik vind dat eigenlijk niet erg, want ja? ik, ben nu op, 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 ik ben nu ook een beetje op een, een leeftijd gekomen. Ik word 49. In december ik heb ik ook zo. Ik heb er zo de nood ook niet meer aan. Ja, ja, ja. Dat voel ik wel. Ik ben echt wel blij met wat ik heb. Ja, je kunt niet dier zijn in een kunt... café, bla, bla, oh, man, bla, maar, die grieten meenemen. Dat is de dan de als die, die, die kleren aannemen van die 15-jarige. Daar wil ik ook zo. eindigen wel. Er zijn, er zijn zo momenten dat je denkt... Uh, ja, maar pas op, met die trui het al goed onderweg. <laughs> <hè>. Maar, uh, <laughs> maar het, is, het, is, het is echt, ja, dat... dat, dat er, er is een moment dat je dat wel voelt. Want aan het begin, als ik zo net bekend werd, was ik even niet met mijn. Ik heb mijn vrouw eigenlijk leren kennen toen dat ik, ja. ik zat in een andere relatie ervoor En ik heb zo even een voilà. periode ertussen gehad. dat ik het zo wat deed Maar dat was meer ja. zo wat een halfjarige lol zo. En ja. dan ben ik met mijn vrouw begonnen. Omdat ik eigenlijk al wist dat ik daarmee wou samen zijn. Maar ik was dat zo aan het uitstellen. omdat ik uit één relatie kwam, een lange hoek. Yeah. Ik dacht van, oh, ik heb hier niet weer al zin in. Ja. Maar aan de andere kant, ja, dat is ook een beetje de, de kloterij om verliefd te worden. Als je dat echt wordt, dan gaat die ook niet weg hè, uit uw kop. Nee, nee. En, dan kun je zo van alles en nog wat doen, maar dan heb je wel de hele tijd zoiets. Ja, maar het is eigenlijk de die. Ja, ja, ja. die maar ja, ik zin die je aan het uitstellen? Zo was dat het. toen bij mij. Dus, en vanaf het moment dat dat was, ja, was dat ook. Dus ik snap is dat ook... wat je bedoelt. Want ik, heb... ik ben daar ook heel. Ik moet je niet stoer doen, of zo? Ik ben daar, want ik ben daar heel slecht in in dat rondpoepen. Mm -hmm voel me dat als slecht bij dat ik op één week twee handjes, twee verschillende handjes vastpak en dat gaat niet allemaal niet zo goed. En... Dus, ik dus even zeggen... met die handjes iets anders ging doen. Maar dat was wel heel <laughs> funny. Zo. Maar ik wil zeggen, het is niet leuk <laughs> dat je mij weet zegt, ik kan nooit nog mijn vlees zeggen van, ja, ik kan nooit nog vlees uit de supermarkt ja. eten. Het moet altijd goede slagerij zijn. Is dat maar dan je, die, die vergelijking ja. wil ik wel. In... <laughs> dat zitten. <is het>, dat... <laughs> Ik ga dat even laten maar ook die vrouwen uit de supermarkt, daar gaan we niet, ja, niet ja, zien. Vol water. Doen we niet meer. Maar anekens, deze was beeldspraak, maar wel te begrijpen beeldspraak. Hè? Ja. Dat was, uh, Zeker, maar ik vond het gewoon was leuk een... om dat even te laten hangen. Nee, ik begrijp vond... pak... het wel, het is wel een, moet altijd een klik zijn. Het is niet zomaar. Uh, dus er moet wel hmm. iets van grappigheid in zitten. Of als anders lukt het sowieso niet. Uh... Misschien bij Doeren gaan, uh, puur hypothetisch. Hè? Hmm. Uh, <laughs> stel je voor, Dat als ik nooit een mooie pakken. Dat als ik altijd. Iets van mij level pakken dan wat anders niet uh, geloofwaardig is ik in zelf, mijn hoofd ik, of zo. ik, zou eerlijk, ik zou hier denk ik zou iemand in een lelijk pak uit laden, maar dat is misschien nog. Wel oh, oh, man, <laughs> ja, Jij had een goede ja, redding Dat was oh, wel heel cool. Dat is wel heel cool. Toe, man, die heeft niet dat, veel te doen. Dat die <laughs> Ja, maar... Dat is zo'n goede mens, Andries. Ja, oh, dat is zo schoon. Dat is zo schoon, Andries. Zo Ook zo die zielige puppy die je zo in de noek ongelukkig ziet meepakken. Zo. Ja. He, dat probleem. In plaats van die toffe, waar je van weet dat wordt een coole hond, maar Nee, nee. die, ja, die, die, die zielepoop. je ook op haar schouder zo, zo, zo ja. even. Zo, Komt wel hey, goed. Kom goed. Tijdens, tijdens ook zo. Goed, in het Frans, goed, maske, goed, Ja, ja. Oh, maar, oh, in het Frans. Nog erger. We la laten we dat, dat, dat klein mensenhandelgegeventje ja, er ook nog bij plakken. Zo. Ja, zo de grote... Mij, dat, is, dat is hier wel tof. Zo. Het ging hier alleen maar over de dood en uh, tristesse bij prostituees. Maar wel met kaas, dames en heren. Met kaas en wijn. En daar kan je alles, uh, alles over bespreken. Misschien Alex? even zo één ding. thema dat de meeste mensen nu in het begin van kenden, ook al wouden toen nog geen bekendheid, was dat onwaarschijnlijke Game of Thrones filmpje. Ja. Um, voor de mensen die het niet gezien hebben, check het op YouTube. Het is over de 2 miljoen views wereldwijd, denk ik, het is belachelijk ja, veel. Um, het is eigenlijk fuck season 8. Daar komt het ja. eigenlijk een beetje op neer. Het allerlaatste seizoen van Game of Thrones, dat zeker niet oncontroversieel was bij de fans. Jij hebt zo'n filmpje gemaakt dat Jon Snow een speech geeft. Om iedereen gezeten, van iedereen ja. van sorry voor ja. dat vreselijk seizoen. Ik heb daar een paar vragen over. Eén. Wie deed die stem? Hoe heb jij dat gedaan? Hoe doe je ze dat? Ah, wel, dat heel, heel heel belangrijk in deze, voor mij persoonlijk, is om te zeggen dat het grote meister, mastermind, is dat Engels? Ja? Ah, ja, Meesterbrein oh. hierachter is Chris Hume. Mm -hmm. Die uh, nu over het laatst nog eens uh, viraal is gegaan op TikTok, heeft hij zo Tom Cruise uh, Deepfakes gemaakt. Ja, ah. ja, ja dus ja. dat is de die gast. Hè? En ik en hem werkten samen op uh, DPG. En wij verveelden ons en daar stond een greenkey studio van. Ik zal u gaan hebben. Dus wij dachten: kom, let's go. Anders, weet we wat grappig is? zijn, moesten mij nu eens in films uh, editen. Terwijl ik altijd iets eet. Want eerst was zijn een hond ja. doen, met zijn hond. Ik dacht: ik had de uitdaging aan met de hond. Ik denk dat ik grappiger kan zijn. Maar we zullen zien. Dus steeds zoals Jurassic Park, waar dat we hadden een rooms En dat ze doen gaan. En wij hadden tijd daarop tegen. Dus tijdens het duur na duur gebruikten we meestal wij die in Greenkey daren. Hij wil dat doen op de kaart komen, want hij zegt fucking goed. Ik zweer het u, dat die zat voor Q-Music filmpjes te maken, maar die, die kan Harry Potter shit maken. En ik meen dat. En mm -hmm. hij wat daarmee op de kaart komen. En ik dacht, ja, voor mij is dat ook tof. Uh, en dat is dan gelukt. Die is nu aan het werk uh, bij South Park. Die mannen van South Park hebben oh. een deepfake studio in LA uitgebouwd. Dus die zit daar nu bij. Ja. Uh, dus hij heeft dat gemaakt. is dus even om te duiden dat ik gewoon de tekst heb geschreven mm -hmm. en het idee had. En hij heeft daar volledig mee uitgewerkt. Die acteur is, ik uh, heb zo'n site waar je allemaal stemacteurs kunt vinden. Mm -hmm. we, hebben die, we hebben die 25 dollar betaald of zo. En uh, die heeft dat allemaal ingesproken. Een stemacteur, dat niet, niet die een acteur is, maar die je kijkt kan nadoen? Ja, nadoen. Na of... ja. de ja. verschillende. Okay. Je hebt daar uh, Arnold Schwarzenegger ja. kunnen doen, Trump. Ja. En dan ja. hebben die daar 25 dollar of zo voor gegeven. En die heeft ja. dat ingesproken. En Chris ze via deepfake, uh, dat aangepast allemaal. Ja. En dat is echt ontploft, dat is niet normaal. Ik vertrok juist naar Frankrijk met een vriendin en uh, we zetten online en we vertrekken. En tegen dat wij daar waren in Frankrijk, tien uur later, hadden we al een miljoen views, dat ik 60 uh, gemiste oproepen uh, van kranten en een studio Brussel en dit en dat. Uh, dus hadden dat, had, had mijn, dat echt, verwacht? Had nee, dat, dat, we... dat helemaal. ik, ik wist wat... toen ik het zag, dacht ik: fuck Christ, deze is echt fucking God. Dit... <laughs> maar dat, ik heb dit nu tien keer gezien ik moet nog altijd super hard lachen. Dus dit is, het is, het is echt goed. Ja. We zetten het online en dat had ik helemaal niet zaken. We stonden op de cover van een New York Post. Ja, maar het is wereldniveau. Het is, echt, het is echt wereldniveau. Want je ziet dat. En, ja, dat is, typisch ook weer in die, in die, in die foute Vlaamse bescheidenheid denkt het ja. totaal niet dat dat van hier komt. Hè? Als ja, je dat ja. ziet, dan denkt het, Jesus, ja. welke filmstudio heeft dat in een gestoken of wel? Hè? Saturday Night Live heeft ja, zo niet ja. gemokt of. Je denkt echt dat dat, maar dat is, dat is onwaarschijnlijk. Ook die gastje dat trouwens die stemdoe van Jon Snow, dat is onwaarschijnlijk. Dat is dat allemaal gedaan, per ongeluk eigenlijk. Is ja. dat allemaal snor? Ja. Dat was allemaal goed geval. Um... Fox season 8. Ja, ja, dat is echt, zo dat. <laughs> ja, echt goed. Ik I'm sorry. We didn't learn from our mistakes. From the mistakes of the final season of Lost. Ook maar zo, die... dat drama, ook, hoe dat iedereen er staat met die fakkels ja, En je gaat de, de, ja, de ja, naso. Ja. ja, wat ook <laughs> bloot, Wat ook, wat ook ja, heel zo. goed om dat filmen, is dat je ook niet. Ja, uiteraard niet de fout want dat is niet briljant, maar dat je ook niet te lang erin zit. Ja, ik vind het nee. al te veel achteraf gezien dat ik er maar liever uit Want mensen, alle, ja, de mensen hebben geen nood dat je erin zat. Maar dat was wat concept van eating things with famous people dat ik altijd in video zat verteten, maar eigenlijk hadden we, hadden we mij daar niet, uh, ja, dat niks ja, met ego nee, te maken, want was voor ik, ons klopte ik, dat dan niet. Ik, da ik vind dat Mokta zo op een of andere manier krijgt dat nog iets extra foempig, doordat ja. er dan ook die gast en ook wel, ja, sorry, maar de, het dient ook wel de grap, hè, ja. Want je hebt een met moment star, dat een ja. Starbucks ja, 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 ja. zegt en dan ga je er dan staan ja. en dan denkt je, ja, het is ook in dat laatste seizoen zijn er een paar onverklaarbare dingen gebeurd, ja, ik denk, ja. als, als dat niveau van show dat dat daarin ja. kan gebeuren en zo zie je dat iedereen, dat niemand weet wat dat van toen is. Iedereen sukkelt, maar was zelf op dat niveau ja, ja. probeert iedereen er maar het beste aan te maken, maar zijn we eigenlijk ook allemaal? Want, want ja, je, je, je hebt een aantal dingen gedaan, maar wanneer ga je zo je eerste dingetjes online in YouTube in video? Wanneer je dat door van ja, deze is toch wel hetgeen dat ik me nagezien Zo, ik word geen nee. acteur, maar dat parallel universum durf ik wel zien. Ja. Ik denk dat het er 24 uur in aalst was, als ik me goed herinner. Dus eigenlijk, dat is met, toen dat corona gestart is, 16 jaar geleden, euh, hebben we daar die video gemaakt van 24 uur aan een stuk takeaway. Dat was denk ik de eerste keer dat dat zo afgeleid was. Mijn introker, dat dat echt zoiets was is een ja. concept, concept wat ja. ze zeggen. Uh, en ik had dat twee jaar daarvoor al een keer 24 uur in Gent gaan eten. Dat het hetzelfde was. Het is altijd maar Arnold dat dat doe. Ja, ja de die, Linde Rijkola. Ja, die, Merk ja. Ja, die ja. maakt daar ook uh, voor Linde video's. Ja. En voor mij is dat, ik ken die nog lang, he, van in Aalst, die zit ook in Haas. En voor mij is dat een soort kwaliteitszekerheid uh, of zo. Ik zal het zo zeggen, zelf al die 24 uur in Gent, ik had letterlijk drie uur geslapen. Ik ben naartoe gekomen, nog half zat. En, en het is niet om stoer te doen, het is sprongen gebeurd. Zo ben ik dan ook. Als er iets superbelangrijk is, heb ik daar stress voor en kan ik het verneuken een dag ervoor. Dat was daar gebeurd. En toch hebben we daar nog iets heel goed uitgekregen. Dus als ik zo'n shit bij hem maak, is dat een soort kwaliteitszekerheid. Uh, mm. Dus liefst van al doe ik dat met hem. En hij doet dat ook gratis en hij doet dat. We doen dat omdat we dat tof vinden. Ja. Dus daardoor doe ik niet elke week een video. Maar ik kan het zijn dat één keer om de vier maanden een video is of ene keer om de, om de twee maanden, waar hij dat tijd heeft dat ik goed heb? Ja. En dat nee. was. Romantien heb dat je bijvoorbeeld gedaan hebt dat je naar naar van je favoriete restaurants gaat. Dat heb ja. je letterlijk in één dag gedaan. Ja, het is wel allemaal echt. We gaan dan niet zo ja. het uh... is dus niet dat je dat zo maar nee. knipt en monteert en nee, zegt nee, van zeker goh, niet. Het was allemaal op een andere Bij dag. Ja, maar... in Gent bijvoorbeeld, ja, dat kan ja. ik eerlijk zeggen. Is dat, er zat er een uur verschil op. Hebben we hebben van zes tot vijf gedaan omdat we, ja, daar was het niet zoveel mee te doen, maar het is niet dat we dat in twee dat dezelfde kleren terug gaan aandoen en dit en dat. Is er... Dat is voor mij heel belangrijk, is authenticiteit in zo'n shit. Mm -hmm. uh, het is al fake genoeg daarbuiten, vind ik. Dus ik, uh, Voor mij moet ik. Ik heb niks te verbergen. Alleen al, enkele dingen die zitten bij de manager veilig achter uh, slot. Die komen er niet uit. <laughs> maar, voor, maar voor de rest, ik kan mijn bankrekening delen en shit, dat maakt mij niet uit. Ja, maar... dat vond ik bijvoorbeeld ook. Uh, in, uh, een geweldig moment, een beetje onder de radar gegaan. Dus je hebt de slimste mens gewonnen, en je hebt dan ook zo'n geweldige quote van ja, ik heb ooit. Uh, een uh, ja, toffe erfenis gekregen. Ja. En daar heb ik toffe dingen mee gedaan. Maar dat is wel op. Dat is op. Ja, daar ja. zit nog 3000 euro of zo van over. Ja. 50.000 ja. euro, hè? Ja, ja. 50.000 euro, ja. Maar ja, ze zijn 24. Ah. Komen ze ah. zo met twee zakken hier, alsjeblieft. Wat, eh, wat, 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 is, het, wat is het foempigste dat je mee gedaan hebt? Dat vind, ik, uh, dat vind ik moeilijk. Er is zo geen uh, één ding of zo, maar ik heb wel drie dagen beleid. Door... Ik doe altijd taxi shit. Ik ben. Terlui om te stappen eigenlijk, en uh, daar, ik heb Gans Berlijn met een taxi gezien, met drie van mijn, mijn, mijn kameraden erbij, en ik heb alles uitgedeeld, zo wat, uh, en... En dan een gever. Ik ben wel echt een gever, ja. Hoe lang, hoe lang heb jij erover gedaan, om dat erdoor te jassen? Dat is vier jaar of zo, ja, drie, oh, vier dat jaar. dat valt nog hè? Gespreid en plezantig, Dat Je, het plezant niet, je het hebt nog niet, nee. je het nog niet op vier weken gedaan, Nee, 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 Het nee, was nee. wel... Uh, maar moest wel naar niks kijken, snap je? Dus dat loon komt er dan... Ik was toen aan het kruisen uh, in Electrabelk. Uh, in dat bedrijf werk ik trouwens nu ook, maar dan aan de andere kant. Dus wij, ons kantoor, zijn in het bedrijf dat ik ooit twee jaar, twee jaar en een half gekust heb. Dat is echt een, een prachtige cirkel die rond is. Ja. Ook een MindFuck eigenlijk. Ja, want nu kussen ze mijn uh, vuil daaruit, dus ik vind dat wel dat schoon. Um, Doe je gaan naar zo wat gemeen tegen dat niks. personeel? <laughs> niks, niks. Gewoon binnen doen en helpen. <laughs> nee, 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 nee. Uh, ik heb ook, ook mijn benen moeten spreiden op deze bureau, <laughs> jonge man. <laughs> jonge man dan ook nog? Ja, natuurlijk, ja, of course. <laughs> uh, dus ja, nee, dat geld was op. Jij bedoelt waarschijnlijk dat van heilen. Uh... Ja, nee, dat je zo zei: een het dan gezegd. Een paar met van ja, ik, ik uh, denk, denk dat je zo uw Instagram-stories toch eens wel ja, ja. testen of zo. Help <laughs> En dan kon iedereen storten. Ja. Maar het voelde als een, als een joke, maar tegelijkertijd. Ja, en er wel door wat de kracht is van Daar had ik zoiets. dat echt ontdekt. Ik had toen 50.000 hm. volgers. Dat moeten we deze methode horen, dat is de mek. Mm -hmm. Dus die, het was mijn verjaardag, dat er nog bij. En ik kreeg 50.000 volgers. Dus we staan daar met vier buiten. En ik zeg: Mama heeft 50, dus. Stel je voor dat iedereen 1 euro stort. Dan heb ik mijn erfenis terug. Dat zou geniaal zijn. Mm -hmm. Dus ik zet dat gewoon op mijn story. Dat geld begint. Stel lekker zo Als jullie daar een euro, het ping ping halen natuurlijk. Zo in een ander land wrijven. Juist gedaan met de slimste mens. En doet iets gek. Direct op de homepage gezet uh, met een foto van mij, zo <laughs> mijn hartje. <laughs> ja, dat begon... ik, heb, ik heb iets van een, een 800-850 euro uh, gekregen op één dag. Wat? Mm -hmm. Het is geen 50 euro, maar dat is toch geschift? Allemaal in één euro, dat zo mijn rekening. Uh, ik heb die nog niet opgedaan, maar ik ben nog aan het. Ik ga daar iets mee terug doen. Ik zou graag: uh, er zit in Aalso het Ruiskersveld, waar uh, jongeren die het moeilijk hebben in een thuissituatie. Dus ik had geregeld met zwanger Gie, dat hij daar eens ging optreden. Maar nu, met, met, met corona is dat zo moeilijk. Mm -hmm. Dus ik ben er alles aan toe om dat niet op te doen en toch nog iets terug te geven. Want ik voel me daar wel als <lacht> Ja. <lacht> ja. Ik voel me daar op het moment dat op mijn tand bij dat dat al gelukt is, dat was echt een joke. En, uh... Stel je voor dat je letterlijk 50.000 euro... Maar jongen... Had had. Maar ik denk Jezus. ook dat kan hè? Maar ik denk ja. ook wel, wat ik daar wel schoon. Want ik had niet zoiets. Je kunt soms hè, als er zoiets in het publiek gebeurt en er zo'n reactie. dan kunnen ze wel dingen hebben van. Oh, hè, het. Mm -hmm. het Walgelijk, wat ik nou wil zeggen, maar het volkske het trapt erin. Maar ik vond dit eigenlijk meer een soort ode aan, aan u. Van, mm -hmm. van, de, de, ik denk dat niemand tweet dat van: begon je niet te helpen, maar gewoon eigenlijk dat, dat moment was zo cool en grappig. Ja, ja. En ik denk dat je gewoon dat een het. van ons wordt die je net nou geblokt had. Ja, en, dat was, het. en dat was gewoon van: fuck yeah, het, dat kan, ja. het kan. Ik denk dat ja. veel mensen dat dat, dat in ja. mij zo was, dat is een van ons. En, ja. en, fucking terecht ook, okay. je bent ook maar een, een, normale, je die gest, een normale die gast van die lotto reclame die er altijd staat van I have ga... no idea what happened, <laughs> he, Zie mij. Hier. ja, dat is altijd goed. Cool. ja, maar dat is wel die moment dat er op HLN uh, ja, altijd uh, negatieve omaatjes en opatjes, maar dat er uh, de, de commentaar begon te komen van dat dat een keer gaat werken of zo. En, uh, mm -hmm. dus daar, ja, daar waren ze niet zo mee, maar, lees jij dat dan? Ik lees dat omdat er soms humor uit de putten valt. Ik vind dat fucking grappig gewoon. Dat is een ja. van mijn hobby's. En oude mensen, ouder mensen dan ons op, op Facebook, dat is echt prachtig. Mijn mannelijke vriendinnen die communiceren in gifs en van dit toestand, ik zie daar wel uh, een soort humor van in. Dat ja, je, heel moeder, je moeder vond ik wel heel funny op dat moment dat jij zo zegt van ja, je mocht mij een vraag stellen. En dat hij zegt uh, wanneer ga jij ooit eens vol, was dat <laughs> Ze is er wel over, ik zweer het. Ze is er volledig over. Vindt ze het oké okay, dat je ze niet vindt... volwassen wordt? Ja, ze ja. heeft er eerder lang moeilijk mee gehad, dat er geen vriendinnetjes blijvend thuis kwamen. Mm -hmm. Maar uh, ik denk dat ze wel mee is ja. in de levenskeuzes. Ik denk ja. dat ze ook wel fier was, denk ik. Amai, dat is niet normaal. Nou, het is, man. De slimste mens, dat het ook wel echt door, dat is Jootje. Ja. ja, dat is niet normaal. Maar mijn moeder was al fier als ik voor Bikkie Burger met een <laughs> micro-stomme dingen was aan het doen. Dus dat was... Mijn ma is gewoon gemakkelijk fier, dus eigenlijk mm -hmm. is dat... Maar is... dat is wel goed, want zo speelt ze niet. Hè? Nee, nee, Als jij ja. die, die belt, dan, dan toont hij een desinteresse die onwaarschijnlijk is. Dat is altijd, ja. Mm -hmm. Dat is ik toch doen Ja, ik ben aan, aan het wandelen, ik zit thuis. Zo. Maar zo, altijd zo lichte irritatie ook, van ja. ze gaan mij aan het lastigvallen met die onnozele kul. En dat dan ga je dan, het was een prank, hè? Ah, ja, dat is goed. Hè? Zo, zo die, 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 die volledige nuchterheid. Ja, ja dus dat is wel smoother, ja. Ja. Op zich wel cool. Ik heb ze wel graag. Jij hebt ook een tijdje, um, of jij zit toch gesponsord door Doritos ook, okay? hè? Ja. Ik heb daar net uh, gisteren mijn laatste post voor gedaan, contractueel uh, afgerond. Mm -hmm. Dus dat zo, uh, van die contracten, dat is echt mij oké, hij moet nu ti moet tien stories doen van het jaar, en uh, vijf keer tijger en dit en dat. Uh, maar voor Doritos, ja, ik vind dat wel, dat is een goede samenwerking geweest. Mm -hmm. Die hebben mij volledig vrijgelaten, ik heb denk ik drie één keer het woord glamidia er moeten uitknippen En ik had één keer, één keer mijn contract met mijn met mijn, mijn prijzen erop laten zien. En dan moest daar ook uit. Dus hoe word jij aangepakt als glamidia eruit moet? Wat voor een gesprek is dat dan? Uh, ja, ik zal straks een mail misschien eens zoeken. Maar dan staat er dan gewoon op ja, dat van glamidia is uh, afgekeurd door legal van de rit Legal dienst, met mensen die gestudeerd hebben, zitten daar dan naar dat video te zien. Dan denk ik denk, ja, Chlamydia kan of kan dat niet? Uh, wat doen we daarmee? Nee, het kan niet, Het moet eruit. <laughs> willen, we, willen we dat associëren met onze chips eigenlijk? Ja, 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 chlamydia. Ja, ja. Uh... ja, dat vind ik prachtig. Wel zijn merk. Uh, Mocht dus niet. Wat zijn, uh, uw, wat zijn uw favorieten eigenlijk van uh, Doritos? Wat vinden de lekkerste? Uh, de paprika wel. De paprika? Ja, omdat, maar ik lik wel alles af. Ik ben als een likker. Snap je? Voor mij zijn chips aflikken. Ik kan dat wegleggen of zo. Je kunt echt letterlijk alleen de kruiden van de chip ja, afzuigen. Ja, ik ben de kruidenman. Ja. <laughs> hey, jij, Andries? Uh, ik kon, niet, ik kon nou even zeggen, dat ik vind dat heel lekker met die paarse. Wat is dat, paprika? Ja, ik denk het. Dat vind ik de lekkerste. Ja, en we dat... Ik ben Sorry. eigenlijk nog altijd een, een grote fan van degene waar ik ze mee heb leren kennen. Uh, namelijk de nacho cheese. Nacho cheese. Ja, dat zijn zo ja, de ja, klassiekers. Ja, ja, ja. Dat waren ja. degene met Doritos, hadden vroeger... Ik heb dat voor de eerste keer ooit in Amerika gegeten. Toen ik ja. uh, kei jong was. Toen verkochten ze dat hier niet. En dat waren ook andere zakken. Zo. Die hadden zo, nog zo van die. Ja, dat was zo. En ik vond dat, een, ik vond dat iets onwaarschijnlijk. Want je kent ja, ge, ge alleen maar potato chips. Dus je hebt ook zo. Wat ja. zou dat al zijn? Maar die nacho cheese. Ja, die, die bovenste daar. Met dat Mexicaans hoedje. Zo zagen die zakken. Zo zagen die eruit. Ah. Ja, taco flavor. Maar gaat dan. Uh, nacho cheese flavor. Dat waren degenen dat ik. Uh, dat ik toen, ja, dat die. Voilà. De Zo heb ik dat leer ik. Hè. Ja. En ik kon me er echt dood oneten. Ik vond dat een van de lekkerste dingen. dat Ik, uh, ik je altijd als, een goeie, Als jong manneke ooit had gegeten. Een hele goede ja. chip Heel goede ship. Ja. Mijn contract is afgelopen, dus hij is wel beter. Dat uh, <laughs> <laughs> okay, zijn, ja. zijn betere chips? Okay, ik okay, vind heel zijn graag spookjes. Van die spookjeschips die, die vind ik echt fucking classic. Mijn dochter eet dat heel erg. Je ziet dus, wij de jeugd. de jeugd zijn daar wel gek van. En ook, ja, ja, ja. Ik ben ook wel zo'n vetzak die met de vingers vol Cheetos kan hangen. Oh, en dan, ja. dat je mond zo echt droog. Oh. En die geur die je ook ja, ja, ja. gewoon aan je handen blijft hangen tot ja. in de eeuwigheid. Maar ik heb zo je een... hebt zelfs spookjes combinatie met, met Cheetos, cheetos oh, zie shit. ik. Kijk eens aan. Maar ik heb, uh, ooit I think zo we uh, found your brand. Ja, ja, ja. ja. Dan moet als ze kijken, uh, als ze cheetos smokjes kijken. Ik heb ooit zo'n uh, show gehad, de uh, Supergrote Chipshow over chips. Wat mm -hmm. een hele goede titel is. Maar uh, waar dat was speciale chips-reviewen. Uh, aan de hand van de verpakking en dan de inhoud natuurlijk. En mm -hmm. daar is het wel in Japan en. En, en dat wat zijn wel... zo de meest insane smaken dat je bij chips hebt uh, gegeten? Uh, meestal was dat zo visgerelateerde... gerelateerde ah, Ja, ja. ja. Snap je, gedroogde? Ik, ik heb er ooit eens gegeten en die waren, um, die waren barbecue. Wacht, uh, ba wat was dat? Barbecue ribs flavor. Ja, ja, ja. Maar geproefd maar dat vet van die ribben er zelf zijn. Sommige ja. dat ik er, ik denk... er niet in worden hier ook, hè? Ja. Dat ja. gaan ja. verder. ook. Van die onwaarschijnlijke smaken worden van mm. iets te goed gedaan. Ja, <laughs> <Je> waardoor, <laughs> je dat het, niet, niet. waardoor dat je denkt: ach, het, het is niet aan het kloppen met wat mm -hmm. ik hier in mijn mond aan het steken en zo. Pringles is daar ook heel goed. Ik ga ja. elk merk zeggen, ik ben vrij. Ik ben een vrij man. Ik zweer het u. Pringles is daar ook. Pringles zijn echt perfecte afflict Ja. Daar, die ik vind alleen Pringles kan lekker, maar soms de perfectie van de vorm kan me toch ook irriteren. Ja. ja, ik snap het wel. Ook. Het is te juist soms. <laughs> Vooral omdat die zo in uw gehemel te passen. Hè. Je ja. kunt die er zo inschuiven. Gelijk ja. een, een, ik had er nog niet over Een, over een paar nadig. valse tanden zo. Dat hey, is echt toch. Maar het is lekker, hè? Ja, ja ik had er ja. nog niet over nagedacht. Volgens ja. mij heb jij nu dat pringels voor mij ook vernukt voor live. Uh, ik snap wat je bedoelt, ja. Ja, het enige ja. wat ik wel... Is je toch het ook nog een momentje, voor? Ja, ja ik, mm -hmm. ik, ik, maar ik ga ook graag mijn glas uh, lekkere wijn trouwens. Uh. Ja? Ja. Voilà. Doe dat altijd voor de micro, hè. Dat ja. klinkt goed. Dat is voor de, de luisteraar. Dat is gratis. <laughs> maar zie, dit is, dat is zo'n zalig geluid, hè. Jij nog een beetje? Ja, graag dat is, er nog bij, uh... ja, het is een hele hele lekkere. Ja? Dat is echt cool, ja. Wat ik altijd wel heb met uh, natuur... hey, Ik ken niks van wijn, hè. Ik vind oh, het gewoon... wel lekker. Natuurwijnen wat ik me altijd een beetje voor moest overzetten, die is heel oppervlakkig hè. Dat is dat die zo troebelder uitzien. Ja, dat is wat dan hier gefilterd, is. Ja, gefilterd, dus ja. is hier door een filter gaat. Dat is een beetje gelijk echt appelsap. Ja, ook. ik denk dat ja. nu we nu inderdaad jij ja, ja. uh... ja, mm had -hmm. kunnen kakken was <laughs> denk ik. Wat? Zit je toch zo de hele oh, Zit troebele... ik in, uh, zit je kind in een drap uh... denk ik. Ik kon kunnen kakken, als keigo. Ja. Oh, al gaat dag. dat nog goed? Dat gaat vlotjes bij mij. Hm. Ik, uh, I'm full of shit. <laughs> ik uh, moet soms zes keer per dag, ik zweer het. Ja, ik, dat... ik, ik heb vaak ook. Ik heb ja. ook heel overactieve, ja. heel meteen dus wat ik al in gangs. Dus die galblaad, dat weg is, komt dat eten direct in de maag en je zegt: ja, ga maar. Maar ja. is het dan veel, veel kleintjes? Of elke keer wel substantiële best wel is een surprise kaka. Ik zweer het. het is, je weet nooit wat er gaat gebeuren verliest te hard, of mag ik dat allemaal zeggen? Ja, ja. Tuurlijk. Ofwel, uh... Nee, ja, da nee, dat soort uh, praten tolereren wij hier. Alleen goedkope hoeren. Ja. Ah, een jonge mannelijke kuispersoneel ja. mensen verkrachten op een tafel. Op een dat uh, ook. Maar we gaan we... niet beginnen. Het uh... ja, nee, wel in dat Legal hier eens binnenkomt. En, ja. uh... <laughs> legal gok het uh, niet gemakkelijk hebben me met deze aflevering. Ik vind altijd ja. wel, ik moet zeggen, ik heb ooit eens een interview gelezen met jaren geleden. De, hmm. naams, de band nam, verlaat al dat jaren geleden. De Fun Loving Criminals, die zanger. Hmm. Het was niet zo in humor, denk ik. En een van die, die vragen, of in ieder geval een van de antwoorden, was eigenlijk always check the box. En dat was zijn dus levensmotto: dat je altijd moet kijken naar wat, wat er uh, gelost is. Dus maar, ik ben hypochonder, dus ik heb al vaak met het zaklampje van mijn iPhone, als zonder met een kak, zitten zien van. Is dat nu een stuk paprika, of is dat nu bloed? Echt waar. En hoe dicht, dicht gaat je dan? Ja. Gewoon, als je het ziet, ik ben echt niet aan het zeven, zo ver gaat, en wat is dat daar? Volgens dan? mij zou dat een titel van uw autobiografie moeten zijn. Ja. Is dat nu een stuk paprika, of is dat bloed? <laughs> het leven van Bokkie de <laughs> oh. Ja, maar nee, het is true story. Ik zit dikwijls boven mijn uh, wc-pot gehuurd, voor de zekerheid. Ben jij hebt ook de kleur van je pies? Ik uh, kan wel in paniek zijn soms. Je shit uit een Aldi, zo taboulé. Ja. Uh, en de ramen aan het station van Zaventem hebben dat ook. Als je dat eet, zit er iets in dat je pis flu fluoriseert. Dat is niet normaal. Ja. Dus deze keer dat ik dat voor had, ik was bij het productiehuis De Mensen uh, geweest, en die hadden mij me meegenomen naar uh, een Zaventem daar, uh, voor ramen te gaan eten. Uh -huh. Ik had s'avonds avonds fluoriseerde pis, maar het licht uit en je pis zien hè. Dus in paniek naar die... Licht uit en je pis zien. Letterlijk. Ja, fluoriseren, lucht okay. geven, wat de fuck Holy is deze? crap. Dus naar die moet moeten bellen. Ik jij super, ook superkrachten en zo? Dat zou nog wel cool zijn, man. En ze zitten aan nadenken: maar... hoe kan dit? Dan heb je een interacteur gebeld. En dan op duur beseft, ah ja, misschien is het iets met die ramen. En dan heb ik naar de um, ja, interacteur gestuurd. En die zei: ja, dat is normaal, we hebben dat daar altijd van. <laughs> dan heb ik dat dieper zitten googelen. <laughs> dat is een kleurstof dat erin zit voor, hun... voor het extra geel te maken. Um... Maar je hebt wel een paar roturen gehad. Ja, even in paniek wel, ja. Een taboulet, en Aldi heeft, heeft dat ook. Dus allemaal tabouletko's. Een taboulet van de Aldi, en dan gaan we allemaal uh, foto's maken van een, ja. onze lichtgevende pipi ja. in het midden van de nacht. Je moet er nog een hashtag onder maken. Ja, vind ik ook. Ik, uh, ik wil foto's zien. Ja. Sorry. <laughs> ik ken niet per se, maar... Wat vind jij de slechtste chips? Wat zijn chips die, waar we je helemaal geen plezier mee kunnen doen? Of die je, dat je maar niks vindt? Ik weet niet hoeveel mensen dat deed borst had, maar ik denk Pirato chips. Aldi oh. toch? Okay. Ja, Aldi, denk ik het wel. De wanneer trappen op de arme mensen zo? Ja, ik denk het. Ik zit nu wel op een niveau dat ik alleen nog merken kan. Uh... <laughs> ik kan nummer gezien worden met een Pirato chips in mijn hand, dat gaat niet. You changed, man. <laughs> nee, you're not, you're not ik, one of us anymore. Ik weet waarom. Pirato heeft ook, als ik juist ben, het kan zijn dat ik het hier super overtuigd zeg zeggen, volledig wil, maar Pirato heeft ook pringles nagedaan. En ik zweer het u dat zijn de slechtste chips dat er bestaan die zijn... daar zit geen smaak in. Ja. Het daar. Uh... Is dat de linkse? Ja. Mm -hmm. Sorry dat ik zo enthousiast. Nee uh, nee nee nee. Dat is goed. Ziet. Dat is goed. Ja. Ik zweer het de u dat zit geen smaak. In. Vooral dat zijn chippies. Chippies, mm, voilà. <laughs> <laughs> ja. Die zijn kut, gaat ze. Ja. Sorry ja, maar arme ja, mensen. Pirato zweer... is bij mij al heel lang gelezen. Hè? Dat mm. is. Uh... Maar is dat ook BV toch? Hè? Ja, ja, ja. Tuurlijk, Maar <laughs> Wij doen er niet meer aan. Anderie, zo is dat pirato? <laughs> Wel, uh... <laughs> ja, Voor mij is het nog erger, want ik, ik, kan, ik ben zo degene die aan het raam kijkt. Zo, de, de, kerst, de Christmas Carol. Ik, ik, ik heb zo de sleutel tot de deur, maar ik mag niet binnen. Ja. De, dat is zo. Please, uh... sir, can I have some more? Maar maar ik ik zie degene die zo'n verslag uitbrengt tot het gepeupel. Van. Ze zijn nu, nu echte chips aan het eten. Ja. Van merken. Zoals kettle. Je weet dat he? het ergste kettle van is. Kettle, is goed, oh, kettle is, goed. is goed. Maar dat is wel het toppunt van rijke mensen. Reken kettle, kettle is een beetje. De, die zak is ook al pretentieus. He. Je voelt ja, al direct al, van. Deze is de betere chip. Ja. ja, ja, ja. ja, ja. Merk dat er wel het aan. Is mensen er zijn shit. ook belachelijk veel smaken. Want ik heb dat leren kennen. De eerste plek dat ik wist dat ze dat verkochten, ik ben wel een chips fan. Ja, ik ook. Maar de, de eerste plek dat ik wist dat ze dat hadden, was um, in um, het, het tankstation onder de, allez, de Crest Hotel. Dat is nu zo de. Ja. Goed net de Crown Plaza zeker, of wat is dat? Een Holiday Inn. <laughs> Die Crown Plaza Hotel, ah, ja. waar dat Geert Hosten altijd zijn grote banner ging toen hij zijn shows deed. Dat de. Jawel, en daar hadden ze die. En dat was zo, ik was meteen gefascineerd door het feit dat dat handcut chips waren. Dus je denkt van, nee. oeh, wat is dat allemaal? Hè? En dat proeft inderdaad ook meer dan een echte aardappel. En ja. je gelooft nu totaal niet meer dat er nog iets handcut on is. Maar uh, ja, nee, ik, ik, vond vind, toen, ik vind toen, dat, dat toch een toen klein raak... beetje... Dat zijn wel altijd het soort dingen... Ik, ik apprecieer de dure, ik apprecieer de schone dingen. Maar zo bij Kettle ik denk altijd als er zo blinde testen gedaan worden ja ik weet We zijn er toch een paar bij zo vind die uh, die uh, salt en vinegar vind ik een hele goeie dat eet ik, ik, vind nooit. Die, uh, ik vind ook die ik vind ook die die is, een honey barbecue is ook wel goed. ja dat is supergoed salt vinegar, dat, is dat niet engels is shit? heel engels ja, ja. daar gaan daar snappen snap het niet de, 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 Allee, Die ja, doen zelf azijn op hun frieten ja, ja. ja. chips dat doen die uh, zelf ja, ja. ja. Uh, dat hebben ze wel af en toe proberen ze dat wel sowieso proberen ze wel sowieso een van de hippe keet... Uh, een nieuwe uh, horeca zo fish en chips te doen, maar ik vraag mij toch af of dat het echt aanslaat hier. Ja, ik ja, denk als je, er, uh, als je er genoeg pretentieuze ah, kakken hangt, dan, dan zal het wel. Een beetje zeewier maar... erop of zo. En dan... ja, maar uh, als je het gewoon klassiek eet, ja, dat is lekker hè. Fish en is... chips, als je dat in Engeland eet. <laughs> Wat is... Weet er nog dat wij dat eens zijn gaan eten en jij wou zo, dat was ook heel funny. We waren zo in Londen en hij zo... Oh, ik wil zo naar, naar, naar zo'n fish en chips. Maar zo, hé, hij had waarschijnlijk dat romantisch beeld in de kop van in een gazette. En, en, en vettig <laughs> ja. en smerig en dit en dat. Ja. En dat bleek gewoon onwaarschijnlijk lekker en keihou klaargemaakt. Dus dat was ook een klein beetje ja, teleurstelling bij u. Dat zo. Ja? Dat, ja, dat is, dat is eigenlijk gewoon echt keihou lekker en ook niet belachelijk vettig. Ja. Zo, dat was eigenlijk wel echt gewoon goed. Ja, dat ja. was een eigen gegeten in Londok. En ja. die. Uh, ja. De een, een kameraad zat daar. Wat is daar zo wat. Uh, ik had. is dat Brixton? Het uh, was daar heel. Uh, Grimmig. Heel echt. Ja, ja Brixton uh, uh, heeft wel zijn kant. En inderdaad. daar als we Jamaicaans gaan eten. Ja. die ook stelen. En al echt waar. Want ik heb daar supergoed gegeten. L Londen is culinair. Uh, Ongelooflijk ja. straf. Zeg maar wat is zo. Je zit nou, Je eet alles. Hè, van de sterrenrestaurants. Tot, tot de crap van achter de hmm. hoek of zo. Als je nou zo echt één ding moet kiezen. Waar zit uw hart eigenlijk? Is het de eerlijke, simpele food? Of is uh, het toch graag de, ja, de, de mini haute couture? Dat culture? Zo'n moeilijke vraag. Allee, dat vind ik okay. heel moeilijk. Het is vooral als een moment, graag simpel eten tijdens de week. En dan, als er echt zo'n moment is van de, de wijn op tafel en ik heb mijn geld gespaard en het kan. Ik kan nu 300 euro missen, dan ga ik heel graag bij Kobo gaan eten. Ja. En ik probeer in de tussentijd, dat dat lukt, in die spaarmomenten uh, ertussen probeer ik zo lekker mogelijk simpelusje te eten. Want kook jij uh -huh. ook zelf? Of Zelden? Uh, minder. Tegenwoordig minder en minder. Maar ik, ja, mijn broer en zo gaat zeggen: ik kan niet koken. Ik durf beweren dat ik wel redelijk kan koken. Maar zij hebben ooit eens 100 euro voor een mislukt nieuwjaarsdiner gegeven. En sindsdien zijn ze, geloven ze, niet meer in mijn kunnen. Ja. Ik heb drie dagen de consommé meegemaakt. Het gekapt daarin met een handdoek en het uitgegoten in zo'n theezakje, En dan smaakt niet naar water. Het ja. was gewoon water dat iedereen daar moest fretten aan 100 euro. En <laughs> ja, dus zij beweren dat ik het niet kan. maar... Wat was er misgegaan dan? Ik heb geen idee. Ik, heb ook... ik was ook al dronken ondertussen. Dus <laughs> ook uh, het Het was wel zo dat de koker opnieuw bij mijn vrienden gaat. Dan heeft dat... Die komen daar zat toe. Uh, mm. Er is er al van alles gebeurd voordat ze aan tafel moeten. Dus... Waarom heb ik dat ook gedaan? Daar drie dagen moeite in gestoken. Dat is, iets, dat is echt iets van vroeger, hè? Heb ik niet zo... Consommé, of ja, moeite zo... steken in eten? Nee, ja, nee dat, is <laughs> dat, dat is zeker wel. Maar zo, zo van die oude. Ik zie onze pa ook nog altijd zo die en, en zo van die dingen. Het was dat hij drie dagen of voorhand al bezig was. Nee. Mijn ja, mama ook. Ja, ja, en die die dat klinkt dat dan wel. heel romantisch en ik denk, oh ja, ik ga dat doen. Ik, ga dat, ik doe dat graag, maar ik ben op van de stress. Elke relatie is al gestrand als ik. Als ik ooit zeg, ik ga een keer drie dagen bezig zijn met iets, dan, dan weet ik dat de relatie kan stranden op dat moment. En dan opvallen zenuwen en geen aangename mensen meer. Ja. Uh, dus mag dat hij het niet meer doen. Dingen doen. Ik was, ik was, ik was heel jaloers op dat filmpje dat jij bij, bij die Kobe jij die Pita Pantera. Ja, meten. daar hoor ik heel veel. Uh, oh. Maar het is ook wel fucking lekker, echt waar. Vertel het voor de mensen die het niet kennen. Ja. Uh, dus ze kopen van Chambre Separé van In De Wolf vroeger. heeft ook de superette in Gent. Ze uh, de de... kopen Desmarot, zeker. Desramold, ja. Desramold. Maar ik vind Desmarot veel beter. Misschien moeten we dat wel okay. zien. Desmarold. Ja, Desmarold. Oké. Okay. Desramold. Nee, Desramold? Ja, het is wel een lange, lange Sheet, aflevering. Uh, dus ik had gaat nog zo'n gast met een naam dat ik nooit goed. Chris Dusoschwa, daar moest nee, ik ook altijd moeite ja, voor ik, doen. Ja. Ben, is dat die met natuur uh, ja. shit en al? De, de, de beestjes is ja. dat. Ja. De ja. Ja. Moest ja. ik ook altijd nee, zo... nee. Over. die legt daar wel op of die. Ja. Legt ja. hier niet op de voorkant van. Chris is ja. niet er iets van weg. Maar, maar het is... Desramo, Desramo. Desramolts. Desramolts. <laughs> Spreekt het zo wat. Koop Desramolts. <laughs> Oké, okay. shit man. Ik je moet het. nu gewoon tien keer naar elkaar zeggen. Ik doet altijd cool. Ik koop dat ja, grappig. dat, snap ik, dat ja. snap ik. Maar ik wilde je dan zowel vermelden als zijnde persoon. Ja, 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 ja. Maar dan spreekt hij deze nacht daarna. Nou Bekende beke beke kok. Hè, ja, ja, ja. Goed bezig. bezig Jean-Précipari ja, ja. Uh, uh, in Gent. In de Wolf was vroeger ook wel echt crazy. Maar je moet er wel wat voor sparen. Het is ook wel echt een ervaring. Die in, zat in de lockdown. Heeft heel lang niet meegedaan aan het take-out. Want hij zei: Ik word daar echt niet gelukkig van. Ik wil mensen zien. het uh, is nu. Uh, Adana dürumad maken. Dus als ja, Adana ja. is vlees op de spies, boven de Hot School ja. daar Daar hummus bij, harissa zelf gemaakt. Uh, dat brood, ja, hij heeft natuurlijk een superette zijn bakkerij. Dus hij heeft echt dat beste pita brood, niet normaal. En dat verkoopt hij daar aan 15 euro denk ik. Mm -hmm. Donderdag ochtend bestellen en op een uur is dat helemaal uitverkocht en vrijdag en zaterdag achtergaan, maar het is echt super lekker. Ja. Ja. Voilà. Ja, ja, dat was uh, genoeg. Uh, uh, Daar wil, wil ik zeker gewoon. Hoeveel uh, reclame voor terug, twee graad Dat is de Robin, roos. Uh, <laughs> Ja, drie dan wel. Die dan, uh, dan, uh, bril van de Genio's. Kopen, <laughs> <Godverdammig laughs> uh, ja, ik heb het godverdomme gehoord. Ik wil een Pita Pantera. <laughs> Ook ben... zo schaamteloos. Sch gewoon scha ja, ja. Ja, zo, we vroeger al zo een beetje kijken op Jean-Marie Pfaff. Maar <laughs> <laughs> eigenlijk is dat nu geworden <laughs> Jean-Marie <laughs> Jean showed us the way. We zijn nu al die Plast van de. Van de pot. Ja, maar dat is, toch het, op zich dat, dat is toch hilarisch eigenlijk. Het, het, het influencer-gedeelte daar. Dat ja. je, je zo een post moet schrijven over Doritos. Hé, dat is dan nog cool, want dat past nog bij u. Ja. Maar dat is wel. Ik vind het wel leuk. We zijn op een punt gekomen dat iedereen weet dat je daar je dat, dat je dat geld voor krijgt. Ja, ik benoem het ook heel erg af? Ja. Weet je, ik zat het onderaan wat ik super amateur vind sinds dat ik uh, veel volgers heb. Dat ze het niet meer geloven. Ik wil me. Zo'n pikante saus uit Brussel, sweat, dat ik super graag eet, en dan zet je het erop en dan heb je het gevoel dat ja, je gesponsord Maar ben ik niet gesponsord? Ik vind dat echt goed. Dus daarmee begin ik graag met, hey, ik ben betaald voor dit. Dus je doet ermee wat je wilt met die info, maar ik ben hier wel voor betaald. Een andere shit moet ik al bijna aan bijzetten. Dit is, is gemeente ofzo. Ja? Dus dat vind ik een hele moeilijke grens waar ik nu op zit. Ja. Snap je dat, wat ik ja, bedoel? Natuurlijk, ja, tuurlijk. Het uh, was zoals uh, Obama zelf spreekt, dat er een poot bij stond. zo. Ja, ja, ja. Dat is ook een vergelijking. <laughs> Ik had ze wel gewoon binnen laten Dat is wel zo'n ja. ja. ja, zo, meisje. De zo, ja, ja. Yeah, man, you said it. <laughs> Ja, ik vond het ik wel top hoe dat ik al complimenten meteen op de bovenste schuif ging. Ah. Ook zo, dat is direct zo, ah ja, gelijk Obama. Classic ah, ja? yes, you know. Obama. Yes. <laughs> yeah, man, sometimes that's just like, I'm like, I'm like Gandhi in that way. Zo, <laughs> so, met, ja, meteen we naar de top. Maar dat is de nieuwe vorm van complimenten, hè? gewoon een vergelijking maken. Ja. ja. Heel goed mm -hmm. aan. Ja. Je hebt er nogal een paar gedaan vandaag. Dat ik heel goed ben, dat ik nu even vergeten ben. Maar er zat dan nogal. Ver... Is dat wat een goede vergelijken naar? Ja, ja, vind ik. Ik vind dat je moet naar boven. Ja. Niet naar boven shotten, maar. Hey. Verheffen. Verheffen. Hè? Je moet, ze naar, je moet ja. ze naar boven. ja, Lift hem op. Ja, ja. Ik vind dat ook, ook eigenlijk. Er zijn veel dingen over vandaag de dag. waar we kritiek over kunnen hebben. Zeker wat online betreft. en bla, bla, bla. Maar er zijn ook zo van die dingen. dat ik wel leuk vind. En bij u, ik dat ook wel zo. Dat het, niet allemaal, dat het niet negatief hoeft te zijn. Je kunt nee, ook, ja. je kunt ook de, de, de opgeblazen realiteit benoemen en er dan gewoon heel veel plezier mee hebben. Ja, daar ben ik ja. blij mee. Maar, maar even terug op. Also, ik ken veel mensen, maar ouderen vanaf 30, 40 jaar, die kritiek hebben op also, de, de jonge tiktok garden. Maar daar dat vind ik dat snap ik niet zo heel goed want zijn wij niet gewoon veel taal is dan niet gewoon het ding ik, dat is het. ik kan dan hem eens dan dansen dat is het, dat is het. Ik, ik heb Tuurlijk. fucking shit te doen ik, moet, ik heb al ja, twee maanden heb... papier vergeten buiten zetten, ik moet daar ik heb maar er juist een trap zijn oplopen <laughs> je zou dat ook echt niet meer moeten doen uh. nee maar dat is gewoon een mening voor ik zie nee, nee, de morgen uh, de ja. social house reviewen dat ik denk maar partje ik zei fucking 40 jaar waar ga je tiktok ook reviewen en ik vind dat zo absurd ja. Wie beter dan een ozel te doen dan 20 jaar die nog geen shit te doen? Ik heb echt shit te doen. Ik mm. moet mijn geel vuilzakken zakken en zo buiten te krijgen op tijd. En... Ik heb daar geen tijd meer voor. Daarmee dat ik liever uh, filmpjes maak, dat één keer per drie maanden, dat veel meer werk. zijn. Was het, maar... was het ook een keuze, dat je, zo. Um, dat je ook zegt, maar ja, er is. Je bent natuurlijk niet blind voor de negativiteit, maar dat je mm. daar toch eigenlijk gewoon zegt. Ik, dat is niet om mij, maar eigenlijk daarmee bezig te houden. Ja, maar in gans mijn leven, denk ik. Dus, ik denk dat dat uh, een doortrekking, ik weet niet of dat woord is, maar een doortrekking is van hoe ik in het leven sta, en nu kom ik terug bij de doodstraks, denk ik, ik heb niet daar geen tijd voor, voor daar... Uh... Of ik wil daar geen tijd voor maken, of alsof. ik zal het zo... Uh... Hoe, hoe teleurgesteld ga jij dat jij oud wordt, man? Ik weet het niet goed, ik weet het niet goed. Omdat ik... je, als je zo heel de, ja, ja. de tijd die, die ingesteldheid hebt, van ik moet hier leven voordat ik doodval, ik weet wat het? op zich niet slecht is, hè, want nee, maar het je haalt nooit... er veel dingen uit, maar aan de andere kant, dat heeft ook iets enorm... Ja. Het gaat nooit genoeg zijn, of zo. Nee. Het gaat nooit genoeg zijn. Nee. Dus, dat, dat weet ik. Ik. ik, ik weet ik dat Ik ben aan het hopen, wat ik weet dat niet komt. Want dat is ook nonsens. Want ik weet zelf hoe ik in elkaar zit op nee. die... Die, die, die rustige, wijzere, oudere dag, zo, waar je zo zit en denkt... Ik ah, ben er. Ik ja. ben er, ik hoef het te het doen. Ja. He, en, en het is mooi zoals het is. En, maar, he, en ik heb vrede met mijn huidige situatie en ik vond het mooi zoals het vroeg. Ja. Zo, alleen, ja, zo zit het niet in één. Ja. Gaat dat niet gewoon bij jou ook niet? Ik weet dat niet. Ik denk... Ik, denk ik, ik vrees, jammer maar helaas dat je niet het leven leidt dat, dat wij leiden als je zo denkt. Ja. Ik weet, ik weet dat niet, hè. Maar... Ja. Alleen, ik bedoel daarmee van dat dingen willen doen en in de kijker lopen en dingen maken en, en ja. bezig zijn. En, ja, ja. En ik, ik vrees dat dat, dat dan sowieso oh, well. wel een klein beetje par for the course is. Dat je, dat je een klein beetje persoonlijk geluk wel laat varen daardoor. Zo. Het gaat sowieso slecht aflopen. Ik weet dat ik op het einde <laughs> ga denken: fuck. <laughs> ja, het gaat nooit genoeg zijn. Ja. Er komt ja. geen moment dat ik daar uh, een beetje kan chillen of zo. Mm -hmm. Ja, maar uh, daarom ook dat ik redelijk wat drink, denk ik. Mijn hoofd, mijn hoofd stopt gewoon niet. Het is echt 24 uur als ik me neerleg op een kussen, is dat takken, mm. tak. En daarom uh, ik krijg ik vaak de commentaar in mijn inbox tegenwoordig van bezorgde moeders. En terecht van: jij promoot veel te veel alcohol naar de jeugd toe. En uh, misschien moet ik even mijn tijd pakken om dat te duiden, want dat is echt helemaal mijn bedoeling niet, maar voor mij werkt dat vanaf dat jij voelt dat dat niet werkt voor je, als je slecht zijn met alcohol met drugs, dan, moet je, dan zoekt u een andere hobby. Ja, Ga misschien je zo, goed, hè? Dat is dat is soms ook een beetje. Dat, uh, ja. allee, het, is, het, is het het gevaar zit hem denk ik eerder in dat mensen schrik hebben dat je het gewoon een beetje te leuk gaat vinden. Ja, maar dat is bij mij. perfect mm -hmm. tijdens de week knallen, maar dan moet er wel een zijn dat ik even kan afscheid nemen van mijn hoofd, denk ik. Dat wij ja. naar elkaar wuiven en zeggen. Ik zie u bent twee dagen terug of zo. En, uh... Kun je echt uh, zo echt all out gaan? Wat bedoel je daarmee? Uh, uh, zo, uh... Bijvoorbeeld, ik kon ik voor mezelf spreken. Ik, ik ben een bovengemiddeld gematigd. <laughs> <als> in, <laughs> ja. als in, ik zal zeggen, ik drink elke dag. Uh. Oké, okay, maar ik, ik heb zelden pieken. Ah, ja. Het is niet dat ik zeg. En nu is het een constante ah, ja, okay, ja ja gewoon de constante maar Dat benan in richting een positieve, destructieve mode gaf. Ik kom me volledig verliezen. Dat ben ik. dat ja. Ja. we zijn daarover tegenover, uh, volledig. Ik drink nooit tijdens de week, drink niet één, twee punten, maar ik verzamel die. Op één dag drink ik ze dan allemaal uit, omdat ik dat veel plezanter vind, ofzo. Ja. Uh, tijdens de week niks dus dat ik gefocust aan werken en dit en dat. Maar er is wel altijd één dag van. Maar nu kan het, dan moet ik rekening houden met mijn agenda. Ik ga nog twee dagen afzien daarna, dus kan dat? Ja, het kan. Oké, okay, let's go. Nu drinken we er twintig of dertig. Ja, ik denk dat ik zo wat tussenhollen lig daarin, in de zin <laughs> van, ik heb het gevoel, ga je iemand dat drinkt omdat je dat lekker vindt, ga je iemand dat drinkt omdat je het lekker vindt en lekker destructief, ja. ik ben echt een pure effect drinker. Ja, oké. Okay. Ik ben iemand dat echt uh, nooit alcohol drinkt thuis. Ik heb er nee. bijna nooit zin in. Misschien heel af en toe als mijn vrouw is, zegt... Hey, een rum of zo, en dan zeg ik, ja. ah, whisky en zo. Even zo'n klein dingetje, maar ook nooit niet veel. Maar als ik drink, dan is het wel voor. Dan neem ik echt zoiets van: oké, okay, cool. Nu, ja. nu moet ik echt in ja. de vernieling zitten. Ik zo. zit hetzelfde. Dus, en, en doe jij eens een week iets van soft terug? Nee, dat doe ik eigenlijk niet. Nee. Ik ben daar ook nee. heel slecht in wel. We, 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 da we, pa... In dat we, doen? In dat ja. niet doen? In, uh, in joint? Ja, ik ben daar heel paranoia van. Uh, ja. dus, en ze zouden denken voor je hoofd wat kan meer dat werken, maar dan wordt het nog erger. Bij mij werkt dat ook niet. Als zit je drie uur te overdenken en dan denk je ja, ja, shit, ja wat de fuck was dat allemaal? Zeg maar, jij is echt een maler, 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 ja. constant. Ja, een constante. Zoals Gustav? Is dat? Is dat? <lacht> 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 Allee, je gaat dat <laughs> moeten googelen, die moet ik zien. Ik kan die moet met een Slimste mensen was allemaal een leugen. Ik weet dat je er allemaal niks van. Oh, ja, hoe goed was dat? Joh. <laughs> ja, maar gaat echt een mega goeie punten, hè? Ja. Mm -hmm. Ja, ik weet niet Hoe is dat eigenlijk gebeurd, domkop? Ik weet het niet. Ik ja, weet het niet iemand ik weet dat het niet. te dom was voor zijn geringe bekendheid, ja. die een van de hoogste scores als Of die aan een White Man Can't Jump film gepult. Uh, nee, nee, nee. nee. de valse slimme. Het was wel... De hustler. Het was wel echt, eerste Want ja. veel mensen denken dat... Uh, dat, is heel, dat is, let, ja, ik zal het onderzoek nu zeggen, de perfecte moment om uh, te zeggen, maar het is allemaal echt. Mm -hmm. Ik had me niet naar... Ik had me wel nog wel voorbereid om niet volledig af te gaan. En uh, ja, daar daar je dan voor? Wat heb jij daarop gedaan? Even het nieuws gevolgd? Ja, het nieuws gevolgd. Ja. En in kernwoorden beginnen denken. En dan uh, was Alina van de Moldaren mm -hmm. En Jennifer Heile. En die lagen daar dan uit. En die hebben mij allemaal in de cursus opgestuurd. Gelijk vroeger? Gelijk vroeger? Ik zweer het ja, u, dat is niet waar. En waarschijnlijk is gewoon geschreven. Maar, die had ik. Een... Nee, dat was echt voorbereid. Dat was maanden aan research en werk en alles opgeleid. En ik zat daar, oh my, deze is uh, Ja, eigenlijk vroeger op school, uh, de tof dat al zo. Ik ben misschien drie maanden niet geweest, maar... maar... <laughs> Hier is 15 euro. Welke uh -huh. ja, heb je niet gestudeerd? Ach, oh, grote onderscheid. Ja, ja, ja. ja. Maar al, vooral, vooral ook even. Hier is 15 euro. Ja, 15 euro ja. voor de moeite. Hé hey, hey, jongen, hey, <laughs> jongen. kids, daar kan je nog veel mee doen hè, met 15 euro. Dat zou wel zijn. Ga maar eens lekker naar de film. Dus ik uh, koop iets moois voor jezelf. Ja. Schip Snoep. Ja. Een halve zak schip Snoep. Ja. 110 gram. <laughs> Maar dus Alina en Jennifer hebben me we wel heel goed geholpen daarmee. Ja. Ja. En die cursus is echt, is dat nu een cursus die je zo ontrond gaan? Is zo. Ik nee. ben die de schijf kwijt geraakt toen is dus, uh, weg. ja, <laughs> <laughs> die bestaan er uh, Jammer. Nou, nee, nee, jammer. Dat is wel een, een goede manier om ermee om te gaan. Maar dat, want je... Het, het coole eraan vond ik dat je dat, zo zelf zo één ding had, denk ik, dat je zo echt gewoon volledig alle kernwoorden ineens zo ding 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 ja. ding, boef en allemaal klaar. Dat was twee keer gebeurd Wa was dat ik. nu was dat nu toen ah ene met Curb your Enthusiasm van Je Larry Curb, David ja, van ja, maar maar ik vind dat echt super super goed ja. en op één keer ging dat al zo ja en het andere was met Eastit en uh, Sammy. ja Amy. ja, acid. Ik weet, ja. Ik heb toen uitgelachen door jonge gasten maar ik acid heb gezegd. Maar het is toch acid? Nee, het is acid. Zou de, 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 wij, de oude mensen, zouden acid zeggen, maar het is acid. Ah ja, oké. Okay, ja. Dan heb ik het omgedraaid. Dan ja. heb ik daar acid gezegd, ja. waarschijnlijk. Ja. ja, Zoals het correct hoort. Dus gewoon de Wat, jeugd, wat het woord dan, ook is. De jeugd me uitlachen, ja, echt waar. Zeker ja. dus van die mensen dat boomers zeggen tegen Gen Xers. Qua er zijn wacht. Ja. <laughs> Dan denk je, get ik, zijn, your, ik, get your facts straight, <laughs> you lazy fucking kids. Die ineens is wel iemand die oh, is growing on me of zo. de eerste, keer, joh, de, we... de eerste keer dat ik dacht, dacht ik, oké, okay, niet erg, ik zijn geen hater, doel doet hij, in veel dingen, mm -hmm. ik snap het niet, niet erg. Dus ik kreeg een andere dingen om druk over te maken. Maar dan begon ik dat terugzien te dacht ik, dat is gewoon een punker. Ik was zo wel in mee, muziek, met muziek, 15 jaar jonger. en ik was sowieso team ace. Hij ja, zal ja, wel Acid nog veel ja. ja. die, is, die wie is, wie is, Sorry, nu ga ik echt. Opa gaat hem vraag stellen. Ja, wie is ACID? Acid is denk ik. Uh, Bokke, ga gaat me corrigeren. Is denk ik de nummer 1 YouTuber van het land, zeker qua oh, abonnees. Ja, ja nee, dat ken ik wel. Ja, Sam ja, is er boven, maar Sam is gewoon een ander doel. Want dat doet ja. mijn dochter en zo. Ja, maar, ja, ja. En dat is een beetje. Ja, nee, nee, ik ken hem, ik ken hem, ik ken hem. En die heeft gewoon een, een, een. Ja, een eigen stijl om op zijn zacht gezegd, waardoor dat je de eerste keer dat je dat ziet denkt. Wat is dit? Is dat die, die dat ook zo op een, 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 een vrij raar accent ja. heeft als je praat? Ja, 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 ik ja, 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 ken hem, ik ken hem, ik ken hem, een ja. jong, jong gastje. Maar een skater ook, alles. Ja. Maar het is bij mij zo, in het begin denk je echt: dat is niet, dat kun je toegeven als je wat ouders denkt: wat the ja. fuck. Mm -hmm. Mm -hmm. Maar dan is het door wat je zegt en je neemt eigenlijk op alle bepaalde manier een soort maatschappijkritiek ook wel wat. En je nee een goede swag en je neemt een heel rare manier van denken. Mm -hmm. wel een slimme fun. manier, denk ik. Mm -hmm. ja, dat is echt een ja, punker van deze tijd. Ja. Ja. Ik was wel instap mee. Ik dacht Ja, ja. ja motherfucker. Ja, jammer dat ik zo oud ben. Anders was ik mee met u. Not giving a fuck. Dat is geen op de speelplaats die, uh, die de shit regelt. Ja, ja. Ik zweer het u. Mm -hmm. ja, en ook zo. Die kan ook wat je niet heel goed kan. Die kan heel goed. Dan is dat zo. Dan heb je weer... Want ze beginnen je wel op te pikken en, en, en dan de, de kranten schrijven er dan niet mm -hmm. over. Maar dat is inderdaad dan de 45-jarige. In de standaard, dan weer, die er dan iets over schrijft. <laughs> dat ik denk, ja, dat moet hij niet doen, want ja, vanuit uw point. You're oog, his point. point voilà. Ja, ja, maar yeah. is calling <laughs> is bluff dan, maar niet op een hahaha-manier, maar op zo'n meta-I don't give a fuck-manier. Mm -hmm. Ja, die, die doet het wel just of zo. Dat is yeah. een beetje een, een, een. Ik snap dat dat een held is. Ja. Er moet ja. wel iets zijn dat, uh, dat drie dertigers en veertigers erover zitten te babbelen in een podcast, dus dat moet wel iets doen. Mm -hmm. Dat uh, naar voren komt. Ja. Ja, we even een cola cool zero nemen. Hè. Ja. ja. Ik vond uh, dat, dat vond ik een van de coolste dingen dat ik uh, ooit in de podcast uh, er tegen mij gezegd is. Dat was een van onze eerste, eigenlijk, met Luc Wijns. En dat ik zo wel een beetje oude mannen praat aan het verkopen was. Van, maar, Ja, maar daar waar ik niet en het toen niks. En mm hier -hmm. zo ga waar ik ook niet. <laughs> ga je talent, ga je doen geen kloten. Bij jou gaat dat gewoon gemakkelijk. En ja. ik zat er zo, ja. ja. En, je zo, en als er in één keer boomcoup zit, wat maakt dat nou uit? Of dat je dat op online doet of niet. Dat goed, is, is dat goed? Mm -hmm. En ik zat er zo, ja. Dus ik werd zo ineens de les gelezen <laughs> door iemand. En ik dacht, ja, je hebt keihard gelijk. Zodat je zo gecalled wordt op je eigen bullshit. Ja, ja, ja. En je dat voelt fijnlijk. van, ja, dus als die gast inderdaad, ja, juist, ik had er al wel van gehoord. Ja, hey, en vooral ook wel zo'n ja, gast, wat, wat is jouw mening erover? Want het gaat ook iemand, hè, linkerbeen uh, klassieke media, rechterbeen, whatever. Je ja. doet de twee of zo. Ja, zo, 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 Het is ook wel confronterend. Zo als voorbeeld. Ja, die, die heeft dat aan ah, niet echt nodig. Dat is ook niet helemaal waar. Maar die heeft vooral iets voor zichzelf gecreëerd dat ja, die... le legit mm -hmm. concurreert ermee. Je kan Zeker? echt zeggen, zeggen van... Ik hey, bedoel, die, de slimste mensen zijn meer kijkers. Canvas kun je nog zeggen, ja, daar gaan wij we ook wel eens over. Maar die gaat ook echt over alles dat, dat, dat niet top programma dan yeah. heeft je sowieso meer kijkers. Die heeft zijn mm -hmm. eigen tv-zender ja, uh, ja. voor zich, wat het dan kan mee spelen mm -hmm. en veel. je hebt er nog he, er nog verschillende. Ja. Dat, dat vind ik er juist tof aan. Dat kan zo zelf wel. Ook al is dat veel kleiner. En gelijk donderdag ga ik live met ook met Alina dan uh, van de Mol. Dan moet er zo altijd, Dat is die nachtnaam zo gewoon. Ja. Alina van de wat een, Mol. Wat een cool, mm -hmm. wat een Ja, cool, yeah, dus gaan we samen uh, wij, drie wijntjes drinken, gewoon livestreamen op Twitch. Mm -hmm. Er zijn zoveel mogelijk in dat... Oké, okay, opa, gaat weer een vraag stellen. Twitch. Ah, ja, ik dacht Alina. Wat... <laughs> Alina, doen we gewoon zo, vriend? Ja. Dat is al helemaal geen ramp, hè, dames en heren. Uh, Twitch is een gameplatform waar, dat ze op, waar dat je kunt op livestreamen. Gewoon... Oké. Okay. Livestreamen. Zijn er nog woorden? Ja, dat ken ik. Dat ken ik. Platform? Hey, douchebag. <laughs> Ik snap wat je bedoelt wanneer je zegt, ja, ik word zo die flauwe, niet zo plezant dan als ik gedronken heb. Ja, hij is er. Kom maar. is hij. Kom mijn virtual ching in de lucht. dat zal wel zitten. En zo die snel doswins begint bij mij op te komen. Naar mij. Natuurlijk, uiteraard. Hé, 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 hé. Eén mop, jongens. één mop. hij heeft toch geen gevoel voor u, wordt die komiek? hè zo daar. Maar ah, dat is het leven. He, he, can dat he can dish it out, but he can't take it. <laughs> Typische drama. Maar sorry, jij wordt aan het vertellen over Twitter. Dat is een gameplatform waar dat je live op. Ja, eigenlijk kunnen we dat op streamen gewoon. En, uh, is, is, dat is dat populair met de jeugd tegenwoordig? <laughs> ja, ja, <laughs> is, is dat iets waar de jeugd mee bezig is? Komaan, ik doe do alsof. <laughs> what, uh, oh, nee, man, waarom? Ik ben ik, ik, ik ook eerlijk. Dat is ook wie dat ik ben. Dat ja, natuurlijk, we het allemaal wat bijleven Dat maakt dag. mij... On de, trouwens, Twitch heeft keihard hun lettertype van Shaft gepikt. Daar, <laughs> zal ik het niet zeggen. Ja, yeah, screw, sc screw, screw you, <laughs> bitches. Ik ben al langer, ik leef al langer dan 19 jaar. <laughs> uh, what goes around, comes around. Oké, Bobby Is het een gameplatform? <laughs> Uh, we hebben op livestreamen en we hebben daar over, over, een paar weken geleden we Super Mario de ene keer bijvoorbeeld uitgespeeld op 8 uur tijd uh, okay. die op de Switch ja yeah. dus, maar er is ontstaan een community je hebt dat op kunnen je er al van horen op Facebook en zo'n nantjes posting uh, dat is een groep die mm -hmm. over de kampioenen memes uh, maakt ja, okay. maar ik zweer het u de jeugd is fucking mee, die zijn slim en daar passeren memes dat je denkt van dit is van topniveau. en dat is dan ja. door, door, dus de jeugd is volledig mee. En we hebben daar ook al zo. Ik voelde mij zo wat Peter Hoogland. Het uh, <laughs> land van Hoogland. Uh, <laughs> de community aan het creëren. Mm -hmm. We zaten daar met tachtig en we dachten: okay, oké, nu gaan we McDonald's liggen hebben. En we bestelden constant zo een hamburger. En dan kun je aanduiden dat geen broodje, geen sla. Dus dat enkel een hamburger toekwam. En een uur nadien enkel het broodje. En er stond daar zo'n dingen dat ik super plezant vond. Echt onnozelheid. Kunnen dat echt? Kunnen letterlijk alles zeker, afzonderlijk bestellen van elkaar? Zeker te weten. Uh, op Uber of zo heb je de keuze, heb ik Mac, en dan kun je zelfs niks, kun je kunt eindigen met niks. En leveren ze dat dan <laughs> <laughs> okay. Hoeveel foto, het kost niks eigenlijk? Ik, ik heb een foto By van enkel een hamburgertje, ja. de prijs blijft wel hetzelfde. Oké, okay. ja, 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 ja. dus jij kunt echt een hoop niks kopen, maar wel ja. aan de juiste prijs, dat ja. is wel fantastisch. Wat is uw favoriete McDonald's hamburger? Big Mac. Ja. Classic. Die heeft wel echt mijn... Uh, ik denk van alle fastfood-hamburgers. alle hier in Antwerpen heb de dat wel. Five Guys ook. Ja, dat is Dan, keigoed. Ja, dat vind maar ik maar enkel wel goed, omdat ik niet van hier ben, te je? Ja. Dat is ook mee. wel heel lekker, maar dat is ook wel... Dat moet ook wel... Ja, dat moet ook wel versparen, sparen Ja, zo. ja, ja. Dus ik dus dus kunt dat ook niet echt gebruiken. wel, ja, gij wel ja. <laughs> Nee, dat is wel... Uh, dat is inderdaad 15 hey. euro hey, <laughs> een... hij wordt toffer met de seconde, ik hey, hier. Hoeveel flessen uh, de erbij? Ik wil niet zien hoe dat in binnen ja. een uur <laughs> of vier. We durgen wij het te halen. <laughs> Sorry. Uh, ja, dat is wel een dure hamburger. Dat is 15 euro voor een hamburger. Dus, maar van alle de bekende Big Mac, Quick en Westland Burger King, Burger King, zeker, King ja. vind ik wel voor mij de Big Mac. Is Big Mac één. voor u de, de koning? Uit nostalgische reden, die hebben al zoveel katers uh, niet gered, zeker niet. Maar mm. Die waren er wel, ja, die waren er wel voor mij of zo. Ja, 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 ja. dat is echt. Ja, ik sta dat. bij u, Andries. Wat is uw favoriete. Uh, als, als je niet gaat voor de, voor de. Inderdaad, een betere, maar zo de mm. classic fast food. Ja, dus nou, ik kon hier even uh, sfeer bederven of zo. Maar ik, ik pak dan altijd kip. <lacht> <lacht> ja. Maar niet bij nee, nee, je mag, Drink nog iets en doe. Jawel. Fire away! <laughs> ik vind dat dat altijd... vind ik heel raar. Mm. ja nee want ik vind een Five Guys pak ik dat totaal niet ik vond dat ik heb dat altijd niet mm -hmm. zo heel lekker gevonden maar wel met kip of zo chicken ja maar uh, dat pak ik nooit maar een, nog, cheeseburger, nooit maar een cheeseburger vind ik dan weer wel lekker ja dat, dat, ding dat, ding van, is, dat is best een onderschatte want dat, die ding is van dat is eigenlijk goed hè dat ding euro dat ding dat is eigenlijk het geen gepakte we gepakte we menu ja. en dan denk je dat het genoeg zijn en eigenlijk dat chicken, uh, de cheeseburger zorgt dat, dat pakt dat angstig gevoel weg ja ik snap het oké Mm -hmm. jullie, zijn, oh, jullie zijn ook al zo oud dat jullie nog uh, de McDonald's gratis saus mochten ja, in zo'n die... zo klein potje. Ja, en, dan ja, ja. Gooien... en daar hadden ze die hele rare frietsaus. Zo. Ja, ja, zo ja de... die bestaan ja. nog, maar die, nu in zo'n plastic potje. Ja. En toen konden al vol aan deze saus en dan gooien je naar elkaar. En dat was dat altijd, uh... Maar die was ook zo iemand, dat, ik, ik heb zo'n frituur op groenplatzen, dat, dat ze gewoon het sauspotje geven. Yeah. <laughs> dat je zo niet kunt stoppen, dat je toch zo die, die oma hebt, dat je dat ding dan toch zo vol mogelijk wilt ja. krijgen. Zelfs bij een buffet of zo. Hè. Ja. ja, Een buffet is vooral nee, ja, het ja. verzamelen van, van eten dat nooit op dezelfde taloor zou mogen liggen. Nee, maar jij ja, moet maar het doet je dat daar. Ik het toch allemaal op, hè. dat is toch ja. raar, hè? Ja. Dat, zit, dat zit toch in mij al zo. Zeg je voordat je, je gaat naar een buffet, zou jij ooit één ding nemen van. Zag je daar een normaal bord op, op Oké, okay, ik ga voor patatjes en een stukje zalm. Ja, ik... Nee, dat is daar vol spaghetti en patat en een stuk brood en een cocktailje. En een pizza en een, een stuk pizza. <laughs> en dan zo wat oosters erbij. Kom ja. oh, er nog wat noedels bij, kappen ja, en dat. En altijd en, veel ja, die cocktails dat is... zoals daar. allemaal ja, ja, dat is ook wel zo, omdat je op ja. dat moment. Ik weet niet, dat, dat is zo, ik kan ook nooit niet, bijvoorbeeld als als, als straks hier gedaan is en ik moet een glazen onder beneden doen, ik zal ook alles in één keer doen. Ja? Ik haat om twee keer te moeten gaan, ik, ik loop nog liever het risico dat de nelf kapot valt, dan dat ik twee keer ga, en ik heb dat ook met mijn buffet. Ja, zo dat, dat ah, serieus. Is. Zo, twee keer zit ik nee, nog zitten. Ik maar zo ik drie, drie keer, ik ook, keer vier keer. Ik vind dat leuk. Ik vind wow. dat zo even passé Zo, zo oh, ik, wacht, er zijn nog andere dingen. Ja, wat wel? Ik zie Ze je straks wel We komen terug. maar en... ja. mij is dat toch de angst dat dan op is of zo. Misschien is dat ja, toch. Ja, een... nee. Mijn wat voor buffet als <laughs> <de gaan gewoon. laughs> ik graag ga wonen. Ik kom hier duidelijk uit een andere sociale klasse. kom <laughs> on, man, we hebben er samen gezeten op de boot. Ja, he, In maar Miami, dat? We, ja, wij zaten, oh. we hebben 70.000 tons of metal gedaan, wat je mm -hmm. zo van Miami naar de Karaïbe vaart. Hij heeft een 24-uur buffet. Ik ga dat nog één keer wow. herhalen. Ik denk dat we dat wow. echt al 24 uur buffet... keer verteld hebben. Ja, maar ik ga ja, dat, dat toch nog dat eens een keer zeggen. Want dat is onwaarschijnlijk. Dat was, dat was voor mij de, 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 de ervaring ik van wel, kijk, heel dat gegeven. Ik heb ik nog nooit gehoord. Omdat uh, je kunt dus om die is eender welk uur zeggen: fuck, it, ja, fuck ik kon op ik dat buffet. Je om drie uur schieten. En daar werd opstaan, ook altijd de ververste lagen nieuwe dingen, andere dingen. Wow, dat, is dat werd ook gewisseld doorheen en dag, dat je denkt: Oh. Is dat dat dus, van Jan, Joek? Ja, dat, ja, ja. dat, we dat hebben is dat. Ja, we, we, ja, we, ja, uh... nee, nee, we hebben twee jaar later we met een band dat gedaan, of een jaar later we ja, hebben ja. gespeeld. Dus dat is zo'n ja. vijf sterrenboot van de Caribbean in. En uh, ja, ik zal het gewoon even... Uh, on, 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 onwaarschijnlijk. Amai, ik zat daar juist in een taxi naar hier en ik moest daar in. Wat voilà, waren jullie hem. aan het denken? Ja. Dat is het buffet waar dat we... Dat is, een hele, dat is 24 uur hè. Dat Ja. Dus dat is, dat is waanzin. Hè? Dus, want man. je hebt ook zo'n gedeelte waar dan hè, de, de spullen allemaal uitgestald staan. Maar je kunt pakken wat je <laughs> wilt. Maar dan heb je natuurlijk ook het gedeelte waar de chef even iets maakt. Ja. Dus ja, wat, wat denkt je dat dat is als je om vier uur s'nachts scheidt, op de patroon wow. denkt. Voordat we erin kruipen, wat ja. denkt ik denk nog Dat is wel iets ja. dat je eigenlijk zou moeten doen, omdat uh, daarin. Je ge, hebt dat sowieso wel tegenwoordig met de delivery en Takeout, dat je ja. eigenlijk op elke seconde van de dag iets kunt bestellen. Maar is zo'n luxe cruise je moet je zelfs niet meer op die gsm duwen. Ja, ja. En dat is, dat is zo... Zo'n dakken doen, Dat is inderdaad... Dat is zo We gaan e loop. hier naar nieuwe niveaus van luiheid ja. <racht> als het over gaat. En vooral ook zo, je loopt er dan rond, je gaat ook niet slapen of zo, want dat zijn maar vijf dagen. Je wilt eigenlijk niet gaan nee. slapen, want je hebt maar vijf dagen. En je wilt constant alles doen. Ja. En je krijgt, omdat je alles wilt doen, je ook constant honger. En dat is echt dan: krijg je de toestanden maar... dat drie, tien na nou vier is. En dat je toch nog soep. Pakt. En de steek, en de nagel. Maar dat ja, gaat had... dus echt, we zijn echt op dat... Ja, ik had, ik had echt een... Dat was echt een probleem voor mij. De, het idee dat dat er altijd was, ja. die kon dat ook niet loslaten. Zeker als het dus... maar vijf dagen is, dan... Ah, ja. Weet je, als dingen in een sprookje... Is, is lekker ja, ja. Lekkerland of Hans ja. en Grietje... Ik zou ook direct bij die heks in die pot... Gewoon, ik zou ja. niet van dat huis kunnen afblijven. Dat zou me echt letterlijk <laughs> op mijn voeten moeten... Direct... Kom, <laughs> Misschien, <laughs> Misschien wel een goede vraag, want... want uh, Zoet of hartig? Wel is het geen, uh, waar, wat zou je het moeilijkste kunnen laten als je iets moest laten? Ik ben wel dat type die astem moet kiezen. hè. Mm -hmm. Dus allemaal natuurlijk, maar dan, dan liever nog een extra voorgerecht neemt dan een dessert of zo op het einde. Ja. Liever, jij je zet... een dessert man dan, hè? dan laat jij liever het voorgerecht. Ja? Nemen. Dat, weet... dat zou het gernaalkrokketten zijn. Maar ja. Dat is de ah. uitzondering. En al de rest zou je omzetten in een extra. Ja, dessert. ik pak ook maar één voorgerecht: carpaccio of gernaalkrokketten. Ja. Als dat niet is, dan pak ik het meestal niet. Oh, ik, maar Maar voor de rest is Maar het moeilijk, complexer. Geest van ze. Dat is wel moeilijk, ja. Om te dat er zeker zijn. Dat zijn wel alle twee heel goede keuzes Zeker, wel. Dat, wel. dat is wel altijd de Een garnaalkroket is zo, zo lekker. Amai, jongen, ik, de beste garnaalkroketten... Het is dus niet reclame, niet dat die mensen dat vragen, hebben, maar mm -hmm. gewoon dat je een goede garnaalkroket neemt. Die in Poseidon, in Ostende. Ja, ja. Ik ja je, je hebt er je... een filmpje over gemaakt. Ja, hè? ja. Ja. We hebben heel, ik heb heel veel zomers in Oostende gedaan en toen, dat is echt duidelijk lang geleden, toen was de beste garnalkroket en die, die adverteert ter wereld, was in The James. The James? The James, dat is jarenlang geweest, maar dat is, ofwel is dat overgenomen, ofwel ja. is dat duidelijk weg. Ik heb er geen research over gedaan, maar dat was, dat was die hun ding en vaak gegeten. Ja. Maar dus nu, Poseidon dan of wel, zo lekker. Ik vind dat echt wel hele, hele goede ja. En wat, is, en vrienden, wat, een wat maakt uh, een goede garnaal voor u? Wat is de is thing dat dat dan beter maakt? Of? Ik heb geen idee. De, de, de gastriek, gastriek zeggen, De bijt daarin, de dat is lekker, dat is krokant, en dan als smurgen, En dan zit het echte garnaal. En die twee zijn super vriendelijk. En dat speelt Mag je er nog zo? Ja. Ik heb inderdaad zo'n video gemaakt, wat super erg is trouwens. Ik weet de naam niet meer, maar in die video zegt er zo een en komt er de kok langs en die zegt mm -hmm. En... Uh, dus die komt daar zo even in, dat is de eerste kok dat er zo even in komt. Twee dagen later is hij van trap gevallen en is dood. Och. Ik zweer het u. Die kregen een bericht en die is achterover van een trap en die mens is dood. Ja. Dus ja, ergens... Het enige woord dat hij tegen mij gezegd heeft is Muscatnus en toen had ik daar een band mee. ik dacht, godverdomme. Mm. Ja, dat kwam even binnen, voilà. Ik ik zonde. Ja, dat is heel erg zonde, ja. Van Adelientje of zo in dat stende. Die mens is van trap gevallen, joh. So, death follows you around, I guess. Ja, hè? ja, ja. <laughs> dus iedereen rond mij, behalve ik. Dus ja. Noem het de Final Destination-toestand. Ja, dat is ook wel zot, hè. Ja, ik vind dat altijd freaky. Ik had, ik had dat met uh, PDW, Patrick de Witte. Die neem ik de week, de week voordat hij gestorven is, heb ik die nog gezien. En wij, wij onze laatste oh, woorden ja. tegen elkaar waren, hé, hey, makker, we bellen nog van de week. En ineens kreeg vak. ik een bericht van de Andries PDW. Is dood. Ik was, dat dat is was een zo... van mijn helden. Als ik, uh, en, uh, en dat jongens... was bij mij letterlijk. Joh, ik heb die drie dagen geleden gezien. Ja, ja. Je kunt dat niet aan. Ik omdat heb... ik... Nee. Want ik heb er nog een sigaret mee soms. Ja. En het was nog grappig dat hij zei: zo van, uh, ja, Ik zit tegenwoordig de dezon drinken. Want uh, de dezon smoren. Want anders krijg uh, je er rap iets van. Ja. En dat je denkt: oh, ja, <laughs> Wat zo... hij er weer al voor gaat? Is, is... Ik weet dat je hartonvallen hebt. ja. Maar ik was daar echt van. Ik een beetje vergeten nu, maar wel ah. ja, mee... een coole vent ook wel. Ja, ja ik vond nou wel. Ik, ik had je wel graag. Het is wel ja. iemand die na, allee, ja. sowieso heel erg dat hem overleden is, maar het is wel iemand die enorm geëerd is na zijn dood. Allee, hij is ja. niet vergeten of nee, zo. En terecht Ze zitten fit mee, natuurlijk, maar ja, ja. toch. Hij heeft ook, ook een enorme, um, een enorme uh, comedy van. Ja, heel het Comedy Casino. En Comedy ja. Casino-ding was van en op zijn ook, Maar die had gewoon zo ja, die had een enorme liefde ervoor. Je ja. die, die zocht die ook internationaal allemaal op en je was met alles ervan bezig. Ja. Ja, daar konden uren mee bezig zijn. En hij heeft mij ook de beste uh, uitspraak geleerd van uh, over masturberen. Dat was namelijk. Een keer goed om mijn leertrek. Dat vond ik. Ja, ik vond dat een fantastische uitspraak. Ja. Dus uh, PDW, rest in peace, man. Dat ja. was, uh, en, coole, uh, cool, Chris, cool, Chris Bouquet van het uh, Adelientje. Ja, Chris Jel. Bouquet, dat was hem. Ja, damn. Chris Bouquet en PDW in één uh, zin. De val van een trap, dat is ja. ook zo mega lullig, hè? Ik oh. kunt hopen dat het trap gedaan ja. is dan. Maar ik, nog, ik zal het verhaal nog iets verdiepen. Dus ik zit zo... met Stad Stende werk ik dan samen. En op dat moment heeft iemand van de stad, waarbij dat zo'n jong meisje, had hij juist een mail gestuurd rond dat uur dat die zijn GSM checkte en van trap viel. Oh nee dus. Ja, dus dan. hij dus denkt dan misschien was ze kieken het ook nog. Ja. ja. Ook ja. voor haar nog een keer drinken misschien. <lacht> <lacht> Elk keer, allebei. Hij ga met die topchefs, weet je een klik mee. Dat wat wat herken je daar in? Of hoor dat je klik in zit Ik denk dat dat verder gaat dan alleen we wow, van lekker eten. Ja, ja. er zit wel ook een soort destructiviteit in hun levensstijl of zo. Heb ik al gemerkt mm -hmm. wel direct. dat ja, we, we zijn zo en uh, we trekken ons, allee, we drinken en we doen en, en de vrouwtjes en uh, een moeilijke relatie. dus Er zit een destructiviteit in de meeste. Toen was het Nick Bril van hier in Antwerpen mm -hmm. uh, leren kennen. Dan van, denk, de Jane, van de ja, Jane. Ja, die is ook een rol, maar op zijn, eigen, uh, man, op zijn eigen slimme manier. Die zegt tegen mij: oh, ga, je, ga je dit blijven doen? Ga je de rest van je leven de loser uit? Of ga je iets opbouwen? Wat ga je doen? Ja. Ja, want ik stond er ik weet niet wat ik ga doen en hoe dat ook nu dat ik hier ben geraakt. En... Dus er zitten zo verschillende, maar iedereen heeft wel zo wat daar ook een rol. Mag ik dat zo maar Ja, heeft daar ook een rol in zich, van, fuck it, hard werken, dat doen ze ook, dat doe ik ook, uh, hard werken en dan en hard genieten, zeker. Misschien moeten ze work hard, play hard, misschien moeten ze dat, is dat een goede. bestaat dat al? Ja, ja dat is, uh, <laughs> dat zit iedereen in het, in het, uh, Ik, hoe ik zeg, heb je? precies je? nogal gehoord. Volgens ja. mij zit dat, dat ligt naast wanderlust en blest, ja. denk ik. Ja, doe ja, ja. ja. daar ga ik toch voor wanderlust. Fuck it. <laughs> 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 ja. Uh. hashtag blessed. Maar ik gevoel dat inderdaad ook wel dat die, uh, dat die dat die dat afwijken van dat pad ook zo, ik wist dat niet zo, maar gevoel dat wel bij culinaire wereld, waren vroeger veel regels, je ja. voelt wel die nieuwe generatie of zo. Ja, ja, dat nummer, het is niet meer alleen het stijve gedoe. Ik kwam ook een keer in Vrijmoed in staan. aan, heeft nu twee sterren bij Michael Vrijmoed of zoiets en ik kwam naartoe met mijn little zak waar ik daar juist vertelde van als ik u gereden is dat, de, is dat dezelfde Lidlzak? zak of is het elke keer toch een nieuwe het is wel een nieuwe ik pak altijd pakte veel plastic ja, ja. maar zoals je zegt ik heb geen kinderen en geen, geen auto en zo dus ik mag ook voor plastic kiezen. Okay. En, voor uh... wat moet jij eigenlijk nog allemaal kiezen om de wereld naar de kloot te tellen? Want dat begint al wel een aanzienlijke lijst te worden. Hè? Ik weet het, ik weet het. Hoe destructief zijn kinderen eigenlijk afgewogen ten opzichte van wat gaat nu allemaal naar de botten aan tellen past? Als er plastic in de zee hoor. <laughs> Fuck, ah, ik, heb nog, ah, ik heb nog eens een, een plastic rietje door een schildpad gestoken. Want ik heb geen kinderen namelijk. Ah, ja, tuurlijk. Sorry. En, helemaal blazen, die pad. Dat zou wel ja. zijn. <laughs> Oh en ze had. En ja, wel bij die, dus, toen kwam je dat toe met een, een liddelzak. zak En dat restaurant was naar mij aan het kijken: Komt hij hier bloemen verkopen of zo? Dat was de vibe mm -hmm. dat ik zo had gekregen. Ik dacht, uh, toen ben ik evenveel geld op zak. Uh, die vibe heb ik wel niet meer teruggevoeld de, de jaren dat het nu zo in zit of zo. Dat, dat was voor mij heel traumatiserend. Ik heb het allemaal moeilijk met uh, sociaal dingen en. Uh, in, in zaken binnenkomen. Mm -hmm. uh, bij Kopen heb ik dat bijvoorbeeld totaal nummer. Er was de tijd dat ik altijd mijn klak afdeed, maar ik dacht: ja, het moet toch een beetje beleefd zijn. Ja, dat is nu, ik loop met mijn klak rond. ja. Uh. Mm -hmm ik heb dat wel bij bij veel chefs nu dat dat allemaal wat wel... ja, ik vind je Willem hem helen ook wat ik, heb... ah, ik ik zit ik echt ik, ik, ik zit nou elke... garnalen dat jij nee, zo onder garnalen ja. kapot ja. wordt ja. dat met een bal eruit terwijl ze een op te zien en zo hey dag meneer ja vooral dat vooral dat ja ja zo, ja ik ben niet een van de vrienden van... Ja, ja 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 zo ook die houding al van oh man de zoveelste gestoorde ja. freak waar ja. mijn zoon mee bevriend is ik weet dat die zijn de... Daar is echt een zot erf, echt waar. Ja, ik wil dat eens keiling... Dus ik heb geen excuus, maar dat is elke keer dat ik denk, ik moet daar eens op een zondag naartoe. Maar, maar in alle zottigheid is dat ook echt fucking goed eten. Dus die, die werken gewoon hard. Mm -hmm. da, da, daar heeft het ook echt mee te maken. Ja. Uh, ja. En wat, 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 wat voor... Het is, het is heel veel vis, of is het van nou... Ja, het is, het is wel ja. uh, veel shit uit de Noordzee. Vis is, ja. Shit uit de Noordzee is jonge, wow, een jongere taal voor vis. Een bot kan natuurlijk ook... <laughs> een, dat, kan, dat kan veel zin. Nee, nee, ik vind die, ik vind wel cool die heeft een die is een visuele stijl ook zo, dat, ja. dat rurale allee, terwijl het dat natuurlijk ook niet is hè, die gast weet kijken wat hem doet. maar hij ja, ja. toch zo beetje... maar er zit ook een kameraad van van Vleeter en zo dus ja. dus zijn er, er ook wel allemaal grafisch bezig en, en... ja maar ja, je kunt, dat is toch ik vind het goed dat je dat zegt inderdaad Stéphane van van die heeft dat ook maar dat is een fotograaf maar je kunt misschien wel Grafisch denken, maar daarom zetten nog niet grafisch. Maar het nee, nee, is ook ja. altijd als je in beeld komt dat je niet eens ook een filter heeft of zo. Het ja, ja. ja, ja. ja. zijn maar die mensen die een automatische filter hebben. Dat komt zo binnen zeg, uh, <laughs> en je gaat een liar. <laughs> Je ik komt de toilet laden. en je zegt, uh, hoe is het voor de rest? Hoe is het voor de rest? Ja, hoe is het voor de rest eigenlijk? En je daar later. Wat een kop, man. Dit is al in, in HBO, Vikings of zo. Ja. Ja, 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 ja. Het is ook echt een hengst uit de diepzee, ik zweer het. Zo'n mukkum. Hij ja. heeft over het laatst letterlijk iemand gered uit de Noordzee. Maar een paar dagen <laughs> geleden heeft hij... <laughs> zijn kleren zo waarschijnlijk kapot In de zeeënse heeft iemand fucking gered uit de Noordzee. Zo Groundskeeper Willy-stijl, zo. Chris Me Up Woman. <laughs> die t-shirt, af zo, één en al spelen. Maar wat een, een heroïsch moment. En dan nog, zo, ja, ja. Dan die, en dan waarschijnlijk nog een topmaal maken. Ja, ja terwijl het, het was gewoon als een check check check. Ja, ja. Maar hij ja. is, is echt toch fucking goed. Het is echt fucking lekker. Ja. ja ja raar. Ik, ik, ben zo, ik ken hem niet maar ik ben sowieso altijd wel fan van zijn, van zijn uh, online dingen soort... ja ja vooral come On man ja jullie ja, <laughs> je een iemand een iphone laden? <laughs> Wat een compliment is dit. Hij was op Willem Hiele? Ja, dat zou wel zijn. Ja, duim wel... zou dat toch een drankspel fuck. Wij zijn dat ook heel de een tijd aan het zeggen in de hoop dat dan Willem Hiele kijkt en zegt: Allee man, komt een, kom een keer langs. Dat je denkt: Ja, ja, ja. Het ja. zal toch spookjeschips worden. Ja, dat is is alsof... maar Oh, Ik kan me niet bommen. Als hij die zelf maakt, vind ik dat ja. allemaal niet erg. Dan wil ik dat zelf wel proberen. Huh? Ik vond het, uh, als je die twaalf restaurants deed, er zaten een hele hoop dingen bij. Die Albert vond ik heel uit oh, als ja, dat is van Tom Pouwelijn. Uh, ja. die, ja. die is daar, jammer genoeg, gestopt. Die gaat zijn eigen restaurant openen, ook in Gent, ja. elders noemt dat. Okay. Maar Alberti, uh, dus het restaurant in Gent aan de Dampoort. Uh -huh. Ik zit daar zaterdag. Dat was mijn. Dus zaterdag doen ze de poorten van de... het plezier, het gecontroleerd plezier, is terug open. Ja, ja. En ik had direct zin om daar te zitten. Dus dat is echt wel. Jij hebt, mij... da Jij hebt daar uh, al meteen gereserveerd, gereserveerd voor daar ja. te gaan zitten. Ja. Nu zaterdag. Ja. De, 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 ja, dat is voor mij het uh, nieuwe begin. Mm -hmm. Omdat de prijskwaliteit is de daar prachtig. Ja. Uh... En wat serveren ze daar? Of wat is de keuken daar? Het is wel als allemaal hapjes om te delen. Ik weet niet of je daar. Uh... Ik deel heel graag. Ja, toch? Ja, ik. Uh... <laughs> ja, nee. dat zag er mij uit. Als iemand die niet. Ja. Die graag delen. Joey doesn't share food. man, dat waren de ergste. Ik... Ja, toch, uit mijn leven. Ja, 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 ja. ja toch? Ja. Ja. Ik dacht, ja. toch? Dat ik moet nog overtuigen. Ik zweer Allee, het als ik zo'n ruzie zie, dan denk ik, ja, een eh, deler. Letterlijk, uh, letterlijk? Ik dacht, nee, ja. En dan uh. ik het concept even moeten uitdelen van ja. sharing. Ja. Nee, uh, ja, maar dan komen er borden op tafel. Ja, en Andries is ook iemand. Als je kookt, dat is ook altijd funny. Dan maakt hij altijd meer dan één gericht. Ah, en ja. soms twee gerichten die. Niks met elkaar te maken <laughs> hebben. Maar ik vind dat wel cool. En die samen, je kunt komen dat. Dan, ja, 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 letterlijk. Salar. Dus dat je altijd nou, denkt, oh, wat Een Thaise een een schotel en dan een Goeie Pasta-ding. Ja. Ja. Ik, 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 ik kook ook alleen maar, ik, ik heb dat wel eens proberen in mijn leven te doen, wat ik zelf ook leuk vind. Mm -hmm. ja. En ik vind dat ook keihard leuk. Dat is met mijn schoonmoeder zalig die wat dat geleerd mm -hmm. dat kon ik, Die had altijd twee gerechten. Dat is geniaal. Goed, dat is ja. geniaal. En dat is eigenlijk niet zo heel veel werk meer. Ze zijn toch bezig. Je ja, toch maar... bezig. En dat geeft direct een andere sfeer. Ja. Dat is ook zo. Ja, de, 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 dat is niet alleen van dat je moeite hebt gedaan, maar je ziet dat ook. Die, die stress bij mensen is ook weg. Het is niet meer van ons kind niet. Nee, het is ja. allemaal wel ja. Ja. iets mm -hmm. Ja. Maar nee, ik ben dan stop met koken. Ik weet niet hoe dat komt. Ik ben te veel aan het bestellen. Het zal de, de, dat water zijn dat je ooit geserveerd hebt voor een nieuw jaar waar iedereen er ah, ja. van was. We hebben wel veel aan, aan, aan Uber en aan Deliveroo en al, wat dat heel slecht is voor mij, maar ja, dus sinds ik, heb, uh, sinds dat ik uh, die vaste job heb, mijn nieuwe vaste job, kan ik ook kosten inbrengen. Voor ja. mij volledig nieuw. En Uber valt daar ook onder. Je kunt dus op Uber je uh, factuur uh, downloaden en doorsturen naar je boekhouding. Ja, voor mij is het over en uit dan. Uh, ja, wat ik uh -huh. vreselijk vind, zo... Eh, ja, I ja Deliveroo ook Ja, okay. verschrikkelijk veel. Eigenlijk, uh -huh. toch wel, omdat, ja, het is ook altijd een beetje face en zo, iPhone. Ja, niet van het sponsoren aan een iPhone, maar iPhone is ook zoiets. <laughs> ik heb nou zo dat ding dat ik nog... Ik moet gewoon naar die iPhone kijken. Zo oh, zo die face recognition. Ja, ja, maar dat is ook zo betalen, kijken. Eh, en dan is dat Jesus. betaald. Ja. Dus ook... ik, vond, ik vond die aan duimafdruk al fucked up. Ik moet gewoon ja. zien als in Bring it. Mai! Ja, even twee keer hier en dan kijken en dan is dat al betaald. Ja, ja. Dus, jij dan ga zo ook ten... naar uw telefoon. The usual! En dan stond dat <laughs> ook voor uw deur. Zo. De usual komt al? erbij. Vorige keer besteld. De vorige keer besteld is dat. Ja. Dat is ook niet goed, hè? Ja. ja, ja. nee dus waar, waar, waar iedereen heeft er wel veel meer keuze natuurlijk. Van, van alles, we wij zijn alles tot elkaar. Zo, ja, wat heel tof is hier van de high-end is die Pristine. Dat hebben we vorige keer ook geten, Dat is ja, kei, just, van, de Sergio, just, die van Sergio. Sergio. Nee, kom Ze brengen via Deliveroo. Ja, dat is lekker. zo man. Fuckwatch. Ja, ja, zit er in Haas met pizza. pizza? Ja, de, ik, ik bestel dat hier helemaal. Dus zo de Pristine, hmm. dat is Sky, lekker. En, uh, <laughs> um, de, maar ook gewoon dingen. Hè, five guys ook. Ja. Maar het probleem is, dat zul je ook al weten. zal iedereen wel weten. Ja, dat begint met. Begonnen ziet een keer iets zot doen en dat is juist van: fuck, we me, geen melk. Hm. En je gaat al, je hebt zeggen: op den duur begint uw lat lager en lager te worden, maar ook frieten. Ja. Zo ja, we kunnen even bestellen, hè? ja, ja, ja. ja. Ah, ja zo ja, ja, ja bij mij. Ja. Maar is dat dan beter? Als je niet gewoon op de frituur gaat, dan is dat dan niet een klein beetje. Ik ben toch ook al. <laughs> lang op er op is niks niet. zo cool als we een jogging aan ja, ja, ja. in de zetel zitten, op en gewoon tik-tik en kijken. Ja. ja. Kijken voor fritten ja ik, ik doe ik, ja ja ik woon in mortsel de libero voor mij gaat de, de kwaliteit maar, mag naar beneden gaan ja. soms voor het gemakkelijke er zijn aanvaardbare fritten en aalst en op zondag ben ik daar al heel tevreden mee uh, die ze komen leveren naar mijn deur. Dus... Zalig. Ja, prachtig. Maar dus denk je jij dat kadar? dat post-corona, hey, als alles terug in orde is, ik denk toch niet dat, dat, dat we van, ik zal zeggen, 100 Deliveroo naar 0 Deliveroo nee, gaan nee. terug gaan. Dat geloof ik, ja, ik nou nee, niet. Alleen voor ons katers, Weet je wat, wat de <laughs> grap gaat zijn? Dus we denken alles weer open. Waarschijnlijk ben ik één al de vrijdag te zat geweest dat ik zaterdag niet, niet meer buiten kan of zo. Maar mensen gaan zo neig gaan dat we terug in lockdown, uit een schaamte-lockdown of zo. Een eh. schaamte-lockdown. Dus mensen gaan sowieso voldoen. twee weken binnen blijven. Van, oh shit, ik dat moet mensen, weer niet Dat even mensen heken, zelf ook zeggen: ja, ja, deze keer hebben we er ook zelf voor gekozen. Is dat er beter <laughs> af en toe de noord open dan dat mensen zo neig gingen ja. dat ze schaamden en gewoon twee maanden binnenbleven Van fuck, dat wil ik dit nooit meer. Of daar maakt het niet meer komen of zo. Uh, Misschien moeten we dat proberen, zo in de week dat het open is, zoveel mogelijk plekken te bezoeken waar ja. we zeker een half jaar niet meer binnen mogen. <laughs> Nadat nou we er geweest zijn, ja, maar voor de maatschappij. Een beetje uh... wat, wat denkt eigenlijk? Denkt je dat het lang gaat duren voordat het terug dicht gaat? Denkt je dat het open nee, gaat jongen, blijven? Wat nu is zijn het idee? We, nu zijn we vertrokken, nu is het survival of the fittest. Ook zij van boven die wint ook nummer die. Nee. Die gooien het nu en die denken, oké, okay, gasten, nu is het echt. Uh, we zullen wel zien wie dat eraf valt. We gaan hier op het einde nummer allemaal zijn, maar <laughs> die dat er wel nog zijn, uh, veel succes. Uh, dat denk ik echt dat ze nu nummer terug kunnen hey. Mm. Hey, dat is 7, dat 8 maanden die mannen toe moeten gaan. Hey. Ja, ja. Hoe, hoe, hoe pijn deed dat? Ga ze iets met die heel, we ja. hebben natuurlijk ook vrienden in horeca, maar gaat echt heel veel. Dat is vaak hetzelfde verhaal of zo. Denk ik ook al. Maar hoe, hoe erg is het met een horeca? Uh, het financiële gaan ze me natuurlijk niet aan. aan mm -hmm. ik, heb, ik heb al vaak gehoord dat, waarom het er nog niet zoveel faillissementen zijn. Omdat hun boekhouders ze aanraden van. Je moet nog even wachten met, na de steun of zo. om je faillissement aan te vragen. Mm -hmm. Want anders, ja, ik weet het niet, de dus fiscaal of zo, weet ik veel. Dus er zijn wel dingen gaande. Niet van, allee, niet van mensen dat je gezien hebt in mijn video's zo. Maar in in Alst loop ik ook rond en hoor ik mm -hmm. wel van de bruine cafés en alle van ja, problemen. Ehm. Um, maar mentaal, denk ik dat heel veel, uh, ik denk Hans, ja, uh, de wereld zeker, uh, dat mentaal wel moeilijk zal gehad hebben. Uh, ik denk dat, die, dat like iedereen dat zijn werk verliest, dat hij daar tristig van wordt. Dat, mm -hmm. dat, dat idee van dingen in een doos steken, daar worden die wel 100% niet gelukkig van. Dat weet ik 100% zeker. Ja, dat dat, dat is die die, uh, gewoon een kwestie van overleven. Ja, ja, het is daar. En vooral voor bezig te blijven. Want uh. als jij er dan zo binnenkomt en zo, is dat. Dat voelt soms ook wel bijna aan dat dat ook voor die mensen ja, een relief is. Ja ja, ik had ook nog dat gevoel, zo van, mm -hmm. amai, er is nog, die dekken dan ook de tafel. En ik brulde dat de tafel gedekt in de jane. Ik zat daar gans alleen met mijn taxichauffeur, Taxi Eddy, <laughs> zat mee. Kreefteten in de fucking jane. Aan een gedekte tafel en je zag Nick. En dat was het was de eerste keer dat ik hem zag, hè, maar ik zag die gewoon, die zat bijna tranen in zijn ogen, hè, van, amai ja, die... heb ik al vier maanden gemist, ja. Mm. Uh, dus ik denk dat wel dat mentale gewoon is, maar ik denk wel dat we er zijn, jongen. Dat, ga, dat gaat ja. meer. Ja. Arrij, ik denk niet dat we nog terug kunnen, toch? Ja, ik hoop het ook niet. Hè. Ik denk dat uh, tegelijkertijd met al dat vaccineren en zo, dat het toch beter ja, wel, en beter zou gaan. moeten beginnen gaan. Hè. Dat je niet het gevoel moet hebben dat dat eindeloos. Ja. Ik ga blijven duren. Ik denk wel dat het nog even zal duren voordat het normaal is. En dan geeft hij dat nog een jaar of twee. Ja, ja. Maar vorige zomer, maar ik... toen we vorige zomer ah, ging eten met, ja. met de mondmaskers, toen hebben oh. we ook wat geknord en gemort. Maar dat tekende nu toch al. Ah, wel. Dat ja, is bijna ja. normaal geworden, ja, jammer genoeg. Vorige ja. zomer, dat wisten wij veel. Met tien aan tafel, dat dan nu iets is van wow, pakje, als dat terug mag, dan, mm -hmm. dan zijn we weer normaal. Of nog wel dit gewoon met je mondmesker. Ja. Hey, uh, ja, 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 dat is voor ja. mij nu Dat is voor mij normaal. Daarvoor doe ik het. Plus... Ja, er, er zijn overal uh, weggezakt. Uh, we blijven Vlamingen, vlaming, hè? Ja, wat voilà, is daar? Ik heb gelukkig de kans gehad. Dat ik, uh, wij hebben een naast de Villa Velander. Dus daar staat een tent nu, daar kan 150 man in en een tuin met 150 man. Dus nu kunnen we iets van 300 man zetten. Maar in, tijdens de lockdown is dat een pizzawinkelje geworden. Omdat in de tent pakken we pizza's. We verkochten de, even, die dan. Ik moet, ik moet dat eens uitleggen. jij door mee in of zo? Of is hij uh, gewoon een hele goede vriend? Nee, ik werk voor die vernoten. Dus ah, okay. De, de vernoten is nu zo stom, geworden. Dat zijn drie jong gasten die ik heel goed ken, van vroeger al. En die de horeca in Aalst wel pimpen zijn. En, uh, dus ik werk daarvoor. Dus ik doe daar de wijnkaart en ik loop daar wel rond. Een Tof vanuit. Maar gelukkig hadden we dat dan nog. Daar stond nog een ganse drankkelder. <laughs> uh, daar stond nog een ganse dra drankkelder <laughs> tijdens de lockdown. En daar was een tuin van je het. Dus we konden daar altijd veilig uh, zitten. Dus ik ben daar... Uh, dat heeft me wel echt gered. Ik, ik ben denk, ik zat zatter geweest tijdens de lockdown dan dat, ik, dan dat ik het was in het normale of zo. Hmm. Of is dat bij jullie ook? Nee, nee, nee? nee. ik heb wel ik heb zo één of twee van die ja, begin van de lockdown, de befaamde Zoom-avonden. Dat je hmm. dus er zo allemaal bij elkaar zit, naar elkaar zit oh, te kijken op gedaan. Zoom en dan je uh, eigen traag, maar zeker zielig doods hebt. <laughs> ja amai, dat en dat begint zo ja en dan, dat heeft ook zoiets ik weet niet er is ook iets van dat ritueel van een café van een café buiten wandelen zo wat zat in yeah. wat wandelen ergens naar onderweg denken ah maak ik ben zat yeah. dat heel die heel daar ik wil ik ik ga nacht in de straten verdwalen <laughs> gevoel yeah. dat dit er niet als je dan je kamer <laughs> uitwendelt en zo in je huis staat yeah. ja zat dan Terwijl is uw vrouw en uw dochter dan niet zijn. Ja, ja. Naar en als je op de computer toe kijken, klapt, dan is het zielig. Juist. Ja, dan, zo dan wordt, zielte dan zielte wordt van, dat wow. echt de, de zieligste toestand. Ja, ja dat heb ik ook thuis. wel gehad. Dat ik helemaal dus... alleen zat verder. Het is mijn EFSA party, dan dus alleen met een fles wijn om twee uur s'nachts. nachts. Oh, what the fuck, joh, wat de fuck, wat ben ik hier eigenlijk aan het doen? Uh... Ja, dan, dan kreeg je wel het. Uh... Allee, ik weet het niet. Dat is zo, zo bijna dat zo na klaarkomen oh my god what am I doing here ja, he, oh. zo helemaal alleen met zo toilet oh. met een buttplug in je yeah, yeah. alleen je can weet ken het. ken dat ken het. van in mijn kast jammer zo, <laughs> da, zo dat zo je denkt oh god en dat is de minder als je echt de, yeah. ook nog eens de handeling hebt van het nachtleven in te gaan yeah. dan yeah. hoort dat hoort er ook allemaal sorry, bij sorry ik was nog met die porno ik was ik 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 hoorde vooral zo tussen als ik denk nog mijn kuisperiode. Maar okay. ik herken dat het, het porno zien en dan het, de seconde nog maar dat eruit is, het instant het... Uh, Wat de fuck, een week gekeken. Ja, zo van, oh, Toen, is, por is, porno, Sorry, oh. Is, is porno, is. Zijn, zijn er cijfers van lockdown? ja oh, ja, cijfers. Oh, nee, maar daar in Italië hadden ze wel, uh, Pornhub had wel premium gegeven aan alle, alle Italianen om hun te steunen. Dus oh, de, fantastisch. de betaalde versie. Oh, zo ja. de volle film ja, Dat je niet alleen of... maar clipjes krijgt, maar je ja, ja, krijgt de betaalde, de betaalde, rijke mensen ja, Wat is ja, dat ja. aan de Italianen gegeven? Free Italian porn <laughs> with hot porn Rustig, stars Andries. from Italy. Ja, naast zijn er anders op de Andries. Uh... Het is wel altijd moeilijk om artikels over porno op te zoeken. Uh... Je kan ook gewoon uh, Bokkie de Ripper afbeeldingen doen, natuurlijk. Voilà, laten we dat doen. He. Daar worden we ook geil van. Ja. Mensen thuis gewoon Bokkie de Ripper afbeeldingen even doen. En dan <laughs> zie je het toch ook wel. Uh... Dat is eigenlijk uw hip hop plume Is dat niet, ja. uh, Bokie de Ripper? Bokkie de Rapper, ja. Zie ik het daar, jongens. Ik heb nog gerapt, voor echt. Ja. Oh, dat is echt ja. een haatelijke naam, want iedereen zegt: hey, Hé, rap een keer, rap een keer. Kun jij dat ah, nog? Oh nee, dat is de laatste vraag dat er is. Nee, maar... je doe eens... Doet dat iets? <laughs> een... Jij hebt ook gedronken, hè, man? <laughs> <laughs> Irritant of nee, zot? you can play at that game, Duchenstein! <laughs> Duchenstein! Wow. Uh, geilig Leuf, motherfuckers. Dat was... Uh... Gellig motherfuckers. Uh... We een goede tijd. Dat was prachtig. Jammer dat we daar. Hè, jullie ook, hè, jullie hebben in een band gezeten. Ja. Jullie samen? Ja, ja. ja. Ah, ja. Dus ik ja. ook met een kameraad zelf dan toe, maar dan uh, de coolere hip-hop uh, versies. En als zo wat in Vlaanderen uh, ja. rondgetoerd, was dan eens optreden Ze doen in de jeugdhuis. Maar dat was, dat was, ja, je weet hoe dat is. Mm -hmm. Als dan met je kameraden als in de studio zitten wat zuipen wat muziek schrijven. Hoe oud word je toen? Uh, toen is negen is dat uitgekomen. Dus alles dat, dus pak vier jaar daarvoor. Uh, 20, 21, 22. Uh, en dat hebben we gedaan tot ongeveer 26 of zo in 2014 ja. zijn we gestopt. Mm -hmm. Omdat je bij het het worden, ja, vooral hij uh, is dat. Antwoord. Nu zijn we aan het denken om terug te komen als de grijze gleuf van Om uh, te wat te hebben over uh, alle mensen shit. en zo, Rugpijn, ja. Nee. <laughs> Deze dit nummer heet rugpijn. Kan iedereen even staat. <laughs> ja, dat vond ik ook wel een van de toffe dingen was het lokse feesten ding met, uh, met 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 wat ik er ook heel tof van vond was zo. Uh, <coughs> je het dan je, joh, het was overduidelijk even de old peoples eh, Felicie en Henrik uh, ja, ja. van Oven ofzo. Ja, ja. Maar zoals als dat je dat niet kent, je, dat is wel cool denk ik dat je zo in chemistry met iemand ziet. Op het ja, scherm ja. Terwijl dat je die, ik weet niet goed dat je hem kent of dit of dat. Ja. Maar ik had wel de nu dat je ja, dat, dat gebeurde niet eens Ja, wel of zo. Dat was een keer volledig onvoorbereid. En ik zag hem afkomen en ik, ik zag al shit. Die heeft niet gedronken en ik ben nog veel te nuchter. Dus ik was al wat angstig van wat gaat deze hier geven. Maar dat zat direct goed. Maar Ik, allez, ik ken hem wel een beetje. We doen uh, om de zoveel tijd een keer uh, Jour de la Soif. En dan ik naar Brussel en drinken we alles leeg. Zwagarie uh, dus is ja, echt. Het is een naam dat je zelf van uw dag gegeven hebt. Ja, Jour de samen. la Soif. Dat is Frans. Ja, dag. <laughs> De hits keep on coming, but this fucking guy over here. Taxi, taxi, taxi. Ziet zit vast. Ik ga drie ook al kijken naar u van nee. Zo, trainspotting, Bigby. Wij moeten een Jules de la Soif ook een keer doen. Ik wil hij wel doen met u? Dus op het terras zitten en gewoon slapen en alles leeg. Wat is het dan echt concreet? Daar kon ik jij ook mee. Ga ik een doek zetten? dat is waar, maar ik wil niet gemeen, wel niet maar we nee, ook, nee, ook niet, Lieve verpesten. Ik zie iedereen kijken. Jij ja. wordt waarschijnlijk gemeender. Ik begin ja. direct te vechten. Ja, ga dat is ja, goed. Ja, dat, dat is in ja, ja, of, ja. of, uh, of, hey, of huggen of eh, vechten of huggen of vechten. die dus wie daar gaat tegenkomen? Dat hangt, dat hangt heel hard van de avond. Nee, nou, ja. ja. ik, ik denk dat is <laughs> je een goede zaterdij denkt. Echte, echte waar Geen imago aan. Dat vind ik er zo prachtig. Ja, ik vind ook een goede artiest <laughs> gewoon. Ja, ik? vind ook altijd zo zijn Instagram stories of zo. Had hem zo hip-hop doen. Ik had ja, ja, kijk cool. Maar ik heb die platen. Dat weet ik al. Hey, hey, hey. Give me uh, your life. Dat dat is, ge geef me gewoon uh, eten. Dat is ook altijd, bij die gast is ook alles dik of veel. Ja. Dus als hij een steak ontbaken is, dan is dat ook weer zo de dikste kota los dat ik hey. ooit in mijn leven gezien heb. Dat is geen een gast met maten of zo. Hè? Nee, maar ik denk wel dat we daar allemaal naartoe aan het gaan zijn. Okay, uh, dat we daar toch moeten beteren. Als je ziet naar een action bronzer of zo. Ja. dat ze ja. de doet. Die nu wat is, 80 kilo is vermaard. Weet ik veel. Uh, die doet alleen maar sporten en meer. Denk wel dat, dat je ooit op een leeftijd komt. Ik heb dat toch wel eens van. Oké, okay, ik ben uh, Voelde je dat druk? Van mezelf, van mijn hart vooral. <laughs> vooral van mijn hart. Vooral tintelingen in mijn linkerarm eigenlijk. En uh, zo ging gevoel ja. niet meer in mijn gezicht. Want ik moet dus, ook eerlijk zeggen, en dit is echt leefbedoeld bedoeld ofzo. Ja, ja, zeg maar ik, ik vind weer... wel dat uh, we hebben het al een paar keer ook gezien, ik vind dat niet dat je zo dik zijn ofzo. Je ja, dat zeggen ze allemaal. Uh, ja. Ik zie dat je een valse dikke zijn, want dat komt dan weer zo direct. Je ja. meer over? Maar, ja. maar toch, op BMI, ik heb het nu vaak uitgerekend, als hypochonder zijn, in de coronaperiode, van uh, 32. Wat een fucking obesitas is. Ja, maar BMI... Ik ah, moet vijf keer over voor ik overgewicht ben, te ben, hebben. Ben niet, ik, ik ben niet helemaal een fan van BMI. Ik vind, uh, ik vind dat ook een klein beetje zevers. Ja, is dat? Ja, daar... omdat dat? Omdat dat te veel te maken heeft met... Een, 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 uh, volgens BMI is een bodybuilder ook obes. Ah ja, ja oké. Okay. Dus ja. er zijn een aantal dingen die daar niet aan kloppen, vind ik. Ja. Zo, maar omdat, ik, ik heb zult... daar ooit met een dië diëtist gehad. Want ik zit ook altijd. Hè, als ik zo dat, hè, want ik zit nu wellicht de laatste maanden echt een paar kilo eraf. Ja. Ik zit ook terug veel meer aan het sporten en zo. En ik zit ook vooral op mijn eten aan het letten. Ik het eigenlijk... goed, ja. en, en het litten. Dat vrij goed. En meer, meer niet van op mijn eten en het letten van niet, niet um, altijd ubergezond. Daar gaat daar niet over. Maar je eet één bord en daarna eten niet meer. Oh, dat is en s'avonds voor de TV. Wat bij mij altijd ja, de gouden plek, zet dat ding op. He, ik zet een film op of Netflix ja. of zo en ik begin dingen niet meer aan de mond te schuppen. He. Dat is bij mij dat het ik, En dat doe ik nu niet meer. Oké. Okay. En we, vervangen we dat, dat door uh, gezonde shit of ja, soms, niks soms, bij de... soms wel en soms ook niet. Gewoon niet eten, maar dan voel ik, ik wel. Je kunt met sporten dat kun je doen totdat je armen en je benen eraf vallen, maar die een buik gerokte er niet vanaf als ja. je eten niet meegas. Dan niet. gebeurt dat niet. Dan dan weet de ik, wel. Nee, ik heb ja. het nog niet geprobeerd. Ja, dus, dus ik, uh, ja, ik, en dan, ik voel mij wel beter. Want ik ben ook echt gestopt daarmee, omdat ik mij niet meer goed voelde. Ja, Daar maar, ging dat ik. eigenlijk. Ah, maar, over. Dat, zo ver moet het, het was, was, komen. Het was niet ik. meer op het punt dat je denkt: het was gewoon niet meer leuk. Ik heb dat met roken. Zo. Uh, ja, het wel, ging het niet meer roken. Met roken. Ja. Ik had er niks mee. Ik word er draaierig van moe. van. Ja. Dus ik ben gestopt omdat ik het me plezant vond. Ja. En nu ben ik iets veel cooler aan het doen, dus vapen. Ah. Dan op ik of op straat en dan alle chickies aan het kijken. Ja, welke welke smaak? Wat is uh, smaak? Raspberry Frost. Ja, ah. kijk eens. Hetzelfde als mijn, is... mijn vrouw doet iced raspberries. Ah, dat ah, hetzelfde Na, zal het zal zijn, een ja. of meer hetzelfde ah, ja? zijn? Mijn ja? vrouw is ook een mega vaper. Ik vond ook ja. graag dat hij, dat was er, dat kwam en ineens hadden ook stores. Ja. <laughs> Veel En die stores waren zodanig ingericht dat je dacht: die staan hier precies al jaren <laughs> ja. <laughs> ja. Dat was eigenlijk, eigenlijk hadden die, die, die hadden eigenlijk een cloaking device. Tot dan hadden wij uh, die nog niet gezien, vanaf... maar die is daar altijd geweest. Ja, ja dat is goed. Ja, dat heel goed. weird. Ja. Ja. Uh, ja, ja, maar het is toch mijn. Dit, ik moet wel zeggen: van vapen. Ik weet nog niet hoe erg dat het, uh, dat het allemaal is. Als het gaat over effecten of zo, misschien weet dat nog niet alles of zo. Maar... Volgens mijn dokter krijg je er een popcornlong van. Wat ook is een wat? popcornlong? Geen idee. Ik dacht, godverdomme ja. Oh, dacht. Je dacht, oh, ook dat <laughs> toch? Is dat, is dat dan lekker mee? Uh... <laughs> zoet of zout? Wel, zoet of zout. Popcornlong. <laughs> en dan een foto met twee longen met popcorn Wat dat is wel met vepen, zalig. Ja, wat is vapen? Het ziet er heel gevaarlijk uit met een popcornlong. <laughs> Ik, ik denk vooral, Pop... zo krijgt dat er iets uit. Als <laughs> het tussen tanden zit, dus zeker daar. Hè. Popcorn, like. vind popcorn wel, Ik vind popcorn wel oké, okay, of zo. Ja, oké, okay, dat is het woord, oké. Okay. Ja. En daar niet verder gaan, denk maar ik. In de cinema, hè. Ja, maar dat tussen de tanden gegeven, vind ik wel heel irritant. Uh, er gaat altijd iets mis met mij. Het zal ook, zeker aan mijn tanden, ik geef niet alle fout aan popcorn, ligt zeker ook aan mijn tanden, maar het kruipt overal tussen, ja. Hmm. Ik, ik ga er niet voor. Ja, dat is zoiets. Dat, dat zijn zo van die dingen waar je zo een klein beetje. Met zo'n bakje dus wat bodem drift, hè? Ja. zo wat bodemdrift. Zo gebleven gaan op die bodem. Ja, ja. En eigenlijk in een de al van. Ik oh, vind deze eigenlijk totaal niet meer lekker. Dan ja. Je ze gewoon aan het doen. Wat ik wel super lekker vind zijn die ijspralines. Of hadden ze dat vroeger, maar het probleem is. Dus, je weet niet zeker. Echte echt mensen, lekker shit. Komt er zin nog wat binnen? Je weet niet wat er pauze gaat zijn in die film. Dus moet je dan al eentje meenemen en op je schot zetten, maar dat kunnen niet ouder tijdens de reclame moet je dat al beginnen opeten. Dus je gaat het begin van de film niet. Dus dat is heel lekker, maar heel moeilijk in het cinema vind ja. ik. Ik, vooral uh, ijsbrandines dat een vreselijke dilemma. Ja, met pochieder. Dat is ik, ik, <laughs> ja, ja. Zijn niet heel koldstroom. Bestaat dat is staat school, daar nog? Ijsbrandines, dat is echt, dat, is, dat is, Ik uh, denk dat ze het nog hebben. Ja. Ik, heb het nog ik maar, denk dat ze het nog hebben. In Die metropolis weet ik dat er zo'n oh, bak is waar dat nog ligt. Ja. ja. het oh, oh, doen? Doe is dat van mag het doen? Is dat Bombonero of Bombonera of zoiets? Uh, is wel ja. zoiets. Hoe heet dat merk? Alleen dan een almond van is? Is dat ola? Ola, ola. Oeh, eispruiten, ja, dat zijn ze wel, ja, nee, dat zijn meer magnums. Ja, Bombonera, ja, juist, ja, goede. wat is wel van magnums? Je ziet voor een Magnum, hè? Bambonera's. Oh, fucking lekker ja. toch. Maar ja. dat zijn toch ook weer niet de gewone klassieken, hè? Je had, nee, je had daarnaast van die van die klassieke. Ja, dat was, van, dat was zo waarschijnlijk zo'n Belgisch merk dan of zo. Maar ja. wat doe je ermee? Vroeger was het toch altijd pas in cinema. Wetten. Dat ook van Ja, pauze. Ja. Dat was toch standaard in het cinema toen? Dat is een tijd teruggekomen wel, omdat ja, ja. de films langer en langer werden. Ik was wel fan van een pauze. Ik ook? Mens. Want het is inderdaad wel waar, als je grave shit hebt gekocht, dan eten dat direct op. Hè? Want ik had niet dat discipline om, om bijvoorbeeld mijn zak met vettige snoep helemaal te verdelen tot over nee. de film. Nee, hmm. ja, ja, zeker niet. Nee, tuurlijk niet. Wat jij kent, maar toch, je geeft de zet iets voor mijn neus van eten en ik ik schuif dat allemaal naar binnen. Hè. Maar ik heb het gevoel als kind: dat juist yes, is pauze, ijs, ijs halen. Ja. is schaal. Ja. Nu weet je dat niet meer zeker, dus moet je moet dat in het begin inslaan. Want als je nou zo, goh uh, je, je binnen een bril eten, hè, de betere keuken of zo, mm -hmm. je dan anders dan dat je, uh, zeg maar iets, een goede Taverne kost, gaat eten? Met zijn vork gewoon? Ik weet niet, nee, qua uh... snelheid bedoel ik. Ah, nu? Nee. Gewoon, ah, ja, heel die fucking wijn is yes, fucking koud uh, <laughs> uh, trager, denk ik wel. Vind, ja, genietigerderder. Genietigerderder. Ja, denk ja. het wel dat je meer. Uh... Dat toen ik soms te, te hard niet zo, ik, ik eet veel te snel. Ja, maar, te, maar als je zo ja. bij koop of zo, dan besef je wel. Oké, okay, ik ga je 300 euro leggen. Ja, ik kan beter dit uh, caviar. Uh, ik heb een veel met caviar, kan ik beter in twee keer zo en dan je ogen toedoen. Ik denk dat je dat wel anders ervaart dan een stuk frits. Dat is natuurlijk wel al... gedoe. vaak zo. Ja, je doet dat wel omdat ja. je. En, maar ik denk dat dat ook komt omdat je inderdaad ook wel bewust bent van. ja, ik hm. mij wel geld gekost. Of zo? Ja, dus ik moet hier genieten. <laughs> maar ik denk dat het wel balen is of zo, Maar dan. Hè? Mm -hmm. of in Engels, dat je Engels dat wel gewoon zo nog binnen speelt van joh, dat is gewoon wat ik elke dag eet eh, of zo met één vork zo wat... zo wat, <laughs> zo, wat pletten, zo wat zo, zo, eh, zo Tony Soprano in de, de Soprano of zo zo nou, die ik had die net de beste me ook. Tony Soprano is wat die ene zit die zit van Tony Soprano ja. Hoe oh, oh. dan ga je dan naar kijken als je dat ik dat is de serie dat ik denk ik al twaalf keer en ieder geval. ik kan dan straks er gewoon Nieuw beginnen maar dan ja. begint je zo te eten ja het gevolg toont gewoon in alles, ze gaan worden wat farser. en ik vind dat echt ja, je die kookboek ooit gekocht? Nee, mijn broer heeft. Je ja, die... Het hier tussen. Ja. Hem, het enige jammer is, hij is hij is niet onkookbaar, maar hij is niet. Ja, je vindt niet alles ja, Het shit. is niet opgesteld zoals ja, ja. Uh, het succes van Jeroen Meus omdat ja. dat ook leest, mm -hmm. uh, dat begeleidt weegt en dat hebben er wel minder. Jeroen vindt. Meus is wel de ultieme instapkookboek. Als ja. dus je moet ja. beginnen koken, dat is allemaal zo gemakkelijk te volgen. Ja. dat is echt heel cool. Ja. Ja. Ik was daar fan van. Uh, dus ik werd er bij beste kijkers en ik kwam eens te gast. Dus ik had zijn kookboek mee. De eerste keer ooit dat ik dat deed, ik ging naar Jeroen en uh, ik zei: Wilt je dat tekenen alstublieft? Voor mij, ja, sorry, uh, redacteur. En die had erin geschreven op pagina 37, waar dat uh, Jagerslapje jaars, of zo was: Voor Jonas. Mm -hmm. Maar dat is het enige dat erin staat. Dus iedereen kan dat daarin geschreven hebben. Er, er zit geen handtekening bij. Er staat gewoon op die pagina 37, Voor Jonas. <laughs> nu is dat vergeten namteken en nu zit ik daarmee. Maar uh. stu nu stuurt hij mij af en toe. Dus ik ben in een gekke... Dat zijn allemaal helden van mij, waar ik zo naar opkijk. Hè, en ik brul Kobe, Jeroen Meus. En die, die sturen mij nu als wat dan ik. Dus, dus, voor mij heel... Uh... Er zit er gelukkig al wat over, maar toch besef ik soms heel goed genoeg van, wat zij jij allemaal aan het doen in het leven? Uh, ja, dat geniet is goed. ervan. En dat is ambassadeur zijn van, van goeie eten. Hè. Dat, is ja. toch, dat is toch duidelijk, was dat een gat in de markt ofzo. Ja. Gewoon iemand die... Die gewoon op een oprechte manier zegt: Dit is lekker. Ja, dat is lekker. <laughs> ja. <cool>. mm -hmm. <laughs> ik probeer maar na te denken hoe dat ik het moet omschrijven, maar jij hebt het uh, goed omschreven. Ja. ja, maar misschien is dat gewoon wat soms ontbreekt eigenlijk. Dat, dat eten, ja, inderdaad. Dat, tof in die Willem -Hiel zo van kijk, je betaalt er wel wat van, of een kopen zo, maar het is mm. niet meer van we moeten ons goede broek aannemen ofzo. Ja, mm. dat gevoel heb ik toch ook. Jamie Oliver. Duidelijk. <laughs> ja. Daar is dat allemaal mee begonnen. Hè? Die gast die dat ook niet ja, ja. Zo, zo van een snufje hier. En die pakte wat zout. Ja. En die gooide het erin. En die, die gaf zo die schwung om eten te maken. Die ja. mokte dat ook cool. Dat je niet alleen kijkt naar zo'n belegen programma. Of zo'n boek we... van de Boerenbond. Ja. Klassieker wel natuurlijk. Maar gewoon zo van die dingen. Waar dat, dat lag in zo'n hele belegen hoek. Ja, maar dat doe fucking Jan nu nog ja. altijd verkeerd, vind ik. Ik zweer het u. Dus ik, ja, Jam, en die jam, hebben ook ja. veel katers van mij gered. Dat bestaat nu 10, 11, 12 jaar. Als dat uitkwam dacht ik, yes, paard, zondag, kater, Jam kijken. Het is nog altijd dezelfde fucking programma's dat daarop zitten. Nog altijd ik, nog altijd diezelfde shit van 10 jaar geleden. Dat vind dat absurd. Die zijn nog niet Nee, Hoewel ik, dat ik wel daar zo naar kan kijken. Op dezelfde manier denk ik ook wel zoiets nog mint of zo. Kan. Ik kan daar ook wel rustig nee. van worden, maar der, omdat dat zo altijd hetzelfde is. Ja. Ja, maar ik bedoel, puur qua inhoudelijk. Je nee, hebt nog altijd Johan ja, 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 ja. Seger die daar. Ja, ja. Ik ken al die afleveringen Piper al. Peper en zout, dat is onderschat, hè? Peper en zout. Die zijn niet meegeroeid <laughs> op, uh, op een echte manier of zo. Nee, misschien niet, maar ja, ik denk dat dat. Dat, dat is ook traag in tv, hè? Ja, daar die... ben ik voor, maar. Ja. Mm -hmm. Ik ga er wel mee. Puur zo. over de vernieuwing die er niet is, dat jammer is jammer. Is dat, dat daar... is dat niet Geert Verhulst? Uh, is hij daar niet weggegaan? Ik denk dat hij ja. heeft gezegd: ciao. Pak mijn geldjes en mijn weg. Ah, ik dacht altijd ze zijn ding was zo. Hey. Ja, zeker tien jaar geleden wel. Ja. Ik wil en... nog een uh, stoeme vraag stellen. Ik heb er gewoon zin in, omdat ze hier op papier zo doen. Ik heb er straks ook nog. Beste een. frieten, dikke frieten, ah, dunne frieten, curly goh. fries, wedges. God, ik, ik ga daar niet aan in mee. Ik, nee. Het is echt een moment voor alles. <laughs> het is echt een moment voor alles. Dat is toch zo'n. Oh, ja, dat zo is goeie antwoord. Ja. Dat is gewoon hetgeen dat ik gehoopt dat dat had. <laughs> het is niet elke dag dat moment voor uh, de bacon cheese fries. Maar af en toe, als je maag roept van: Ja, Patje, dit verdiende, gij gaat er maar een keer voor. Dat komt binnen Wat heb je dan gedaan om dat te verdienen op dat moment? Heel veel gezopen. <laughs> you zou... work hard for this, son. Enjoy it. Maar wacht, ik ga daar even mee dan tussen dunne en dikke fritten. Mm -hmm. Oh, fuck. Ik denk uh, dunne. Ja. Omdat er meer op je voor kunnen of zo dan. Snap je dan dat je er meer tegelijk in je. Uh... Ja, dat snap ik, ja. ja. <laughs> ben ik u slecht aan het behandelen? Nee, het is. Tot niet. te mijn kaart uit het museum. Nee, ik denk. Uh... Dunne frieten. Ik heb er voor het laatst hele ja. goede. Uh, we zien dat juist. Hier in Antwerpen heb uh, je restaurant... In Engels is super slecht maar restaurant was al heel goed gezegd. Hè, maar ja, en, dat was... of, ja. Dus ah, dat okay. is ook een restaurant die niet meer... Geen restaurant is even. Ja, die, die, die heeft zijn eigen frituurvlees uh, uh -huh. gemaakt en zijn eigen fritten, En dat waren wel hele goede dunne frieten, ja. Ja. Uh, ja, ik vind er ook wel van. van Stippengras, wat vind oh. je daar hè. Het oh, is mijn shit dat ik altijd op uh, graspop ja. Op graspop hebben ze daar. Heel kimpen hè. Ja. Oh, maat Oh, dat ja. was ik helemaal vergeten. Dus dan ben ik daar wakker. Ik werd daar uh, op de festivals. Uh, dus we maakten content. Dus we mochten graspop wat dat trouwens. Ik zeg dat niet omdat je met twee Head zit. Maar voor mij mijn favoriete uh, festival was dag D tijdens mm -hmm. de zomer. Omdat iedereen daar. En dat dus, is een wat... chill festival hè. Ik val op vrouwelijk tuig, en dat was daar aanwezig. <laughs> En er werd gezopen. Ja, 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 like Slayer. Slayer kijk <laughs> keigoed. Ja, ja. Dat maakt wel zin. Dat was wel zin. <laughs> dus dat was daar. En ook iedereen was daar chill en al. Dus ik zat daar En daar, s'morgens vanaf tien uur, konden we al steppengras fixen. Dus één keer dat de redactie terug begon, en ik was al op mijn effen. Ging ik altijd achter steppengras. Ik vind dat prachtig. Ja. Maar ik kom het nummer tegen in mijn leven. Het is weg. Het is een heel streek, streek ja? gevonden. Ja. Het is natuurlijk wel weer wacht, want dat we tegenwoordig wel dat soms van die streek dingen ineens opgepikt worden oh, wel. en dat dat zo wat hip. wordt We gaan dat doen, we gaan dat verhippen. We gaan steppengras ja. pakken en uh, iedereen die luistert. We gaan, we gaan wij dat doen. Een do start-up, dat is ook nieuw. En dat is ook 18 miljoen dollar ophalen oké okay, ja. en, en dan zo denken, het is wel heel veel voor wat ja. <laughs> Dat Sppengras, ik doe dat toch niet zo graag. Hè. Maar is dat ook niet. Ben ik je daar helemaal fout in? Of moet er ook niet een bepaalde speciale vergunning voor hebben, voordat we mogen ja? serveren of zo? Zit daar niet zoiets aan? Um, ja. ik, heb, ik heb al wel zo wat van die van die. Want steppengras is ook een klein beetje, vind ik, omringd door zo wat mythologie. Zo, er ja, zijn, zijn zo wat dingen rond. Dat was voor mij nieuw gewoon. Ja, maar ja. ik was ook vergeten al en nu heb jij dat terug in mijn leven gebracht. Ja. Dus nu ga ik het weer even niet vergeten, maar doet mij wat denken aan over een steak verspreid hè. Dat ja, ja. gebeurt ook of. En voor een hamburger, ja. En was dat bij mij denk en daar ja. bruin saus op. Toen me wat denken ja. aan poutine, kent gedaan dat ja, van uh, in Canada. Canada? Canada? Ja. Och, dat is dat, dat is de shit, hè. dat is niet normaal. Dat heb ik nog nooit gegeten. Ja, maar dat is Ja, ik heb wel, maar dat is nog niet of zo. Dus er is nog markt. Ja. We hebben nog even. Ik hou ah, het ook al van... Dat ik zo Vladimir Poetin ging. <laughs> nee, 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 nee. <laughs> nee, 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 nee Poetin. Ja, die, die het volgens mij geen steppengraad. of zo. Die, hmm. die, uh, ik moet dan wel zeggen, ik, ik, ik ben met alles mee, maar ik ben ook niet zo moeilijk daarin. Maar nee, een goede... Nee, 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 ik ben niet zo fan van die... Er was zo'n zo van die frietten met schil nogal, daar zit ik niet zo mee. Mm -hmm. mee maar zo'n Vlaamse friet, hè, zo een grof gesneden of zo, ik denk dat dat ja. toch mijn favoriet geeft. Als ik naar een eiland moet... Mm -hmm pak jij een dikke friet mee? Ja, daar ja. pak ik hier een dikke Echt? friet mee. Zalig. Zoiets Missen... van muziek pakken of zo. Ja, ja maar ja, daar, daar heb ik dan, maar, ja, hoop ik dan andere. Frietjes met de schillen aan op dat op dat warme eiland, meen jij van die warme frieten, een <laughs> boef van die dikke dan nog? Dat ik iedereen altijd die hebben <laughs> te wisselen. Ik heb nog dikke frieten. Jongen. zijn een papaja aan het eten. Maar met ons stippengras, gras. Ah, ze is tenminste dun. <laughs> Ja, ja, ik denk dat dat wel slecht is voor een onbewoond eiland. Nee, dat is dikke, leven. Lichte keuzes maken horen erbij. Ja, zeker. <laughs> maar uh, ik snap het, uh, ik heb niks tegen dikke frieten. zeker niet. Maar uh, ja, is het is meer voor bij oma thuis ofzo, of zo. Uh... Ja, dat is een speciaal moment voor ja, Zo'n wedges, zo'n moment hmm. dat het Tadok overal was. Dat is nu een nieuwe zaak hier in het Antwerpse. Lord of the Wedges. En dan kan ik toch wel weer. Ik oh, liggen met die niet al te goede kopie, maar je kan dan toch zoiets hebben van. Ja. <laughs> ik moet dan toch lachen ofzo. <laughs> ja. of zo. Heeft dat ook dat lettertype van Lord of the Wedges? Nee, 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 dat is jammer. Dat dat, 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 dat dat dan wel alles roept geweest. Lord of the Wedges. Het is ook niet zo moeilijk wedges. om daar Lord van te oh ja ja snap wat dat mensen. bezorging direct ook Uber Eats ja niet kijken, hè Andries of staat ja dus. ja, ja het stond doe die schoenen maar ja. ja, ja, ja. we gaan dat eens, eens checken naar wat hij die allemaal kan kijken ja. en wat er dan gewoon gaat aankomen nadat er nog in ik kreeg. heb er geen enkel probleem maar dan stel ik wel voor dat we dat bij jullie ook genoemd dat gelen altijd nog te ja. kijken zijn uh... ik vraag me af wat die schoenen daarbij doen dan, gaan er, dan, gaan er, uh, dan gaan er andere dingen voor de deur staan Ui, Andries voilà. je gaat er misschien niet altijd even blij mee zijn dus dat ik niet denk <laughs> die schoenen zijn inderdaad. Het is in raar. de She-Mail fase, dus uh, ik weet niet hoeveel. Lord of the Wedges. Ja. En dan schoentjes. Ja. We ga, gaan er geen uitleg voor hebben, hè? Nee, ik weet niet. Er gewoon moeten aanvaarden, hè? Inderdaad. Mm -hmm. Ik kon ook nog die Dan dan een Eiland meepakken. Ook nog die schoenen. Zullen we voor dat zoals deze opera zijn er van lost? Dat toch Gij loopt daar rond met een fruit en met die schoenen. Die had hij door Sawyer te roepen. <laughs> en dan vinden we zo die mysterieuze naaisbeer. Nice en dan aan gaat dat een duurman eten is te zijn. <laughs> oh man, hoe goed was die film? Ja. Hoe slecht was dat in de zin? Ja. Ik ben het wel opnieuw beginnen kijken en toen niet meer zoveel nu. Ook het eerste seizoen niet? Was... Nee, het eerste seizoen ook niet meer. Het is te oud of zo. Het is wel voorbij? Dat is wel de derde keer dat ik het er bekeken had. He, de eerste keer in volledig mee. Excuseer, mm -hmm. dat kan erin... ik ben een sound effect de master de tuiler ook. Er <laughs> ja, als... zitten hier twee sound effect masters aan het Ja, Jij is ook bekend voor uw authenticiteit. Hè. Dus <laughs> ja, dan voilà, je dat mag je wel. Je speelt altijd soundtrack van het leven. <laughs> <laughs> maar dus, deze keer los volledig mee. Tweede keer keek ik voor het te begrijpen. Met mm -hmm. He, het kut einde, wat dat voor mij gelukkig is, is veranderd in een Sava einde. ben wel mee en nu is het echt, de laatste, te laat, het is te ad. Speciale. Het is niet meer spannend, het is echt heel slecht geacteerd ook. Het is... hmm. Als je het nu herbekijkt, denk je: wat de fuck, hebben we... wie heeft er ons voor gelogen? Uh, wat was dit? We waren dat gewoon niet gewoon, ja. denk ik. Dat, ja. waren zo, dat is het begin van de, van de bijzondere TV-reeksen: ja. de ja. TV-reeksen die van betere kwaliteit waren, waar af en toe eens een, een al van iets anders en groter bekendere acteur in voorbij kwam. Ja. Of zo. Dat gevoelde, allee, dat was het nu mee los, niet denk ik. Nee. Je had wel een aantal van die ritten waar ineens iemand begon in te komen. Hè? Ja. Ik denk dat Sopranos Dit. misschien wel een van de. Ja, we dachten dat je dan iemand als Steve Buscemi had. Die ja. dat erin zit. Ja. FK's. Ja. ja. Spoiler. Maar. Ja, spoiler. Dat ja. is gewoon weggegaan. Spoiler. <laughs> eh, hou we het één hey. seizoen vol. Ik kon dat ja. niet kon maar... Uh... Hij niet mimmen, maar allah, ja. ja, dus te laatst. Inderdaad. Sopranos en spoiler, dat gaat hem weer. Ja. Doe beter <laughs> je best. <Dan>, het uh... <laughs> eindigt in een blackout. Oh shit! Yeah, he did it. He went oh, shit. Shit. He went there. Oh shit. Wat een hot comment. Dat heb jij een aantal keer oh. teruggezien. He. Is dat nog altijd even cool? Dus Dat blijft even goed. Echt waar. Die dat bellen. blijft echt even goed. En, en zijn ze nu ook meer is met dat ik... eten dat bezig? Nee, 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 dat is echt op... Een, dat is mijn kameraden dat eten is daar super tof aan als ze daar ook over nadachten, maar, maar ze hebben gewoon over alles nagedacht. Dat klopt gewoon. Uh, die karakters, dat zijn direct uw kameraden, die groeien dan allemaal. Dat is het, uh, het is gewoon een prachtige serie, ja. In, iedereen voelt al van die, van die afleveringen dat ik zo zo nog boven kan halen. Wat en ook enorm post. goeie humor zit. Yeah. Inderdaad, dat die met twee seizoen en drie, episode Christopher, 11, Christopher en Paulie. Uh, en Paulie die in die notto oh oh, zitten. Oh, en ik had er aan een hele ketchup aan toe. En, ketchup en dat wordt geen enkele <laughs> razend kwaad. Ik ga me dan aan tatoeëren. Season 3, episode 11. Ja. De Sopranos, seizoen 3, episode 11. Dat is gewoon, gewoon de aflevering der afleveringen. Ja, dan even. Dus, uh, Pine Barrens noemt die aflevering. Ja, ja, geweldige aflevering. Wat ik ook een hele goeie vond was als ze naar Italië gaan mm -hmm. en Paulie, en Paulie daar, die daar dan is door de man die, valt, die, die, die volledig <laughs> zo de, denkt dat hem zijn Italiaanse commandore. Ja, commandore. <laughs> en dan zeggen die zo niks en dan doet hij zo. Okay, fuck oh, suckers! <laughs> dan wordt je dan ook direct kwaad Ja, dat is fantastisch. Die hebben een enorm ja, fantastisch ja. palet aan kwaad worden. Hè, eh, en die ja. irriteert ze. Ja. Ja. Uh... En vooral ook situaties die zo nodeloos belachelijk uit de hand lopen. Ja. Ja, met, een, met een, uh, zo'n uh, een, een ober die je komt en zegt: Was there something wrong with the service? Eh, mm. Want je maar, maar zo weinig getypt of zo. Ja, ja. En dat, dat die er zoiets tegen zeggen en dan zegt je. Hey, ja, yeah, well, fuck you dan en die draait zijn eigen om en die andere gooit een baksteen <laughs> tegen die een kop, maar die zijn ook dood. dat je dan ook direct denkt, ja, maar deze was ook yeah. weer niet nodig. Soo Looney Toons en Tech. Ja, zeg. zo van die, van die situaties die zo zo alleen nu moeten we dat lijk gewoon opruimen, <laughs> maar dat je denkt, joh, ja, maar waarom? Had daar gewoon vijf euro had, meer gegeven. Had, had gewoon gezegd, oh fuck you too, en ga naar de notto en je wordt er vanaf. af. Maar zo dat dat niet kunnen loslaten. Dan, ja, ja, ja. ja, dat is zo... Maar een van mijn favoriete momenten op de dat ik me ook herinner, is ook wel restaurant-related. Is als Christopher en Polly zeker. Yeah. Yeah. Voor die rekening, wie dat moet betalen. Ja, 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 ja. dat ja. Paulie had altijd. Hè. Dat was al zo'n. Uh, <laughs> gierige. De gierige. Ja. <laughs> ja. En Christopher moest altijd opdraaien. Omdat hij de jongste van de hoe, dat, hoe dat in beeld gebracht is. Hoe dat die, zo ja. die steken elkaar ontgeven zijn. Dat is... Voor mij is het een ja. scène waar dat Tony. Dan, ik weet niet meer met wie. in restaurant zit. En er zit in dat restaurant een van mijn klak op. En die wordt daar zot van. Die wordt daar woest van. Dat die ja. er daar door zit bij klak. Dus die gaat er naartoe. En die vraagt van. Doe de klak aan. Die kerel reageert iets te ver terug. En Tony blijft gewoon kijken. Dus zo 30 seconden stil en die gast gewoon zo zijn klak af en verder eten. Ja, 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 ja. Daardoor heb ik altijd gedacht dat ik mijn klak moest afnemen, want er zou wel eens een Tony uh, moeten zitten in dat restaurant. Maar toch mee gestopt. Ja, snap. Ja. Misschien ben ik dan Tony wel ervoor. Maar misschien is dat ook wel een klein <laughs> beetje omdat hij die niet scheef op had. Ja, ja, ja. Is het, is wel dat, waar. Dat, uh... het is wel waar. Ik, ik weet al dat, het... dat, dat ik... Echt, ik heb dat zelden, maar ik was wel bedroefd toen Gandolfini niet in stierf. Oh my Ja, ja. Maar dat was ik zo ook... Dat waren we niet klaar voor. Dat nee. moest beginnen voor die event, hè. Nee. Je nee. Je ja. Zo, wat deed je In Eén film met Robert Redford nog. En de drop, de drop die? is een las. Ja. De drop La is een las. De drop is een las. In ieder geval is het ja, ja, Maar dat is met Robert Redford. Ja, ja, dat weet maar ik. de drop is een las. En dat is nou wel een hele schone. Hardy en. Hij heeft nog schone films. Maar ik ben heel slecht in. Dus hier heb niks van informatie over. Die reden een fantastische scène met. Is dat Patricia Arquette? Die dat om in de prak ramt in True Romance. Is dat die film dat ik dat heb, dat heb. Je... Is dat op de cover aan dat ze op een trap zitten? Dat is zit een verschrikkelijke scène dat hij daarin... Die speelt dat ook zo goed dat je die voor altijd onthoudt, gewoon. Ja. Dat is ook wel grappig hoe hard dat hij zijn zo zoon er trouwens ja, op ja, dus Er Ja, ja, komt een film aan, hè. Ja, 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 ja. Voor de soprano's. Maar dus, uh... ja, de jonge Tony, zo gezegd, en dat is zijn zoon dat dat speelt, maar dat is onwaarschijnlijk. Maar als ik praat ja. over de dood van mijn pa, dan heb ik het ook veel schrik door de dood van James want die zat in Rome die had drie pastas gegeten wat bij ons ook standaard is van alles op de kaart en heeft daar op zijn, wat was hij, 50 of zo een hartaanval gehad die, ik kan me wel wat voorstellen dat die qua eten het leven leidt dat ik uh, had, is hij echt oprecht ja, ik heb daar echt mee gezeten van oh shit ook okay, hij al op zijn vijf dus sterven op je vijfde is een ding of zo en dat... ja maar ik vraag mij ook af dat is een uh, dat is geen bro science opmerking of zo maar heeft het daadwerkelijk te maken met, met, met het met zal niet helpen of zo maar ja, er zijn ook genoeg voorbeelden van mensen die wel honderd worden. Of zo, is het ook niet gewoon een hartfalenbeeldje. Ja. Mensen die gegaan zijn. Of wat is dat, Bart van den Bossen? Zeker? Ja, Bart van den Bossen, daar heb ik het ook moeilijk mee. Ik maar zweer het Bart van den Bossen die... was nou niet iemand die. Allee. Die, uh, met... die stond voor zijn spiegelen en die is ineengezakt en die is dood op vijf seconden. Dat is ja. voor mij een heel angstige gedachte om te leven zo. Ik vrees dat het een bird-defect is. Hè? Ja, wat is dat? Hmm. Ja, gewoon iets dat ja dat je ook een dat jij nou, dat ja, de hebt. Ja. Wordt ja. dat dat ook hè. De drummer van Channel Zero, dat was ook een geboortedefect. Ja, en er zal inderdaad wel ja. een levensstijl. Misschien dat het gebeuren. Ah, ik dacht vogel, ik zweer het. Bird ah. effect. Ik dacht dat je dat moet uitzoomen naar ja, boven een of vogel zo. vogel in de correcte <laughs> hoek boven uw huis uh, vliegt, terwijl dat je in de spiegel kijkt, nee, ik dacht na dat drie dat... borden pasta, dan kan het gebeuren. Bokkie, de rapper. Ik dacht dat dat is psychologisch was. Soms moet ik een uitzoomen en van boven bekijken. It's, like zo... it's like de uh, dodo bird verdict. Okay. Wat ja. jij hier je hier allemaal laat <laughs> Je moet af en toe je tv goed afzetten. Uh, <laughs> Meneer de regisseur. Dodo Birds verdikt. Wow. wow man, dat is toch zalig Google. Ja. Hoe cool is Google? Als nog een bompasje nog. <laughs> dat is toch zalig Google. Als moeder kan ook zeggen: ze kunnen nogal wat. Hè. Ja. <laughs> zalig. moest mijn maar uitleggen dat ze naar een mail uh, moest geraken en ik zei: ja je moet uh, naar daar gaan, dan twee keer klikken. Dan kreeg ik de vraag: wat is klikken? <laughs> en dan wist ik al dat dat een heel Heel lang gesprek geworden met ons moeder. Dat <laughs> is zo hatelijk om die al die shit uit te leggen. Blijf er gewoon van weg. Het is niet meer voor u. Dat, dat is iets zeggen dat je eigenlijk moet verzwijgen. Ja? Klikken. Klikken. Kom <laughs> on, man. Shit, man, de taxi is er nog niet. Hè. We <laughs> moeten nog een, moeten een half uur. <laughs> niet te gaan pieken, <laughs> Alex. Hé, <laughs> hey, maar serieus, hoeveel doe je dat niet op? man? Goed, je gaat met een taxi naar Alst. 120 euro op, 120 euro af. maar uh, op de job kan ik dus uh, kosten inbrengen. Oké, okay, want uh, anders ja. voelen we ons wel wat... Allee. Nee, maar ja, je zult wel iets bijbetalen. Zeker. <laughs> dat hoeft niet, maar het is geen probleem. Het beste is een btw-nummer aanvragen voor je hobby's. Mm. <laughs> dat is echt prachtig. De, de, de les. <laughs> echt waar. Dat is prachtig. Je moet gewoon niet verzinnen dat je mag hobby's... Maar je gewoon alles met een taxi moet, gaat toch? Maar op... niet alles, want ik ben ook veel in Aast, Maar als het, dit is Antwerpen, dan vind ik zo... Dat is een uur en dertig minuten op de trein. De trein mm. Ja, het volk en... Uh ja het is, het is bij is met 240 euro waard ik zweer ja dat is wel, dat is wel veel hè? Ja. ik weet het maar ik mag 500 euro kosten doen per maand dus dit is een hele groot stuk de rest uh, draag ik zelf of... mm. vanaf uh, de rest van mij is het in, uh, met een trein en nooit en, je hebt nooit ambitie gehad om uh, want ik kan me voorstellen nee. jaguar of zo zegt hij uh, als je nou zou zeggen uh, uh, jaguar ah, well, zal ervoor zorgen dat bokkie de repers ah, well, is. wijzen zouden dan met de jaguar rijden ik zou heel graag ik, ben, ik heb er al over nagedacht mijn auto merk samenwerken om gewoon een auto in mijn garage te zetten ik heb dus wel een garage, groot en gewoon daar te staan en dat ik daar af en toe kan gaan inzitten ofzo, of uh, een een Barbecues gegeven. in kunt geven. Wat graaf doen, <laughs> <laughs> Allee, dat het zo wat graven doen, dat is... dat dan een tweede living is of dat je daar een Met zo'n extra... scherm erachter, met zo'n weg die je zo wat raar doet, terwijl dat je zo wat kunt rijden, zoals in oude films. Het is, <laughs> ja, het is, dat is wel de... heel tof. Maar wil je zitten in de living of in de keuken, of wil je met een auto gaan de auto? zitten? Ja? Oh, dat... uh, maar ja, het in de Lambo, uit. en dan zo die vleugeldeuren. Naar dan heb het wel gemaakt dat je gesponsord wordt door een automerk. En zonder, zonder je niet meer rijdt. Ja. Ja. Ik... ook je vrienden ook niet meer. Dat iedereen... Mag wij ermee rijden? Nee. nee sorry. Dat nee. Nee, nee, kan nee. ik echt niet doen. Ik deel met een auto niet. Nee, ik, heb er, ik heb er een bar tegen gebouwd. Dus, uh, dus nee, nee. Jonas, nee, Jonas, nee, er is nee. een noodgeval. We hebben nu een auto nodig. <laughs> sorry. Sorry, man. man. Dat oh, ja. is schrik voor schrammen. <laughs> Als ik daarmee begin. <laughs> Wat is het volgende? Ja, maar die is hoogzwanger. Ja, maar dat begint met de hoogzwanger. En waar rijt staat. Moet Goed principe, man. Moeten we je voet stijf ja. houden. Dat zijn de belangrijke dingen. En als je daar je voet stijf houdt, dan komt al de ja. rest vanzelf, zeg ik altijd. Oh, man. Goed. goed. Bucky the Rapper. Yes. Het was awesome. Ik vond het ook heel goed. Merci om langs te komen. Ja? Dat is tijd vliegt wel als je het. Ja. Ah, dan bezet ook ja, ja, ja. Dat, was ja. vergeten, dat Was ik vergeten, ik. Wou zo zeggen voor misschien? Ja. Ik, uh, ik ben al aan tafel uh. sinds uh, drie kwartier geleden. Sinds die vorige kut opmerking. Maar uh... ik vond wat leuk, dankjewel. Ja, Jonas, merci om langs te komen. Ja. Heel cool als jij nog uh, andere crazy stuff. Ik heb een vraag. Ja. Stel maar. Ja, dus sorry. ik zat in een sorry, hè, in de taxi naar hier en ik dacht, ah, die mannen luisteren metal. Maar laten afsluiten, dat is toch moeilijk. Ja, yes. nee, nee, dat, doe dat me, doe is. nee, is dat ego. dat is niks, doe maar. Maar het is een serieuze vraag. Dus uh, ik weet, want ik ga ze misschien slechtstellen nu door zenuwachtigheid, omdat ik het moment te groot hoe, heb hoe gemaakt. Kun jij zenuwachtig, ik ga nu naar zenuwachtigheid. Ik heb het ten... moment te groot na, al gemaakt. Deze nonsens. Eigenlijk kunnen we afsluiten ook. Sluit maar af. Maar ik nee, zal nee, straks vragen? Ik het. Vraag het. vraag het Iedereen zo. Dat zal supergoed zijn nu. Alle mensen thuis Ik zal straks vragen. Oké. Ja. Ja. Is goed. Ja. Okay. Dat is kijk Goed. We maar goed uh, merci <laughs> voor deze blijmakerij met een dode mus, zoals het heet, in de volksmond, uh, naar, het, uh, naar, naar onze luisteraars en kijkers toe. Dat was het voor ons voor deze week. Dit was. Jonas, maar ook Bokkie. Als je uiteraard... toch wilt weten, weet je, dan mag je hem een DM sturen op ja. zijn Instagram. Hij zal ze allemaal beantwoorden. Zeker. Conor Rousseau staat ah, Kijk, goed. Laten we ja. dat doen. He? Hij verandert zijn naam ook naar vooruit. <laughs> ik heb mijn naam veranderd naar Ancienne Belgique. Ik vraag mij af of dat problemen gaat opleveren. Goed, in ieder geval, dat was het voor ons. Uh, ik ben Alex, dat is Andries. We zijn Welcome to the AA. En volgende week... Zijn wij er terug? En dit was ook Bokki de hè? En dat, was ook, dat heb ik al keer gezegd. Oh, okay, Stop, so. Nice, met mij te onderbreken. Men. Dat is niet normaal. Dat is wel tof. Wat dus, uh, jullie luisteren metal. Hè? Ja, oké. Okay. Jullie luisteren metal. Ik, hoe, weet. Is er een zomer metal album? Ik weet, het is zomer, dus ik zet Dr. Dre, is daar één op. Ja. zomer. Maar is er ook zo. Zijn er metals in seizoenen? Snapt wat ik bedoel? Het Ja, dus ja de ik de weet zomer eruit open. Zingen. We gaan deze album knallen. Dat zijn er zomer-metal albums? Ah, uh, mij, goede vraag. Ja, daar dacht ik daar goeie juist vraag. aan. Ja? Okay, ik zou denken, ik denk misschien wel zoiets als, als. Stoner zou kunnen. Zo'n ja, zo, zo warm, warm, warm weer-metal. Uh, uh, dus ik denk, ik denk ook wel dat al die, al die iets, uh, ik zal nou maar zeggen, iets commerciëlere dingen van de jaren negentig, ja, ja. zoals Limp Biscuit of zo, ik denk dat daar ja, wel okay. dingen zijn en dat die je zegt hey, goed weer. Shit. Of daar. Uh, Iron, uh, Iron Maiden? Ja iets right. dus, it, dat samenbrengt. je moet iets hebben dat op een festival ook werkt. Ja. Samen mee, je moet kunnen meezingen, ja. je moet kunnen samen drinken. Nostalgisch is een beetje misschien. En je moet ook, ja, het, moet, moet, moet het verbindend werken. En je moet elkaar erop kunnen vastpakken. <laughs> dat is wel echt nagedacht. Stilpend. Zo ja, 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 dat ja, is okay. een goeie. Dat is eigenlijk eigenlijk alle fouten hardrock. Ja, ik ben allemaal of, dingen. Of als... heel commercieel dingen. Sleer of zo kan dat ook zijn, omdat iets dat iedereen kan meezingen. Ja. Maar, ik, maar als ik aan al zomer denk, dan... De, ja, ook. Maar als ik denk aan zomer, denk ik ook wel aan Motley Crew Of denk ik ook aan zo'n testsoort. Uh, girls, girls, girls. Het moet bikini zijn. Yeah. Ja. Yeah. Kickstart my heart. We zijn vertrokken. Dus dat moet goed gezien worden. Ja, dat maar is dus het, kan. het kan. Het kan. Het okay. kan allemaal. Ik denk dat graspop, uh, zeker als het goed weer is, wel duidelijk laat zien dat de uh, metal in de zomer goed samen gaan. Mm -hmm. Ik ga het toch weer missen dit jaar. Ja, En ja, dat. De fucking steppengras als ook shit. Amen. Ah, ja. Allee, doe maar verder. Ik uh... okay. je <laughs> <laughs> nee, goed, denk ik niet, meer. <laughs> Fuck je allemaal. En de nee, maar ga je aan een band mee aan een taxichauffeur en zo. Ja, ja. Ze, ze, ze gaan ze wel on first name basis. Ik heb er wel echt, uh, ik, het, ik heb hem me meepakt naar de Jane en al. Is dat mee in de Jane? Het is als kogel dat hij hier ook had gezeten. Ja ik weet, ik heb nog gedacht, maar Doe corona, het. corona, de Rona. Ja denk het. Mm -hmm. Ik had ik hem echt, anders, ik echt gevraagd van, ja, mag had, Eddie mee? Je uh, had hem wel in de hoek of zo gezeten? Ja, ik had het misschien beter eerst gevraagd in plaats van weer eens mijn eigen uh, beslissingen te nemen. Dan weer alleen maar aan uzelf. De laten vraag, maar zit ik te ver van de micro? Ja, maar dat zit al even mooi. Dat mocht ah, allemaal ah, niet okay. meer, dan maar, moet je niet, maar je kunt er beter naar blijven, dan moet ik gewoon maar dat heel dat ah, ja, stukje selecteren okay. naar boven doen. doen en was ook op het einde gewoon vragen. Dat <laughs> alles te <laughs> Oké. Okay. Dat was ook niet op het einde, dat was na het einde. Hè. Laten we daar ook nog eens heel duidelijk over zijn <laughs> okay. hier vandaag. Is waar. Goed, Bokkie de Ripper. Andries Bekers, Alex, ik welcome Welkom te de AA. Dat was het voor ons. Het ruikt hier naar kaas. Maar volgende <laughs> week zijn wij er terug. When we make Monday great again. Mooi. Dank u. <laughs> the first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome to the AA. Ah ah, ik zit hier al minder gezond. Als het ergens over moet gaan, zend de missie. Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval.